harte welkom op de raadscommissievergadering van 12 juni. Van harte welkom op de tribune u, de raadscommissie, college voor zover aanwezig. Meneer Raamaker van gemeentebelangen is afwezig. Meneer Veldhuis van de VVD is afwezig en wordt vervangen door meneer Warmelink. Van harte welkom meneer Warmelink. De heer Wildfank, Partij van de Arbeid, is afwezig. Hij wordt vervangen door meneer Broeren. Van harte welkom meneer Broeren. En aanwezig is de heer Derksen, derde loco-secretaris. Van harte welkom. En dat is in verband met afwezigheid van de gemeentesecretaris en zijn vervangers. En daarmee heb ik agenda punt 1 gehad. Wil ik niet onthouden dat ook de kijkers thuis van harte welkom zijn. Want ik begrijp dat die nu mee kunnen kijken. We gaan over naar het spreekrecht burgers. Er hebben zich een aantal burgers gemeld om in te spreken. 6 in totaal. Volgorde is bepaald op basis van binnenkomst. En we hebben ze gegroepeerd op basis van het agendapunt. En op agendapunt 6 gaat het over de beoordelingscriteria zonneparken op Maaiveld. Daar heeft meneer Manassen aangegeven te willen inspreken. Mede namens omwonenden van het Westeinde en de Ankermedijk. Op agendapunt 7, bestemmingsplan, crisis- en herstelwet Kernen, gemeente Dalsen, 2016, meneer Borgheld, over de ontwikkelingen aan de Koesteeg. En op agendapunt 8, het derde verzamelplan buitengebied, hebben aangegeven dat meneer Braakman over het onderdeel Hagenweg 20 wil inspreken. Meneer De Beaufort over het onderdeel Mataram. De heer Van Pelt en de heer Berendijk, gezamenlijk, over de Amstelhalve aanpassing Oosterkampen 5a. En meneer Knotters over een niet opgenomen onderdeel. Het spreekrecht, daar hebben we spelregels voor. Iedereen mag inspreken over de inhoudelijke onderwerpen die op de agenda staan. Maximum van een half uur hebben we als vergaderorde staan voor alle insprekers. En dat betekent dat elke spreker maximaal 5 minuten krijgt. Het is al gedeeld met de insprekers. Ik vraag u plaats te nemen achter het spreekgestoelte voor degene die aan de beurt is. En na elke inspreker is er gelegenheid om vragen te stellen aan de inspreker. Ik zal bij bijna 5 minuten aangeven dat u tot een afronding kunt komen. Mag ik uitnodigen meneer Manassen, mede namens de omwonenden van het Westeinde Ankermedijk, over de beoordelingscriteria zonneparken op Maaiveld. Van harte welkom. Dank u wel. Het landschap is geen museum, liet Nelly Kroes weten toen kunstenaars rond 1990 in de Betuwe aandacht vroegen voor het door voorgenomen dijkverzwaringen bedreigde landschap. Alexander Arsje, directeur van Kronos Solar, zei iets soortgelijks tegen onze groep bewoners van Westeinde en Ankermerdijk toen hij op bezoek kwam nadat wij verontrust waren geworden doordat twee buurtgenoten ons de voornemens kwamen mededelen om land rondom onze huizen te verhuren aan deze Duitse firma voor het inrichten van een zonnepark. Hij zei, u heeft wel percelen gekocht, maar niet het uitzicht. Geen fijne binnenkomer. Of wel, want meteen werd duidelijk dat dit vooral om geld gaat. De huur bedraagt 3000 euro per hectare en ze komen naar hun zeggen ons te kleinschalige land, omdat hier zulke gunstige subsidievoorwaarden zijn. Materie gaat dus boven landschappelijke waarden en erger ook boven sociale waarden. Terwijl duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid mooi past bij sociale cohesie, belangrijke eigenschap van naberschap, werd door wijze van mededeling en het voornemen zelf een wig geslagen in onze buurt. In dezelfde tijd sprak de wethouder met de raad af om criteria te leveren voor zonneparken op Maaiveld en die worden nu besproken. College en raad. Het is u bekend dat wij toen een handreiking hebben gestuurd met criteria en argumenten om tot verantwoorde toepassing te komen van zonne-energie. Daar zien wij te weinig van terug in de nu voorliggende stukken. Het college heeft gekozen voor een liberale en vage benadering die u, raad, moet afwijzen. Waar behoefte is aan duidelijkheid, redelijkheid voor iedereen vooraf, voorzien wij, als dit beleid wordt, sociale onrust, eindeloze onderhandelingen, oneerlijke en op gemeenteniveau onvergelijkbare uitkomsten.
Laat het niet over aan de markt, maar regel het rechtvaardig, redelijk en voor de gehele regio collectief. Ik breng nog twee nieuwe punten ook onder uw aandacht. A. Ambitie. Het energiedossier zou minder lastig worden als Dalfse een wat minder ruime jas aantrekt. Nummer 1, het beste jongetje in de klas in de niet eens bestaande duurzaamheidswedstrijd willen worden, vinden wij een onnodige, weinig realistische ambitie, vooral als dat gepaard gaat met nummer 1 worden in veranderen van een vreedzame, landschappelijk ook voor toeristen bijzonder aantrekkelijke gemeente in een lelijke, verdeelde en minder bezochte gemeenschap. B. Geduld. Daarnaast wijs ik op het risico dat er nu, mede onder de druk van een niet-lokale aanvraag, beslissingen worden genomen die technologisch binnenkort dusdanig achterhaald kunnen zijn, dat met spijt niet is gewacht op kleinschaliger en anderszins vriendelijker oplossingen met hetzelfde rendement. Dat is niet achteroverleunen, maar verstandig rentmeesterschap. Dan herhaal ik onze criteria. Voor toelichting zie onze documentatie in de volgorde van de zwaarte. Schaal. De maximum oppervlakte te bebouwen land per initiatief bedraagt 4 aaneengesloten hectares en clustering is niet toelaatbaar. Daarbij is de afstand tussen grenzen van 2 zonneparken tenminste 2 kilometer. 2. Afstand. Minimum afstand tot een woning is 500 meter. Overlast. De spreiding van initiatieven over de gemeente Dalfsen geschiet gelijkmatig. Geen zonnepark als burgers al offers brengen, doordat zij windmolens, hoogspanningsmasten, opgewaardeerde autowegen of grootschalige bio-industrie moeten verdragen. Compensatie. Maak normen voor zowel het definiëren van wie overlast ondervinden en in welke mate, als voor de hoogte en vorm van de desbetreffende niet onderhandelbare schadeloosstelling. Tot slot. Kijkend door de poort van het bos zie ik in de verte groene velden met stroken zonlicht. Daarachter de coulissen van hoge bomen, al in zomertooi. Dan, van opzij, beweegt de eerste koe van links naar rechts, gevolgd door een grote stoet, statig als in een processie van vreugde om het leven. Maar, als in een nachtmerrie, zie ik legioenen van staal en glas, opgesteld in een koude en harde slagorde, zover als het oog reikt, bewegingloze dood. Nu zijn ook de velden verdord, nadat de grutto's, de kieviten en de laatste wulpen zijn verdreven. Het Dalfser veld bestaat niet meer. Aan u, gemeenteraad, de keus tussen leven en nachtmerrie. Dank u wel. Dank u wel, meneer Manassen. Een mooie bloemlezing ook nog. Ik wil de raadscommissie vragen, zijn er vragen? Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Manassen, ik weet dat u bent de fracties langs geweest en u hebt onder andere daar uw criteria voorgelegd. Hebt u die ook voorgelegd aan het college? Ja. Oké. Okay. Wel, meneer Lochtenberg, nog meer vragen? Meneer Royak is D66. Ja, ik had even een vraag over de criteria. U noemde helemaal aan het eind een aantal dingen. Maximaal 4 hectare, de volgende op 2 kilometer, minimum afstand, woning 500 meter. Waren dat die criteria waar ja. u op doelt? Ja. Zijn er vier hoofdcriteria. Duidelijk? Nog meer vragen aan meneer Manassen? Dan wil ik u hartelijk danken voor uw inbreng. Graag gedaan. Straks zal de discussie plaatsvinden. Oké. Dank u wel. Mag ik uitnodigen meneer Borghelts over de ontwikkelingen aan de Koersteeg in het kader van het bestemmingsplan Crisis en Herstelwet Kernen gemeente Dalfsen 2016. Voor u ook 5 minuten. En... Wilt u daarna blijven staan? Dank u. Ik ben hier om een reactie te geven op de nota van zienswijzen opgesteld naar aanleiding van het bestemmingsplan Kernen Dalfsen 2016. Ik reageer hier op de bestemming van Koersteeg 15, 15a, 17, 17a te Dalfsen, een locatie die direct grenst aan mijn woning aan de winkelkamp 14 te Dalfsen. In 2005 is na uitvoerig overleg met de gemeente, projectontwikkelaar en aanwonenden een schriftelijke overeenkomst gesloten waarbij er overeengekomen is dat er op deze locatie 4 vrijstaande woningen gebouwd zouden worden. Ook is er destijds een partiële bestemmingsplanherziening voor deze locatie vastgesteld, waar deze bestemming van maximaal 4 woningen duidelijk in staat. Circa 2 maanden geleden werd ik erop geattendeerd dat er gesondeerd werd op deze locatie.
Een buurman die overleg had gehad met een medewerker van dit bedrijf, concludeerde dat er een plan zou liggen voor veel meer dan 4 woningen. Hierop heb ik het conceptbestemmingsplan Kern Delft 2016 ingezien. En tot mijn verbazing zag ik dat dit bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid te bouwen van blokken, woningen van maximaal 4 aaneengesloten wooneenheden. Binnen het bouwblok passen op deze manier allicht wel 16 woningen. Als reactie hierop heb ik een zienswijze op dit bestemmingsplan ingediend. Hierbij verzocht ik de gemeente de bestemming te veranderen in de bestemming die het altijd had, namelijk maximaal 4 woningen. De gemeente heeft aangegeven niets met mijn zienswijze te doen. Het bestemmingsplan Kern en Dalsen 2016 is namelijk een conserverend plan waarbij bestaande bestemmingen 1-op-1 worden overgenomen. In casu is de bestemming die deze locatie had in het bestemmingsplan Kern en Dalsen 2012 dus 1-op-1 overgenomen. Hierop heb ik de gemeente uitleg gevraagd over het hoe, wanneer, waarom van deze wijziging. Uiteindelijk heb ik de heer Lammertsen gesproken die aangaf dat deze wijziging in het bestemmingsplan Kern en Dalsen 2012 per abuis of niet per abuis veranderd is. Het bestemmingsplan Kern en Dalsen 2012 was echter ook een conserverend plan. In een verslag van het college van BMW uit april 2013 kan ik hierover het volgende terugvinden. Ik dicteer. Al een aantal jaren is de gemeente bezig om voor alle gebieden binnen de gemeente een nieuw bestemmingsplan te maken. Eén daarvan is een nieuw bestemmingsplan voor de Kern Dalsen, inclusief de bedrijventerreinen. Voor bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar geldt namelijk op grond van de WRO een actualiseringsverplichting voor 1 juli 2013. Door het vaststellen van het bestemmingsplan Kern Dalsen 2012 wordt hieraan voldaan. In het plan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het gaat alleen om actualiseren en digitaliseren van de bestemmingsplannen. Einde van de dictaat. Hieruit kan ik maar één conclusie trekken, namelijk dat er iets fout gegaan is. De bestemming is immers wel veranderd, van 4 vrijstaande woningen naar circa 16 rijtjeswoningen. De wijze waarop ik deze bestemmingsplanverandering kan terugvinden in het bestemmingsplan 2012 is een verandering op de plankaart. Hierop is het symbooltje van een 4 met een doorgetrokken vierkante kader veranderd in het symbooltje van een 4 met een onderbroken vierkante kader. Een verandering die past op 1 vierkante centimeter op een plankaart van de bestemmingsplan Kern Dalsen 2012. Meer stukken heb ik niet kunnen vinden. Het kan toch niet zo zijn dat dit ook alles is wat er is? Ik mag toch hopen dat er onderbouwde stukken zijn? Is er bijvoorbeeld planologisch onderzoek verricht? Ik betwijfel het. Komende van de N340 is de Koesteeg de entree van het dorp. De bebouwing langs de Koesteeg bestaat nagenoeg alleen uit vrijstaande woningen. En de gemeente zou dan toestaan dat er rijtjeswoningen gebouwd mogen worden? Wat mij betreft is die logica ver te zoeken. Communicatie. Communicatie over deze wijziging heeft niet plaatsgevonden. Enkel wie destijds de moeite had genomen een studie te maken van het conserverend bestemmingsplan 2012, een plan waarvan de gemeente immers zelf heeft gezegd dat het geen nieuwe ontwikkeling mogelijk zou maken, had het kunnen weten. Tenminste, als diegene die verandering op die ene vierkante centimeter dan wel was opgevallen. Ik en met mij circa 10 aanwonenden hebben hier op deze wijze geen notie van genomen. Ik ben van mening dat dit mij als burger niet verweten kan worden. Een gemeente is er toch om de burger te beschermen en goed in te lichten indien bestemmingsplanwijzigingen van deze aard worden doorgevoerd. Dan mag je toch verwachten dat de gemeente de burger hierover uitgebreider informeert en dat niet doet door een verandering op die ene vierkante centimeter in het bestemmingsplan Kern Dalsen 2012. Een plan, ik zeg het nogmaals. Wilt u afronden? Ja, waarvan de gemeente zelf zegt dat daarin geen veranderingen zullen staan. Ik vind dat de gemeente daarin ernstig tekortgeschoten is. Het behoeft lijkt me geen verder betoog dat ik en met mij een tiental buren uiterst onaangenaam verrast zijn door deze ontwikkelingen. Ik hoef u natuurlijk ook niet uit te leggen dat de financiële schade door deze bestemmingsplanwijziging fors zal zijn. Ik wil de gemeente dan ook verzoeken de bestemmingsplanwijziging alsnog ongedaan te maken en de bestemming weer te wijzigen in maximaal 4 woningen. Dit is namelijk de bestemming die deze locatie had en weer zou moeten hebben. Bedankt voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Borgeld. Wie van de commissieleden heeft vragen? Meneer Royak, D66. Ik heb een vraag. U zegt dat u een schriftelijke overeenkomst heeft over die 4 vrijstaande woningen. Kunnen wij die ook krijgen? Er zijn met een 10-tal aanwoners schriftelijke overeenkomsten gesloten en die zijn voorhanden. Ja. Oké. Dat zie ik graag tegemoet. Ja, is goed. Dank u wel, meneer Royak. Is nog meer vragen? Voorzitter. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel. Meneer Borgert, u heeft in 2012 blijkbaar niet gezien dat het gewijzigd is.
Maar buiten de communicatie om tussen de u en de gemeente, of uw bewoners en de gemeente, uw bezwaren tegen sociale koopwoningen of rijtjeswoningen, waarop zijn die gebaseerd? Uit uw uitzichten of alleen maar omdat het anders is geworden? Het is natuurlijk nogal een wijziging als je van 4 naar 16 woningen gaat op dezelfde grondoppervlak. Een wijziging in alle aard. Of ik krijg nu als buren één vrijste woning of veel meer rijtjeswoningen. Ik denk dat het verder geen betoog hoeft dat dat een verschil is. Natuurlijk heb ik op zich niks tegen, geen probleem met rijtjeswoningen. Alleen hier is anders afgesproken in 2005. Oké, dank u. Dank u wel, meneer Jutten. Nog verdere vragen? Dank u wel voor uw betoog, meneer Borgeld. Gaan we naar het derde verzamelplan buitengebied, waar meneer Braakman over het onderdeel Hagenweg 20 wil inspreken. Voor u geldt ook maximaal 5 minuten. En ik zal aangeven wanneer u tot een afronding mag komen. Geachte gemeenteraad en aanwezigen, ik spreek hier mede namens de overige bewoners van Hagenweg 24 in zaken de geplande activiteiten op Hagenweg 20. We zien ons genoodzaakt om een toelichting te geven op onze zienswijze. Allereerst wil ik vermelden dat wij op een prachtige locatie wonen in het buitengebied van de gemeente Dalfsen. Al onze directe buren zijn particulieren. Rust en ruimte kenmerkt deze omgeving. De afstand van onze tuin tot aan het perceel van Hagenweg 20 bedraagt 8 meter en vanaf ons slaapkamerruim circa 20 meter. Wij zijn dus van mening dat wij belanghebbenden zijn in deze zaak. De afstand waarop de activiteiten mogen worden uitgevoerd bedraagt 50 meter voor buitenactiviteiten en 100 meter voor de hondenopvang of hondenhotel. Dat honden veel geluid kunnen produceren hoeven wij denk ik niet over te discussiëren, zeker wanneer vreemde honden bij elkaar worden gebracht. Wij zijn dan ook wel degelijk bang dat onze woon- en leefklimaat in het geding komt en zijn van mening dat vaste afstanden hier niet zoveel over zeggen. De gemeente stelt dat er geen geluidsoverlast zal zijn. Echter heeft men dit niet akoestiek laten onderzoeken. Hetzelfde geldt voor het verkeer. Hier is ook geen onderzoek naar gedaan. In de reactie op onze zienswijze werd ten onrechte alleen gesproken over het doorgaande deel van de Hagenweg. Hagenweg 20, 24 en 26 zijn gevestigd aan een doodlopende weg. Deze weg die aan onze tuin grenst, biedt naast toegang aan ons eigen perceel toegang aan de percelen 20, 26 en een aantal agrarische percelen. Dus momenteel komen er hooguit 4 tot 20 auto's langs onze tuin. In welke mate er sprake is van een toename van het aantal verkeersbewegingen, zou dan ook uitgegaan moeten worden van deze situatie. De verwachte extra verkeersbewegingen. In de ruimtelijke onderbouwing van het plan staat dat bij cursussen voor honden er tijdelijk bij een groepswisseling maximaal 40 personen aanwezig mogen zijn. Dit betekent toch dus dat op deze piekmomenten al gauw 40 auto's in korte tijd langs onze tuin rijden. Hier komen de verkeersbewegingen voor de zorgactiviteit, het voerverkoop, het dierenhotel en de hondenuitlaatservice nog bij. De extra verkeersbewegingen door de geplande activiteiten zullen dan ook een veelvoud zijn van de huidige verkeersbewegingen. Dus nogmaals, wanneer er op piekmomenten 40 personen aanwezig zijn bij een groepswisseling, zijn er ook al gauw 30 honden voor de cursus aanwezig, met de 10 honden uit de opvang en de 3 eigen honden van initiatiefnemers zijn er 43 honden. Laat het er 20 meer of minder zijn, maar ik verwacht wel degelijk dat je op een afstand van 50 of 100 meter dit duidelijk kunt horen. Omdat de voorgenomen activiteiten niet passen in het bestemmingsplan, is een aanpassing van het bestemmingsplan wonen nodig. Dit zou moeten gebeuren via de regeling voor vrijgekomen agrarische bebouwing. Het FAP-beleid vinden wij een zeer goede regeling, wat bijna altijd een win-win situatie oplevert. Wij vragen ons alleen af of het FAP-beleid van toepassing is in deze situatie. Op locatie Hagenweg 20 worden al tientallen jaren geen agrarische activiteiten meer verricht. Ook is al ruim voordat de initiatiefnemers eigenaar werden van Hagenweg 20 de agrarische bestemming van Hagenweg 20 ingetrokken.
Dus hebben de initiatiefnemers circa 3 jaar geleden een woning gekocht waar enkel een woonbestemming op rust. Er is dus nu ook geen sprake van vrijgekomen agrarische gebouwen. Ons inzien valt dit initiatief dus sowieso al niet onder het FAP-beleid. Wanneer de gemeente van mening is dat het initiatief wel onder het FAP-beleid valt, zou dit ook zodanig getoetst moeten worden. Omdat er geen sprake is van een agrarisch bedrijf of activiteiten, is er geen wisselgeld of voordeel voor de omwonenden. Het milieu en om de leefbaarheid te verbeteren. Hierdoor is het dan ook niet mogelijk om aan de gestelde voorwaarden van het FAP-beleid te voldoen. Wilt u komen tot een afronding? Ja. Ik wou 3 punten in het FAP-beleid toelichten waar naar mijn idee niet aan voldaan kan worden. Alle activiteiten die buiten plaatsvinden moeten goed landschappelijk ingepast worden en mogen geen hinder voor de omgeving opleveren. Zoals eerder omschreven verwachten wij wel degelijk hinder. Punt 2. De vervolgactiviteiten mag geen achteruitgang betekenen voor natuur, landschap, milieu ten opzichte van het agrarische bedrijf, maar bij voorkeur een verbetering. In het FAP-beleid wordt gesproken over de punten verkeer, geluid en landschap. Hier is de win-win situatie in het wisselgeld waar ik eerder over sprak aan de orde. Omdat er geen sprake is van een voormalig agrarisch bedrijf, is het niet mogelijk om geen achteruitgang of een verbetering te boeken op de punten geluid en verkeer. Oftewel, de vervolgactiviteiten betekenen een achteruitgang voor ons woon- en leefklimaat. En punt 3, de verkeersaantrekking mag slechts in beperkte mate toenemen en wordt de huidige situatie als uitgangspunt genomen. En zoals eerder omschreven gaat het niet lukken. Mag ik u vragen nu uw betoog te beëindigen? Ja, afsluiting in conclusie. Wij verwachten wel degelijk overlast te hebben. Het FAP-beleid is naar ons idee niet aan de orde. Kan niet aan de voorwaarden voldaan. We verwachten dat de continuïteit in bouw van het FAP-beleid in gevaar komt als dit plan wordt doorgevoerd. En het is ons niet duidelijk op basis waarvan dit plan zou moeten of mogen worden aangepast. Ik hoop dat er wat mee wordt gedaan. Dank u wel, meneer Braakman. U heeft uw tijd genomen. Ja. Wat dat dan gaat. Aan de commissie wil ik vragen, zijn er vragen aan meneer Braakman? Fijn dat u ook op papier heeft meegegeven wat u heeft betoogd. Meneer Jutten. Bedankt voor uw bijdrage, dat was heel uitgebreid. Ja. Misschien nog iets te kort voor u. Heeft u ook bij de initiatiefnemers zelf gesprekken gehad vooraf? Ja. En daar kon u geen consensus mee vinden? Ik verwacht dat ze het beste voor de buurt en voor de honden voor hebben. Maar naar mijn inziens, als je activiteiten met honden hebt, en zeker met zulke groepen, dan ontkom je er niet aan dat overlast is. En met verkeer idem dito. Dank u wel. Nog meer vragen? Meneer Lochtenberg, zeer ja. Dank u, voorzitter. Ik wil nog eens voor u navragen of u gaat er nu vanuit dat als het een voormalig agrarisch bedrijf is, dat er dan geen sprake meer is van het vrijkomen van agrarische bebouwing. In mijn beleving is dat niet zo, maar wil ik even voor u navragen of we daar vanuit kunnen gaan. Of dat het gewoon zijn voormalige agrarische gebouwen en die worden opgeruimd. Ja, dat ben ik met u eens, maar qua overlast wordt er ook teruggerenereerd naar de voormalige activiteiten. En omdat die particulier zijn, is er op het moment geen overlast. Dus is er al gauw een toename van het overlast. Nee, oké, daar hebt u zeker een punt. Alleen ja. Het inbrengen en het opruimen van voormalige agrarische gebouwen, of vrijkomende agrarische gebouwen, zeg maar, heeft voor mijn gevoel niet per definitie te maken met of het nou net recent gesloten is of niet. Daar ben ik met u eens. Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Nog meer vragen? Geen vragen. Dank u wel, meneer Braakman, voor uw betoog. Jullie ook bedankt. Ja. Mag ik meneer de Beaufort over het onderdeel Mataram uitnodigen? Ook voor u geldt 5 minuten. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik stel het bijzonder op prijs dat ik hier vanavond over het verzamelplan buitengebied het een en ander mag zeggen. En dan in het bijzonder over het onderdeel dat mij aangaat, Mataram. En ik zal u zeggen waarom ik dat plezierig vind. In de eerste plaats staat, als het goed is, de Raad op het punt om binnenkort een belangrijke beslissing voor het bestaan van Mataram te nemen. En dan vind ik het ook goed om de Raad het gezicht achter dat plan te laten zien.
En dat is ook een van mijn belangrijke drijfveren om hier vanavond te zijn. Om acte présence te geven en ook te laten zien wie de persoon is die achter het verzoek staat en die belanghebbende is bij dat onderdeel van het wijzigingsvoorstel. Ik wil het daar niet bij laten. Ik wil ook beginnen, voordat ik eens flink uit ga pakken, met een positieve opmerking te maken. Ik moet u zeggen, het is een zaak van lange adem geweest, maar dat hoort erbij. En in de historie van een buitenplaats is het misschien nog helemaal niet zo erg lang. Ik wil wel kwijt dat we in het overleg dat we met de gemeente gehad hebben, overwegend positieve reacties gekregen hebben. Ik moet zeggen dat zowel de wethouder als de ambtenaren met ons meegedacht hebben, zeer toegankelijk waren, voor overleg openstonden en ook ons ideeën en suggesties aan de hand gedaan hebben. Ik vind het een goed voorbeeld van samenwerking met de gemeente. Een onderdeel daarvan was ook om mee te doen in dat verzamelplan. En dat blijkt voor ons en ik denk ook voor de gemeente een heel nuttig instrument te zijn. Met plezier heb ik gelezen in de stukken die voor uw bijeenkomsten opgesteld staan zijn, dat de gemeente ziet dat buitenplaatsen en landgoederen in Dalfsen een hele belangrijke functie vervullen. En dat voor die buitenplaatsen en landgoederen ook mogelijkheden gecreëerd moeten worden door de jaren heen om de boel draaiend te houden, de boel in stand te houden en die functie die zij vervullen ook om die functie die zij vervullen ook te kunnen blijven vervullen. In het overleg is er hier en daar wel, het was wel eens duidelijk dat zowel de ene kant als de andere kant niet helemaal wist hoe het nou even verder moest. Maar het positieve is dat er altijd wel een oplossing gevonden is. Ik wil echter één kritische kanttekening plaatsen en dat heeft betrekking op het voorstel dat de gemeente gedaan heeft voor de anterieure overeenkomst. U heeft gezien dat het verzoek is geweest om 3 woningen op Matarm te kunnen realiseren. Het voorstel dat nu op tafel ligt en dat ook vastgelegd is in die anterieure overeenkomst, daar willen we ook niks aan veranderen, maar ik wil er wel op wijzen wat de achtergrond daarvan geweest is. Het voorstel wat voor die 3 woningen in de overeenkomst van de zijde van de gemeente gedaan is, dat was ons eigenlijk wat te guchtig. Want daarin werd in de eerste plaats een verplichting opgelegd om die woningen te realiseren, terwijl zekerheden op dit ogenblik daar helemaal nog niet over bestaan. En bovendien, en dat vond ik zelf heel erg merkwaardig, was er ook een verplichting in opgenomen om binnen een veel kortere termijn de herstel- en onderhoudswerkzaamheden in het groen, want het was ingepakt in een rood voor groen project, om die te realiseren. En daarvan heb ik gedacht, ja, dat vind ik toch eigenlijk heel erg merkwaardig, want het wordt toch opgetuigd om middelen te genereren om die investeringen, die verbeteringen in het groen te doen, die zullen er dan toch eerst moeten zijn. Maar het voorstel wat gekomen is, ging van een andere gedachte uit en daar zijn we op dat moment niet uitgekomen in die zin dat ik daarmee akkoord gegaan ben, maar we hebben wel een andere oplossing gevonden. En die oplossing houdt in ieder geval in, mag ik de vragen af te ronden, meneer? Ja, die houdt in ieder geval in dat ik nu aan de slag kan op Matarm. Dat betekent ook dat er nog het een en ander te doen is, ook in het overleg met de gemeente, daar waar de wijzigingsbevoegdheid ingeroepen zal worden en ook daar waar de omgevingsvergunningen voor hetgeen wat gerealiseerd moet worden, besproken moet worden. Maar ik wil met een positieve noot eindigen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook in goed overleg tot een goed einde voor Matarm gebracht kan worden. Dank u wel. Dank u wel, meneer de Beaufort. Zijn er vragen vanuit de commissie? Geen vragen, dan heeft u helder betoog gehouden. Dank u wel voor uw inbreng. Mag ik de heren Van Pelt en de heer Berendijk over de Oosterkampen 5A vragen inspreken?
Ja, dank u voorzitter. Het gaat om de locatie Oosterkampen 5A. U heeft bij de stukken een uitvoerige brief kunnen zien, waarin wordt weergegeven, joh, wat is er in de afgelopen tijd allemaal gebeurd hè, voor wat betreft gesprekken met de gemeente. U heeft kunnen zien dat er in 1978 een vergunning is verleend voor een schapenstal. En hier draait het nu om een kleine uitbreiding van die schapenstal. Het gaat hier om een uitbreiding van een schapenstal die al in de periode 2003-2007 daar is gerealiseerd. Wat we eigenlijk vragen is zeg maar die aanduiding schuilstal wat te vergroten. En dan gaat het om een oppervlakte van zeg maar circa 30 vierkante meter. Eigenlijk als je kijkt naar het landgebied is dat zeer beperkt, dat is miniem. En wat we eigenlijk vragen is, gemeente geeft daar de medewerking aan om voor wat betreft het bestemmingsplan die aanduiding wat groter te maken. Nou, meneer Berendijk wil daar schapen gaan houden. In dat verband heeft u aangegeven dat hij zeg maar 30 schapen wil houden. En voor die 30 schapen, kijkend naar het dierwelzijn en zo, heb je per schaap een oppervlakte nodig van 2,5 vierkante meter. Daarnaast heb je natuurlijk werktuigen, voeropslag, et cetera. En daar voldoet zeg maar, de huidige stal niet aan. Althans niet volledig. En wat we eigenlijk willen is een wat grotere ruimte. De gemeente zegt van ja, dit is geen agrarisch bedrijf, het is niet volwaardig. Nou, bestemmingsplan vereist ook geen volwaardige agrarische bedrijven. Het vereist een bedrijfsmatige activiteit. Nou, dat gaat meneer Berendijk hier ondernemen. Het is dus niet zo dat er een groot agrarisch bedrijf ontstaat. Dat is ook niet nodig voor die 30 schapen. De gemeente zegt, ja, had je maar een andere locatie, bestaande locatie moeten kopen. Ja, daar is dan weer de activiteit veel te beperkt voor. Kijk, meneer Berendijk heeft geen belang bij een groot agrarisch bedrijf wat beschikbaar is. Want dan krijg je met gebouwen, ja, dan heb je veel te veel gebouwen, heb je met een woning te maken. Dat is allemaal niet nodig voor deze activiteit. In dat verband zeggen we, nou, gemeente, het is een agrarische bestemming. Het is vroeger verleend voor een agrarisch schapenbedrijf. Nou, geef wat meer ruimte aan meneer Berendijk. En meneer Berendijk wil daar zelf nog wat aan toevoegen. Ik had de schapenstal al gekocht. En voordat ik het gekocht had, ben ik bij de gemeentehuis geweest en heb ik gevraagd van, wat mag ik daarmee? En er staat een uitbouw staat erachter. En ja, toen zeiden ze tegen mij van, ja, je mag daar niks mee. Dus ja, niks is een beetje grof zeggen. Ik zei, mag ik het opknappen? Ja, dat mag. Nou, met die woorden ben ik weggegaan. En daar heb ik vorig jaar ben ik daar mee bezig gegaan. En ik had nog een ander stalletje erbij gezet, een driewandensysteem. En Jan Loeverman die belt mij en die zegt van Edwin zegt dat die aanbouw die moet weg. Ik zeg, welke bedoel je? Ja, aan de achterkant of aan de voorkant? Nee, aan de voorkant zegt hij. Aan de achterkant heb ik geen probleem mee, aan de voorkant. Ik zeg nou, die leg ik binnen 14 dagen leg ik die plat en dan is die weg. Nou, en met die woorden ben ik daarmee verder gegaan en nou, ik weet niet precies meer, maar anderhalve maand, twee maanden later zegt hij, ja, Edwin, zeg maar, die uitbouw daarachter, die moet ook weg. Ik zei, ja, maar u hebt zelf tegen mij gezegd, die mag blijven staan. En daarom heb ik gevraagd van, ja, wat is hier eigenlijk aan de hand? En toen zegt hij tegen mij van, ja, er zit helemaal geen bestemming meer op. Ik zei, ja, dat vind ik wel vreemd, want er staat hier een gebouw van 30 jaar en er zit geen bestemming meer op. Ik zei, wat is hier eigenlijk aan de hand? En toen begon het allemaal te rollen. En ja, er zit geen vergunning op. Ja, ik zeg, nou, volgens mij zit er wel een volledige vergunning op. Nou, hij zegt hij, daar twijfel ik aan. Ik zeg, nou, dan ga ik er verder uitzoeken. Met een anderhalve dag belt hij mij op. Van Edwin, ik heb toch een vergunning gevonden. Ja, dat vind ik toch wel een beetje vreemd allemaal wat hier aan de hand is. En zodoende sta ik hier nou. En ja, waar moet ik hier nou mee? Met mijn goede bedoelingen daarmee. Dank u wel, meneer Berendijk en meneer Van Pelt. Zijn er vragen aan de heren, aan een heer? Heeft u duidelijk aangegeven
waarom u heeft willen inspreken. Meneer Royakkers. Nou, ik snap precies wat u bedoelt. Mijn vraag is, heeft u ook iets op schrift? Welk opzicht bedoelt u? Nou ja, die toezegging dat aan de achterkant geen probleem was. Nou, als het goed is, de brief die ik vermeld, 1 juni, daar staat exact aangegeven wat er in het verleden allemaal gebeurd is. Daar staat in de brief van 1 juni. Zit bij de stukken. Ja. Dank u wel, meneer Royakkers. Zijn er verder nog vragen? Geen vragen. Dank u wel voor uw betoog. We gaan het erover hebben straks. En meneer Knotters is op weg naar het spreekgestoelte. Dat gaat niet lukken. Nou, een klein stukje die kant op. Heeft u hulp nodig? Dat is dan weer jammer, daar kan ik u niet aan helpen. Meneer Knotters, u weet hoe het werkt. U krijgt ook van ons 5 minuten maximaal. Helaas. Goed, ik heb het begrepen. Zeg maar dat die vorige sprekers met een bijzondere en vreemde beleving komen. Dus eigenlijk niks vreemds aan. Ik kreeg ooit een brief van de gemeente. Bij uw zomerhuis zijn 2 bijgebouwen waargenomen. Op de schouwlijst komen geen bijgebouwen voor. Ik vroeg de schouwlijst op bij de gemeente. Enige ambtenaren zochten een hele tijd. Toen zei een der ambtenaren, Knotters, we kunnen die lijst niet vinden en die bestaat ook niet. Ik kwam met de zaak bij de... Ja, het is ongelooflijk hoor. Dalfsen is een bijzonder dorp. Ik kwam met deze zaak bij de Raad van State en vertelde over de schouwlijst. De Raad van State besliste dat de samensteller van de schouwlijst en ook de burgemeester moesten komen. De ambtenaar Schuurman kwam met de schouwlijst. Op deze lijst kwamen wel degelijk 2 bijgebouwen voor. De voorzitter van de Raad van State liet door een medewerker de voor mij betreffende kopieën maken en overhandigde me deze met de mededeling van de gemeente Dalfsen niet krijgen is moeilijk, maar hier hebt u ze van mij. Dat kan. En ja, ik heb zulke avonturen meegemaakt. Ik denk dat het binnenkort verfilmd wordt. Klaas weet van de hoede en de rand. En op de vraag van ambtenaar Schuurman waar de schouwlijst zich normaal bevond, antwoordde deze ambtenaar in de kast, bovenin bij de collega's bekend. En de lijsten worden nog wel eens geraadpleegd. De 2 bijgebouwen mochten blijven staan. Dus als je niks doet, heb je het al verloren. Maar je moet er wel voor naar de Raad van State. En je moet wel een advocaat nemen die het op papier zet. Dus dat is nog wel kostend. En dan heb ik een boerderijtje. Vader noemt het boerderijtje aan de ankermeres Calimero. En wethouder Ophof, die zegt, ik wil het wel van je kopen. Dan breek ik die tent af en dan zet ik bij de bossen nieuw. Wethouder Ophof heeft het ontkend in hoge mate. Zelfs in de pers, zelfs tegen de BMW. Hij zegt, die Knotters doet spookverhalen. En dan op 12 januari 2002 gaat een zoon van mij op de fiets langs de boerderij, die nou de Vistrap heet, en neem 4 jongens waar die de hele inventaris stuk slaan en de ruiten kapot slaan en de inboedel naar buiten gooien. En bij een van die zoontjes was wethouder op of de zoon Wim. En dan gaat mijn zoon Gert, die meldt dat bij de politie. En dan krijgt hij zoveel last, dan moet ineens Calimero moet ontruimd worden. Er staat een caravan en een paar auto's en dan wordt het met geweld gedaan. En dan zeg ik, ja, maar ik heb een overeenkomst met wethouder Veldhuis van 14 januari 1998, je mocht de spullen staan, want jullie zijn voornemens om daar toch iets te doen en dat je geen ruzie met me wil hebben, dat daar gebouwd wordt. En dan zeggen ze, ja, er is geen verslag van gemaakt. Maar die, ja, en dan wordt weer net als met die schoollijst, wordt het weer ontkend. Nou, en dan gaat de zaak lopen. Er komt een proces, de advocaten van de gemeente wordt dat niet verteld, ook niet dat die jongens gedonderjaagd hebben. En zo gaat Thijs de boord in. En dan komen de 6 ambtenaren van de gemeente in Arnhem en die plegen alle 6 mijnheid over die situatie, die ontruiming. Want Bruggeman, die milieuambtenaar, die nam zo'n 15 tot 20 kuub zand mee die niet op de aanschrijving stond. Nou, en dan ga ik voor de aangifte naar mijn advocaat toe, die zegt, ach Knotters. Meneer Knotters, wilt u zich aan het onderwerp houden? Dit is het onderwerp. Het onderwerp gaat over het verzamelplan. Nee. Het onderwerp gaat over het boerderijtje Calimero. Dat is ook doorgegeven aan de telefoon. Het boerderijtje Calimero. Nou, en dan hebben de mensen die moeten mijnheid plegen onder druk van burgemeester Elvers, wat Johan Dijk me vertelt van de gemeente Dalfsen.
De jongens komen onder mij neer te staan bij het gerecht in Arnhem. En dan zeg ik tegen Spijdel, de advocaat in Enschede, je moet die mijnheer aankaarten. Nou, zegt Spijdel, daar gaan we voor. En dat blijkt nu dat de mijnheer nooit is bewerkstelligd door Spijdel. En dan komt er iemand die geattendeerd is op de zaak, Knotters. En dan wordt de mijnheer nog aangegeven dit voorjaar, 12 jaar na dato. En de mijnheer kan nu nog vervolgd worden en daar zijn we druk mee bezig. We hebben burgemeester Noorten gevraagd om een gesprek, omdat het een stinkende zaak is. Maar burgemeester Noorten zegt, ik kan niks voor je doen. Nou, dat is misschien wat makkelijk, zo ik ook met die overeenkomst is van... Wilt u afronden, meneer Knotters? 14 januari. Nou, ik hoop veel wijsheid. En misschien is de raad zo verstandig dat ze eens een keer een motie indient. En dat ze zeggen, Knotters, wij willen je hele verhaal wel eens horen. Het verhaal is trouwens op schrift, ik heb 8 kantjes. Ook dat wethouder Ophoff menig leugen verzint. Maar wethouder Ophoff is zelfs ook de dupe geworden van de ambtenaren. En die krijgt wel alles op zijn dak. En Jan is ook een oude man, zit er met zijn vrouw niet mee. Ik geloof niet dat we als gemeente hier altijd eerlijk en strikt is gehandeld. Ik bedank u. Dank u wel, meneer Knotters. Zijn er vragen bij de raadscommissie aan meneer Knotters over zijn inbreng? Nou blijft het stil. Nu blijft het stil, meneer Knotters. Er zijn geen vragen, dan was u misschien helder. Nou, het is er nou allemaal duidelijk. Dank u wel voor uw inbreng. Meneer Warmelink, wilt u ook even het knopje van het spreekgestoelte uitdoen? Ja, fijn, dank u wel. Dit was agenda punt 2, het spreekrecht van de burgers. En ik wil overgaan naar agenda punt 3, vaststelling van de agenda. Er was een agenda voorgesteld, maar gezien het spreekrecht wat we net hebben gehad en het aantal burgers wat belang heeft bij een wat vlottere behandeling dan achteraan, stel ik voor om de agenda punten 6, 7 en 8 eerst te behandelen en vervolgens de agenda zoals voorgesteld. En dat betekent dat we punt 6 van de agenda, beoordelingscriteria zonneparken, als eerste behandelen. Daarna agenda punt 7, bestemmingsplan Kernen. Daarna agenda punt 8, derde verzamelplan buitengebied. En dan gaan we weer terug naar nummer 4, jaarrekening 2016. Agenda punt 5, locatiekeuze jongerenontmoetingspunt. Agenda punt 9, de eerste bestuursrapportage. Voorzitter? Voorzitter. Meneer Rooijakkers, neem me niet kwalijk, sorry. Was er nog iemand anders? Als u toch de agenda volgorde wil doen, misschien kun je dan ook met agenda punt 5 beginnen in plaats van agenda punt 6, want er zitten misschien ook mensen voor in de zaal. En, we hebben de insprekers aangehouden, meneer Roy. Oh, oké, sorry. Ja, dat was eigenlijk onze overweging. Dat was de overweging, maar in het algemeen wilde ik iets over de agenda zeggen, want ik vind het veel te vol. En ja, wat is uw voorstel daarin? Om dingen af te voeren. Nou, ik zou zeggen strak vergaderen en ik ga proberen u als voorzitter daar doorheen te leiden. Zullen we het proberen? En ik wil u alle vragen daaraan mee te werken. Moet vast lukken. Punt 5. Meneer Rooijakkers stelt voor dat als eerste te behandelen. Wat vindt de... Ja, dat wou ik ook voorstellen, voorzitter, omdat daar ook mensen voor op de tribune zitten. Ja, maar dan stel ik voor 6, 7 en 8 en dan de jongerenontmoeting. Volgens mij eerst 5, dan 6, 7, 8. Hoe 5, 6, 7, 8? Vergadering stemt daarmee in? Dan gaan we. Meneer Kouwen schuift weer aan bij het vervolg van de vergadering. Ik haal even de accountant op. De accountant wordt opgehaald. En ik wil voorstellen om naar agenda punt 4, ik laat me afleiden, definitieve jaarrekening 2016, meneer Van Leeuwen. Als eerste wil ik mijn oprechte excuses maken voor de late behandeling van dit agendapunt, namens u allen. We weten ook waardoor het is veroorzaakt. We hebben een grote agenda, we willen strak vergaderen, dat proberen we ook te doen. Onze excuses, mevrouw Vetkamp, ook voor u. Ik zal straks de accountant ook onze excuses maken. Want mevrouw Vetkamp is aangeschoven bij de wethouder als ambtelijke ondersteuning. En ik zou... Ik hoor dat we een momentje gaan scorsen, want we wachten even op de accountant.
Ik heropen de vergadering na deze korte schorsing. Van harte welkom, meneer Bouwman, meneer Hof. Onze excuses voor de late behandeling van dit agendapunt door omstandigheden naar achteren geschoven. En dat heeft ook weer met burgerparticipatie te maken. En ja, het democratisch besluit heeft besloten om het agendapunt op dit moment te behandelen. We hebben de conceptjaarrekening al een stukje besproken op 15 mei. Afgelopen jaar is een nieuwe accountant aangewezen en de controle daarvan kon pas later starten. De controle is nu afgerond. Het conceptverslag van bevindingen heeft de Raad ontvangen. En de jaarrekening zelf is op een aantal punten aangepast bij die conceptjaarrekening die we eerder besproken hebben halverwege mei. En er is een overzichtje van de wijzigingen bijgevoegd, zodat het duidelijk is welke wijzigingen het betreft. Voorafgaand aan deze raadscommissievergadering heeft een aantal van u kort technisch overleg gehad met de accountant en kennis kunnen maken. Meneer Bouwman en meneer Hof zijn aanwezig namens BDO, ik zeg het goed, hoop ik. En ik wil u vragen om kort uw toelichting te geven op het verslag van uw bevinding. En ik heb begrepen van de griffier dat u maximaal 5 minuten heeft gekregen. Ik ga nu... Nee. Ik wil u verzoeken het kort te houden voor zover dat mogelijk is. En nu ik aan het woord ben, ga ik ook de tijd nemen. Nee, dank u voorzitter. Nou ja, en het gaat soms zo. Ik heb het al vaker meegemaakt, dus prima. Ja, even een korte toelichting op de accountantsverslag. We hebben dit jaar voor het eerst de controle gedaan. En nou, wij zeiden tegen elkaar dat is eigenlijk in een goede samenwerking gedaan. En ja, we vinden het een mooie gemeente en die controle is ook best goed gelopen. Ja, desalniettemin heeft u een concept accountantsverslag voor u. Hè. Dat betekent dat we het nog niet afgerond hebben. Dat heeft eigenlijk te maken met dat wij nog een wachten op een controleverklaring van de BVO IJsseland, waarin de jeugdzorg zit. Het goede nieuws is denk ik wel dat we hebben begrepen dat morgen daar de controleverklaring wordt afgegeven. En dat zou betekenen dat wij dan overmorgen of, nou ja, wat is het dan, donderdag of zo, de verklaring kunnen verstrekken. Dus dat lijkt de goede kant op te gaan. Als je kijkt naar het controleverslag, dan hebben wij eigenlijk, want we hebben daar al een soort review gedaan in de veronderstelling dat al de controle eerder afgerond zou zijn. We hebben het grotendeels al kunnen reviewen en de voorlopige uitkomsten daarvan hebben we al meegenomen in ons accountsverslag. Nou, misschien even kort het dashboard. Hè. We hebben een accountsverslag geschreven, er staat altijd op 1A4'tje de belangrijkste samenvatting. Ik zei net al, het proces is goed gelopen wat ons betreft. En ja, als BVO IJsland de verklaring afgeeft die wij verwachten en zoals we hem gereviewd hebben en de uitkomsten niet wijzigen, dan koersen wij af op een goedkeurende controleverklaring. En dat is denk ik goed nieuws. Al met al heeft dat toch het nodige tijd en werk en energie gekost. En ja, de afgelopen jaren hebben toch veel gemeenten en volgens mij jullie ook toch een verklaring met beperking gekregen vanwege het sociaal domein. Dus ik denk dat prima is. Nou, verder hebben wij ja, wat in onze accountverslag wat geschreven over het resultaat en vermogen. Naar onze mening staat de gemeente Dalfsen er in financiële zin gewoon goed voor. En ook het resultaat is redelijk goed voorspellend. En ja, dat wijkt niet al te veel af van de begroting. Dus dat geeft een goede indruk. Nou, we hebben een aantal wat kleinere bevindingen, maar ik wil er toch ook, daar kunnen we eventueel over hebben als u zegt van er zijn specifieke vragen over. Belangrijk nog vind ik even te melden is dat we behalve ons oordeel geven en kijken naar de financiële positie ook even vooruitkijken en zeggen van wat is het komend jaar nou nog van belang. En daar hebben we een top 3 neergezet. En dat is dat we zeggen, ja, het sociaal domein gaat nu op een randje, hè, net op het randje gaat het goed, zeg maar. Hè. Er zijn nog wat onzekerheden. Wij zeggen, ja, het is toch wel verstandig om daar het komend jaar nog weer wat nieuwe stappen in te zetten en eerder zekerheid te krijgen over de prestatielevering, met name van het sociaal domein. En dat zit op alle terreinen. En verder is belangrijk, en dat geldt voor veel meer gemeenten en overheidsorganisaties, is goed te kijken naar de ICT-organisatie. Ja, wij zeggen als accountant ook is dat steeds belangrijker om de betrouwbaarheid van je systemen goed te hebben en daar goed inzicht in te krijgen. En daar alle voorwaarden nou ja, rondom autorisaties, passwords en dat soort zaken in je systemen goed te verankeren. En tenslotte ook een goede controle te kunnen doen op de aanbestedingsvoorschriften. Dus dat zijn stappen waarvan we zeggen, nou, dat zullen wij het komend jaar ook zeker follow-up aangeven. En dat zijn wat ons betreft de belangrijkste aandachtspunten naar volgend jaar.
Nou, wat mij betreft is dat een korte samenvatting dan, voorzitter. En als u zegt, er zijn specifieke vragen, dan beantwoord ik die graag. Dank u wel. En ik zal u vertellen, u bent binnen de 3 minuten gebleven. Waarvoor mijn hartelijk dank. En u heeft wel heel in het kort een heleboel gezegd. En ik wil eigenlijk nu de gelegenheid geven aan de raadscommissie om vragen te stellen, voor zover ze er nog zijn, want er zijn al een heleboel vragen gesteld tijdens de conceptjaarrekening. Vragen die er nog zijn. Mevrouw Ramerman, CDA. Ik heb inderdaad nog wat vragen, niet richting de account, maar richting het college. Maar ze hebben wel betrekking op de toelichting die net de accountant gegeven heeft. Net met name van, ja, hoe gaan we dit nu de komende periode aanpakken? Als je het over de IT hebt. Afgelopen periode hebben we meerdere malen gehoord dat het beveiligen van informatie en data steeds belangrijker wordt. En dat dit forse investeringen met zich meebrengt. Het verbaast ons dan ook om te lezen dat controles en processtappen niet worden uitgevoerd. Hoe gaat het college ervoor zorg dragen dat de controle en de processtappen wel worden uitgevoerd? Dan over het sociaal domein. Hoe gaat de wethouder sturen op het feit dat de prestaties inderdaad wel geleverd worden? Kort gezegd, welke maatregelen gaan we treffen? Met betrekking tot de verantwoording en de controleverklaringen van zorginstellingen, hoe gaan we oplossen dat de afgesproken deadlines wel gehaald worden? Dan met betrekking tot het inkoop- en aanbestedingsbeleid, hoe gaat de wethouder borgen dat de aanbesteding en inkoop aan de voorkant van het proces adequaat wordt geregistreerd? En dan mijn laatste vraag, de forse urenoverschrijding van de accountant, bijna 30%. Onder andere als onderbouwing naast de aanbesteding het sociaal domein, dat is me duidelijk. Maar de extra uren ingezet in zaken betalingsverkeer, kan de wethouder onderbouwen waar die betrekking op heeft? Voor zover mijn vragen. Dank u wel, mevrouw Ramerman. Meneer Warmelink, VVD. We hebben één vraag, en misschien is die al gesteld, maar dan hoor ik dat graag. Er is een tekort van 374.000 op sociale werkvoorziening, participatie. Mijn vraag is hoe het college denkt in 2017 op dit onderdeel break-even te draaien. Dank u wel, meneer Warmelink. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Eén vraag aan de accountant en twee aan het college. Mag dat tegelijkertijd? Graag, ja? Dank u. Allereerst de vraag richting de accountant. U stelt dat het voorspellingsvermogen van de gemeente goed is, dan wel groot is. Daar zou je tegenover kunnen stellen dat in de laatste 4 maanden van 2016 er in totaal in plussen en minnen 4 miljoen euro aan mutaties zijn geweest. Hoe verhouden die twee elementen zich tot elkaar? Kunt u daar eens iets over zeggen? Hoe groot is dat voorspellend vermogen nou in de werkelijkheid? Dan twee vragen aan het college. Dat is allereerst, we zouden graag even voorstel 3 van het raadsvoorstel uitgelegd willen zien. Wat zit daar nou precies achter? Dat is voor het eerst ook dat we dit voorstel zo zien. Misschien kan de wethouder dat even toelichten. En de derde vraag die sluit aan bij, denk ik, ongeveer de serie vragen die door het CDA zijn gesteld. Van alle aandachtspunten die door de accountants zijn neergelegd. Wat is het actieplan voor het college daarbij? Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Rooijakkers. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Ramerman die vroeg om te controleren of de prestaties waar geleverd worden, of de prestaties waar geleverd zijn. Maar volgens mij was de vraagstelling om het vast te stellen dat ze geleverd zijn. We zijn niet bang dat ze niet geleverd zijn, maar we willen het vaststellen, toch? Niet. Maar goed. Hetzelfde. Misschien. Dan is een vraag aan het college of dat wij een overzicht kunnen krijgen van uren, FTE's en arbeidskosten van de afgelopen jaren van de gemeente. Uitgesplitst naar overheid. Uren en kosten in het sociaal domein, inclusief inhuur, overige kosten en totaal. Omdat we een beetje de weg kwijt zijn geraakt in wat nou de ontwikkeling van de personeelskosten is geweest van de afgelopen jaren. Dan heb ik een vraag voor de accountant. Ik ben het even kwijt. Sorry hoor.
ben de vraag kwijt, voorzitter. Misschien mag ik straks nog heel even terugkomen. Natuurlijk mag dat. Meneer Van Leeuwen, mag ik u als eerste het woord geven? Of eerste accountant, wat zullen we eigenlijk... Ja, meneer Bouwman. Ja, dank u voorzitter. Er is volgens mij één vraag gesteld expliciet aan mij en daar hangt nog één, maar daar wacht ik nog even op. Ik heb gezegd, het voorspellend vermogen lijkt redelijk goed op orde. Kijk, wat ik daar als accountant altijd van... Allereerst wil ik even benadrukken dat, ook al zit er een gigantisch verlies of winst in de jaarrekening, kan nog steeds goedkeuren. Hè, dus ik hoef niks te vinden van het voorspellend vermogen, et cetera. Maar ik vind dat vanuit mijn natuurlijke adviesrol wel... belangrijk. En op basis van ervaring van de afgelopen jaren heb ik een soort norm ontwikkeld. En dat is geen regel, is geen voorschrift, is maar ervaring. Maar is meer van, nou, als je 2-3% van je begrote lasten, als je resultaat zich daarbinnen begeeft, vind ik dat nog wel. Hè? Ik bedoel, geen enkele begroting komt uit, zeg ik altijd. En als je binnen 2-3% blijft, is dat nog wel acceptabel. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee klaar is. Hè? Dat moet ik ook heel duidelijk aangeven. Want het kan best zijn, inderdaad, wat u zegt, er zitten best grote plussen en minnen in. Maar het duidt erop. Hè? En tegelijkertijd zou u de norm best lager kunnen stellen. Hè? Dat is aan u als raad om te zeggen, nou, wij vinden een afwijking van 1% al veel of zo. Nou, als je dan kijkt naar het resultaat, dan gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat daar nog wel inderdaad een paar afwijkingen zitten. Ik heb ze niet in 2, 3 tot 4 miljoen, maar wij hebben ze natuurlijk in ons accountverslag hebben wel een paar dingen opgeschreven. Allereerst wat extra lasten als gevolg van incidentele posten. Die komen ook deels voort uit de controle, hè, wat vormen van voorzieningen. Personele voorzieningen en stuwmeren, nou, die hebben we zelf ook aangedragen. Lagere lasten vanwege het sociaal domein, ja, dat moet ik toch wel eerlijk van zeggen, dat zie ik bij veel gemeenten. Dit was gewoon een nieuw proces dat wat lastig te voorspellen is. Dan vind ik het nog meevallen en denk ik binnen de begroting is het begrijpelijk. En, nou ja, dat is, moet ik zeggen, niet een staand proces waarvan je zegt, jaar in jaar uit, dat zou je echt maar perfect al moeten kunnen plannen. Dan moet je toch kijken naar de transitie. Nou, en vervolgens hebben we natuurlijk, we hebben in het vooroverleg ook even gehad, we hebben ook gewezen op de afwijking van interne uren. Dus wij hebben zeg maar ook wel gezegd, nou, enerzijds op het eerste gezicht lijkt het binnen de bandbreedtes, tegelijk hebben we ook wel een paar dingen benoemd. Laat ik zo zeggen, ik als accountant zal altijd met u de discussie blijven. Zijn afwijkingen nou, blijven die enigszins binnen de marges? Wat vindt u acceptabel? Komt het door externe oorzaken, interne oorzaken? Die discussie moeten we houden, vind ik. Vind ik goed, omdat uiteindelijk zegt u als raad ja tegen een begroting. En dan geeft u daarmee het college de opdracht om dingen te doen en dat geld ook uit te geven. Dus ik vind dat een hele belangrijke discussie. En volgens mij hebben we hem zo redelijk scherp. Maar goed, ik hoop dat u daar vraag daarmee voldoende beantwoord is. Nou, het ging met name om die 4 miljoen die in de laatste 4 maanden oppopte. En u geeft dan als verklaring eigenlijk de accountantscontrole. Dat die een behoorlijke impact heeft gehad op zeg maar, dit verhaal. En twee sociaal domein. Dat zijn de twee elementen die u eruit pikt die een verklaring zouden kunnen zijn voor het relatief hoge bedrag. Goed geïnterpreteerd? Ja, die twee dingen hebben we ook zeg maar in 4.1 hè, hebben die aangegeven. Dus wij pikken daar ook dingen uit waarvan we zeggen, hey, dat zijn wat opvallende zaken. Ja, verder moeten we wel beseffen dat de jaarrekening natuurlijk vol staat met heel veel programma's en producten, et cetera, waar allerlei afwijkingen zitten. Ik kan die 4 miljoen, heb ik. Even niet praten, vind ik een technische vraag, kan ik altijd nog een keer beantwoorden. Maar dus, ik weet niet hoe u precies aan 4 miljoen komt. Maar goed, wij hebben vanuit de resultaatsanalyse deze belangrijke dingen eruit gehaald als zijnde van, nou, die vallen echt even op. En dat blijf ik altijd doen. Hè? Kijken van nou ja, wat was het voorspelde resultaat, wat was de begroting, hè? Was de begroting naar wijziging en wat komt er nou uit en in hoeverre ben je voorspellend en waarom? Ja, u wilt als raad ook kunnen sturen op dit soort uitgangspunten en in de laatste periode of op gedurende het jaar niet te grote verrassingen hebben. Nou, even ter toelichting, die 4 miljoen, dat is de plussen en de minnen bij elkaar opgeteld over de laatste 4 maanden. Dus het verschil tussen de tweede bestuursrapportage en de jaarrekening. Dus daar zit heel concreet dat verschil. Maar het punt is even, als je die 4 miljoen ziet, toevallig zou je kunnen zeggen, vallen ze nu bij plussen en minnen heel aardig tegen elkaar weg. Daar heb je dan ook nog wel een vraag bij, maar goed. Voor hetzelfde geld vallen ze allemaal de verkeerde kant op. En dan zit je dus gewoon echt boven die norm die u zelf stelt van 1-2%. Dus de vraag is dan, is dit nou toeval of is dit nou voorspellend vermogen?
Dat is lastig, laat ik zo zeggen. Deze twee posten waren in elk geval niet goed voorspeld. Hè. Dat zijn we het over eens. Dat is ook de reden waarom wij ze wel opgeschreven hebben. Ja, ik vind het wel inherent aan een begrotingsproces van een gemeente waarin heel veel posten en heel veel programma's zitten, dat meestal dit wel wat uitvlakt, zeg maar. In die zin is het, zou je zeggen, zie ik dat veel vaker. Aan de andere kant kun je ook best wel zeggen, ja, het had ook net de andere kant op kunnen vallen. Het belangrijkste vind ik wel dat je ook kijkt van wat zit erachter, hè? Wat is de reden en hoe vergroot je dat proces binnen de gemeente. Ik kan niet zeggen het is nou puur toeval of niet. Wij laten ons ook niet beïnvloeden of het nou een plus of een min is. Als iets gecorrigeerd moet worden, moet gecorrigeerd worden. Zo zitten wij erin. Dank u wel, meneer Bouwman, voor de beantwoording. Meneer Van Leeuwen. Er zijn een aantal vragen aan het college gesteld. Dank u, voorzitter. Ja. Eentje die speel ik even door aan collega Uitslag. Dat gaat specifiek over het sociaal domein. Ja. Mevrouw Ramen van het CDA die vraagt zich af hoe we het ICT-verhaal verder gaan aanpakken. Er is recentelijk onderzoek gedaan om te kijken of we gaan aansluiten bij het Shared Service Center. Nou, dat blijkt een brug te ver te zijn, financieel gezien. Er wordt nog even gekeken naar een mogelijkheid om bij Deventer, Olstweijer, Raalte, om te zien of daar een nog mogelijkheden liggen. Het is een schrale troost. Het is voor ons duidelijk dat we daar kwetsbaar zijn. Dus daar zal wat moeten gaan gebeuren, dat ben ik volstrekt met u eens. Maar een passend antwoord heb ik op dit moment nog niet. Aanbesteding en inkoop, zegt u, hoe gaan we dit borgen? Daar is inmiddels actie op ondernomen. Het aantal mensen dat bevoegd is om dit te doen is drastisch teruggebracht. Ik doe het uit mijn hoofd, ik dacht dat het er nog 12 zijn. En die hebben allemaal een training gevolgd inmiddels. Daar heb ik vorige week nog even naar gevraagd. Of dat het enige zorgpunt wat ik nu nog krijg van onze interne controller is dat ondanks het terugbrengen van het aantal en ondanks de training er toch nog steeds mensen zijn in deze groep die het niet doen volgens de regels. Nou, dat wordt nu gedeeld met het management, want ik vind dat die daarop toe moeten zien. Die moeten zorgen dat het gebeurt op de wijze zoals we hier de interne regels met elkaar hebben afgesproken. Dus er is actie op ondernomen en ik blijf er alert op. Ik vraag er bijna maandelijks naar van hoe zit het nu. Omdat dit ook een zorgpunt is. VVD, op sociale domein, met name participatie, 473 tekort. U wilt break even, dat gaan we niet redden. Het begint al. Wat gaat u dan wel redden? Dat gaan we niet redden om daar break even te draaien. Want dat heeft te maken met de toename, de instroom in bijstand, in uitkeringen en het tekort wat we draaien op de WSW-uitkeringen die we van het Rijk krijgen. Mensen die stromen langzamer uit dan het Rijk bedacht heeft. En dat heeft met de leeftijdsopbouw te maken. En dat is ook bewust gedaan door het Rijk, want daar besparen ze op. Wat we met elkaar afgesproken hebben, tot nog toe in Dalfsen, bij de aanvang van de transitie, is dat in het sociale domein doen we het voor het geld dat we ervoor krijgen. En daarmee kun je dit probleem opvangen, doordat er elders overschotten zijn die ruim genoeg zijn om dit op te vangen. Op korte termijn zie ik niet dat we dat, break even, ik zou het graag willen, dat we dat gaan redden. Het is wel zo dat er allerlei acties op dit moment zijn, 2 jaar geleden ingezet met mevrouw Lammertink, die als netwerkster bezig is om mensen te plaatsen. U heeft een uitnodiging ontvangen voor de opening van Road to Work binnenkort op 28 juni, waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer werkfit worden gemaakt. In 2 maanden dat we nu een beetje proefdraaien, zijn er al 2 mensen naar regulier werk uitgestroomd, dus dat is veelbelovend. En dat zijn de acties die we erop hebben zitten. ChristenUnie, die zegt, dat kon ik zo gauw niet volgen, meneer Nijkamp. Misschien dat u mij even kunt helpen. Voorstel 3 van het raadsvoorstel. Voorstel 3 van het raadsvoorstel. Ja, wat is daarmee? Nou,
Kunt u nog even toelichten van wat daar nou precies mee bedoeld wordt? Ik ben op zoek geweest naar die cijfers, maar ik kon ze gauw niet vinden. Oké, nou dan vraag ik dat zo meteen even aan mevrouw Vetkamp, als u, want die heeft het allemaal zo paraat. En meneer Royakkers, die vraagt ergens naar, maar ik heb vanavond een mail gekregen van de gemeentesecretaris, waarin hij aangeeft dat de vraag van de heer Royakkers, want u heeft hem in het presidium ook al gesteld, dat we dat gaan proberen te beantwoorden. Hij zegt letterlijk, ik had niet begrepen dat er gloeiende haast bij is. Dat het niet een punt van behandeling zou worden bij de jaarrekening. Alstublieft, meneer Royakkers, ik moet u vragen enig geduld te betrachten en na de zomer wordt u uitgebreid geïnformeerd. Is dat goed? Fijn. Dat was het even wat mij betreft, mevrouw de voorzitter. Maar misschien dat mevrouw Vetkamp... Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Mevrouw Vetkamp, er is nog een vraag blijven staan voor u. Ja, dank u wel. U vraagt opheldering over punt 3 van de raadsvoorstel. Daar bedoelt u dus de budgetoverheveling bij. Ik kijk even dan naar bladzijde 14... van de jaarrekening. Daar wordt nu aangegeven dat er voor een bedrag van 719.000 gevraagd wordt om over te hevelen naar 2017. Waarvan 506.000 euro en 700 euro geclaimd is via een reserve. Dus dat hebben we laten staan in de reserves. Het bedrag wat dus niet geclaimd is in de reserves, dat is 212.300 euro. Dat wordt dus nu bedoeld bij punt 3. En bij punt 3, daar wordt dan eigenlijk weer teruggekomen op punt 2 van de jaarrekening of van het raadsvoorstel, waarin bij punt 2 gevraagd wordt een bedrag van 212.300 in te zetten voor de budgetoverheveling. Want dat is het bedrag wat nog niet in de reserve is geclaimd. Ik hoop dat dit voldoende is. Is dat een voldoende uitleg, meneer Nijkamp? Nou, ik zeg hier geen ja en geen nee op. Ik luister het nog eens na en ik kijk er ook nog eens even weer doorheen. Dank u wel. Fijn, dank u wel. Dank u wel, mevrouw Vetkamp, voor de technische beantwoording. Meneer Royakkers, aanvullende vraag. Dank u wel, voorzitter. Ik had inmiddels gevonden wat ik wilde vragen. Dat is waar. Het ging voor een deel over de voorziening van de wethouderspensioenen. Daar is mede naar aanleiding van de accountscontrole een bedrag van 490.000 toegevoegd. Moet ik daaruit concluderen dat wij de afgelopen jaren misschien een beetje te optimistisch zijn geweest over die opbouw. En dan heb ik ook nog een andere vraag over de kwaliteit van de interne controle, met name over het betalingsproces. Dat risico's kent, schrijft u in de managementletter. En dat er onvoldoende ingerichte door het systeem afgedwongen functiescheidingen zijn. Nou ken ik dat wel voor een belangrijk deel. Heeft dat iets te maken met kleine organisatie of zegt u, de organisatie is hier groot genoeg om dat wel door te voeren? Want accountants hebben altijd bij kleine organisaties deze opmerkingen. Daar trek ik me dan helemaal niks van aan. Maar bij een grotere organisatie zou het misschien kunnen dat we er echt actie op moeten nemen. Misschien kunt u daar wat van zeggen. Dank u wel, meneer Royakkers. Ja. Meneer Hof. Dank u wel. De pensioenvoorziening. Die is inderdaad dit voorjaar opnieuw actuarieel herrekend volgens de spelregels die ook mede het ministerie van Binnenlandse Zaken daarvoor heeft verstrekt. U vraagt, is dat afgelopen jaar te optimistisch geweest? Dat is deels ook een keuze, hoe vaak ga je zo'n voorziening actualiseren? En ook het gevolg van ontwikkeling in de rentestanden. Afgelopen jaar hebben we gezien dat de rente die ook door pensioenfondsen wordt gehanteerd is ontzettend gezakt. En dat heeft ook tot gevolg dat de voorziening nu enorm is toegenomen.
Dus eigenlijk concluderen we nu met elkaar dat de voorziening zoals die nu is, voldoet die aan alle spelregels die daarvoor voor gelden. Is de vraag daarmee voldoende beantwoord? Ja, hadden we het 1, 2, 3 jaar geleden ook moeten bekijken, vindt u, of niet? Ja, eigenlijk feitelijk wel. Hè. Eigenlijk zijn het natuurlijk, hè, gezien het bedrag wat er nu uitkomt, ja, dat is toch een behoorlijk fors verschil. Hè, dus zeker voor de zittende wethouders is dat een behoorlijk forse voorziening. En daarvoor is het gewoon van belang om elk jaar te kijken, hè, lopen we gewoon in de pas met nou, bijvoorbeeld de rekenrente die gehanteerd wordt. En dat zijn ook de afspraken die we eigenlijk nu met de organisatie hebben gemaakt, hè, om dat gewoon komend jaar ook weer te actualiseren. Dank u wel, meneer Hof, voor deze toelichting. Ja. Naar aanleiding van de beantwoording, zijn er nog vragen open? Ja, meneer Uitslag. Nee, er was nog een vraag over de ICT-functiescheiding. Oh ja, dat was ook nog. Dat tegen elkaar gezegd, dan pak ik die even weer. ja, ik wil hem dan toch even wat breder beantwoorden. Als accountant kijk je naar de administratieve organisatie, neem een inkoopproces, hè, en dan zeg je, er is allemaal goede functiescheiding in de organisatie, hè, de juiste mensen die mogen aanbesteden, de juiste mensen die facturen mogen tekenen, et cetera. Daar kijken we allemaal naar en tegelijkertijd zeggen, in deze tijden moet dat dan ook helemaal verankerd zijn in het systeem. Hè. Dus dat betekent dat, nou, dat gaat ver, hè, dat je met passwords goed geregeld moet hebben, dat je de functiescheiding in het systeem ook zodanig moet, gedurende het hele jaar gewerkt moet hebben en dat het toekennen en onttrekken van bevoegdheden, nou, ik kan u er heel veel over vertellen, maar dat moet goed geregeld worden. Dat is iets wat wij als accountant van hebben gezegd, dat gaan we meer aandacht aan besteden. Over de hele linie bij gemeenten zie ik dat 80-90% van de gemeenten hier nog best wel wat stappen te doen hebben. Geldt ook voor Dalfsen en dan is uw vraag van, ben je daar groot genoeg voor of niet? Nou, ik denk dat je dat nog wel moet kunnen organiseren. Tegelijkertijd is het natuurlijk aan u om te zeggen van, we willen dat in het systeem organiseren, we willen dat outsourcen. Of, beste accountant, we gaan dat niet redden, maar doen dan een aantal extra controles die meer gegevensgericht zijn. Er was net ook een vraag over onze kosten. En de uren die we gemaakt hebben, ja, dat heeft soms hiermee te maken. Hè? Dat op het moment dat je niet op het systeem kunt steunen, zegt onze aanpak, onze controle zegt dan eigenlijk van, nou, dan mag je dus een lijstje die uit het systeem komt niet meer zomaar weer geloven of zo. Hè? Of dan moet je een aantal extra facturen zien, een aantal steekproeven uitbreiden. Nou ja, dat is de gevolg van het niet perfect op orde zijn van het systeem. Laten we zo zeggen, wij hebben de intentie, ook met de gemeente Dalfsen, met al onze klanten, om te zeggen, joh, we gaan eerst uitleggen waar de norm is, we gaan daarop toetsen en we gaan proberen daar in 1, 2, 3 jaar op het goede niveau te komen. En als u andere afweging maakt vanuit het college, organisatie, is dat ook prima, maar dan gaan we dat heel helder neerzetten. Nou, zo zitten wij erin qua controle. En ik denk dat Dalfsen daar nog best wel wat stap in kan doen. Dank u wel, meneer Bouwman. U heeft naar aanleiding van de beantwoording een vraag. U net zei dat u naar het sociaal domein ging, naar de uitslag. Maar ik heb over het betalingsverkeer nog geen antwoord gekregen. Wat ik me daarmee moet voorstellen. Meneer Van Leeuwen, kunt u daarop? Mag ik dan de vraag alstublieft nog een keer horen? Ik ga hem niet helemaal herhalen, maar er zijn extra uren gemaakt door de accountant. En met name de extra uren die zijn ingezet in zaken betalingsverkeer. En ik heb daar gewoon geen voorstelling bij. Waar gaat dit over? Dus vandaar de vraag. Een mooie vraag, maar misschien dat mevrouw Vetkamp er een antwoord op heeft. Ja, we hebben de uren gemaakt, zal ik daar... Nee, kijk, ook dit heeft te maken met zeg maar dingen die in de functiescheiding en in het systeem niet helemaal perfect zijn, zeg maar. Hè. Dus op het moment dat je meerdere bevoegdheden hebt in bijvoorbeeld crediteuren stamgegevens, dat is een voorbeeld daarvan. Dan zeggen wij, ja, wie mogen nou allemaal crediteuren stamgegevens aanpassen? Nou, als dat iets te veel mensen mogen, dan zeggen wij, dat zit een risico in, dan moeten we er extra controles in doen. En dat kan zowel in het systeem zitten als in de procedure. Nou, dat is een voorbeeld daarvan. En we hebben ook een aantal extra betalingen gezien. Uiteindelijk... zeggen wij, als die mogelijkheden in het systeem zijn, is het een risico, moet je het beter gaan organiseren. Wij trekken dan een aantal extra facturen, betalingen, we kijken naar crediteuren, stamgegevens en dat hebben we weer opgelost, anders had u geen goedkeurende verklaring. Dus het is wel weer opgelost, maar daar zit dan extra uren in. Dank u wel, meneer Bouwman, voor deze aanvullende beantwoording. En dan nu naar meneer Uitslag. Ja, u vertelt het alsof het de climax is, voorzitter. Wie weet. Sturen op de prestatie, of anders gezegd, hoe kunnen we controleren, of kan de accountant controleren dat de prestatie geleverd is? Hè? Want
Daar zitten we eigenlijk voor bij elkaar. Dat gebeurt op twee manieren. De ene kant is dat we tussentijdse evaluatie met de cliënten hebben. Ook maar bij de exitgesprek, dat is het einde, of bij een herindicatie. Er wordt expliciet gevraagd naar de ervaringen met de zorgaanbieder. Daar wordt ook een verslag van gemaakt en ook een dossier opgeborgen. En dus dat borgen op die manier, dat leggen we ook vast. En daarnaast doen we steekproefsgewijs, en zeker wat twijfel is, ligt er iets meer voor de hand. De vragen bij de zorgaanbieders zelf. Dus dan gaan we ook echt op onderzoek uit in de boeken van de zorgaanbieder. Dat mogen we ook doen. Deze methode is overigens ook afgestemd met de accountant, weliswaar de vorige accountant. Maar ik kan me niet voorstellen dat deze accountant daar ook niet mee eens is. Maar goed, je moet natuurlijk wel een aantal, je moet het dossier zo bouwen, zullen we zeggen. Dus het loopt nog niet zo heel lang. De andere vraag is hoe we de deadlines gaan halen van de jaarrekeningen, van de zorgaanbieders weer. Ja, en dat is altijd spannend, omdat ook zij weer de BBO, BVO, die heeft een jaarrekening nodig. Die heeft weer afhankelijk van de zorgaanbieders aan, dus het is een soort ketting waar we met elkaar zorgen en last hebben. Dat proberen we te borgen in onze contracten. Dus ook afspraken maken dat het gebeurt. Nu ook enige ervaring hebben, zie je ook wel waar wat de notoire laat komen zijn. Dus dan ga je daar misschien al eerdere al stevige afspraken mee maken of tussentijds controles hanteren. Dus daar worden ook gewoon acties op ondernomen bij de BVO. En daarnaast, en dat is wel een aparte, vinden ook discussies plaats met zorgaanbieders die dachten dat ze helemaal geen verklaring hoefden aan te leveren. Dat komt omdat in omliggende gemeentes bij een grens van ruim een ton, als je meer declareert, dan pas moet je een verklaring overleggen. En in Dalfsen is het zo dat je bij 50.000 euro al een verklaring moet overleggen. Maar dat is alleen bij Dalfsen zo. We hebben dus, omwille ook van de zekerheid dat de accountant zoveel mogelijk kan te gaan zien dat gecontroleerd is, dus onze foutenmarge te verkleinen, zit de andere kant weer in de vertraging geschoten. Dus, het is een driftig zoeken naar een optimale balans, voorzitter. Dank u wel, meneer Uitslag. Voldoende beantwoord, begrijp ik. Ik hoor een knikkende. Ik wil graag uw opinie. Kunnen we instemmen met de jaarrekening zoals die nu voorligt? Meneer Rooijakkers, D66. Nou, natuurlijk kunnen wij instemmen, voorzitter. Dank u wel, meneer O. Maar ik heb er nog een advies bij. Want ik denk dat als je die aangesloten bedrijven hebt, of je dan nou aandeelhouder bent of niet in een gemeenschappelijke regeling, of als je contract hebt met zorgaanbieders, je moet het gewoon als eis stellen. En als men daar niet aan voldoet, dan moet je gewoon zeggen, sorry, de volgende keer neem ik geen contract meer met je. We moeten gewoon zakelijk met die mensen omgaan en zeggen van mei of zo moeten we alles hebben, of april. En dat is mijn advies. Maar verder ben ik het mee eens. Fijn, dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Warmelink? We zijn ook akkoord. De jaarrekening is goed leesbaar en wordt met een positief resultaat afgesloten. En we gaan ervan uit dat de accountant een positieve controleverklaring afgeeft. Dank u wel. Dank u wel, meneer Warmelink. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de jaarrekening. Zeker vergeleken met vorig jaar zijn we blij dat we deze nu op tijd kunnen bespreken. Maar hier is in iedere fase al van alles over gezegd. Soms blijft het toch wat onduidelijk hoe nou precies met reserves en voorzieningen, tenminste voor ons, hoe er precies met reserves en voorzieningen wordt omgegaan. Maar dat doet voor nu even niet zo ter zake. Overblijft dat er een positief saldo is. Zelfs nadat er allerlei voorzieningen worden getroffen, zoals bijdrage aan wethouderpensioenen en het financieren van verlofstimuleren. Wij kunnen dan ook niet anders concluderen dan dat het feitelijke overschot eigenlijk wat groter is. Dat grotere overschot wordt overigens goed als veroorzaakt door een overschot in het sociaal domein. Daar zit wel een zorgpunt. Want we vinden dat de gelden bestemd voor het sociaal domein ook echt daar terecht moeten komen. En dat deze dus ook besteed moeten worden. Maar ook daar is in het verleden al het nodige over gezegd. Ons oordeel eens met de jaarrekening zoals die er nu ligt. En we wachten nog even op de accountantsverklaring. Dank u wel, meneer Broeren. Mevrouw Rameman, kan ik u het woord al geven? Dank u wel, voorzitter. Ook wij kunnen instemmen met deze jaarrekening, met het concept dan in ieder geval. Ik wil me even aansluiten bij PvdA. We hebben daar al eerder aangegeven, het geld wat voor het sociaal domein is, willen wij ook graag daarvoor bestemmen.
En verder is deze jaarrekening denk ik een mooi punt om door te gaan naar de... nou ben ik hem even kwijt. Perspectiefnota. Ik heb hem weer. Want er is minder ruimte dan gedacht. En nou, we moeten nu voor de toekomst wel overweging besluiten nemen. En daar gaan we de komende weken mee aan de slag. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Kleine-Koeken. Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn toon zal wat anders zijn dan vorig jaar op dit moment richting de accountant. Maar ik zal maar van wal steken. Na het concept op 18 april 2017 en het definitieve voorstel van 30 mei jongstleden ligt nu conform afspraken de derde versie, maar wel definitieve jaarrekening 2016 voor ons met nog een concept accountantsverklaring. Sorry. In de achter ons liggende raadsperiode hebben wij drie accountants voorbij zien komen, met ieder naast de algemene controlepunten hun eigen aandachtspunten. Uit de signalen uit het huis hier kunnen wij stellen dat de huidige accountant correct handelt en afspraken nakomt. Daar zijn we blij mee en spreken de wens uit dat de nieuwe raad in 2018 een jaarrekeningproces ingaat dat gedegenheid, een juiste tijdsplanning en continuïteit uitstraalt. Dan de voor ons liggende jaarrekening. Aangezien we in april het concept al hebben behandeld, zullen we er nu echt in hoofdlijnen naar kijken en ons eindoordeel geven. Blij zijn we met het overschot, al is deze minder dan aanvankelijk begroot. Onaankoopbare voorzieningen, wethouderspensioenen, het stuwmeer aan verlofuren hebben hierop een grote invloed. Evenals de gevolgen van de circa anderhalf jaar geleden ingevoerde verplichte BBV, waardoor onder andere de cijfers in zaken uren grondexploitatie, investeringen en kostenplaatsen een grote min laten zien. Wat betreft het stuwmeer aan verlofuren is het nog te bezien of deze kosten echt gemaakt gaan worden. Hier ligt een behoorlijke uitdaging bij de directie. Financieel is de jaarrekening de afsluiting van het achterliggende jaar. Het verminderde overschot ten aanzien van de begroting geeft al aan dat we scherp aan de wind moeten blijven zeilen. Dit hebben wij u al eerder voorgehouden. En het door de Raad uitgestelde agendapunt over de financiële ruimte in maart en de komende perspectiefnota geeft aan dat we ook hier een vooruitziende blik hebben gehad. Hier zullen wij de komende tijd ook naar moeten handelen. Verder willen wij, als we deze jaarrekening het jaar 2016 afsluiten, het ambtenarenapparaat in al zijn geledingen bedanken voor hun inzet voor onze gemeente. Wij kunnen instemmen met uw raadsvoorstel, mits de accountantsverklaring op 26 juni definitief is. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Kleine-Koekamp. Meneer Nijkamp. Dank u wel. We gaan er vanuit dat BVO geen roet meer in het eten gaat gooien, maar je weet maar nooit. We wachten nog even af. Maar ervan uitgaande dat dat niet gaat gebeuren. Dank voor de verslaglegging zoals die is gedaan. De vorige keer in de commissie ook al richting het college en de ambtelijke organisatie uitgesproken. Bij deze willen we dat ook doen richting de accountant. Een goed toegankelijk stuk voor zover wij dit tot nu toe hebben kunnen beoordelen. En ook het dashboard wat daaraan vooraf ging of vooraf gaat, dat spreekt in ieder geval aan. Dus dat geeft snel inzicht in de belangrijke punten. Er zijn wel de nodige onzekerheden geconstateerd door de accountant. Dat zijn ook nogal forse bedragen. Dus actie is nodig en ik denk dat het college zich dat ook wel realiseert en daar actie op gaat nemen. Blijft wel overigens, als je alle financiële zaken op een rij zet, het beeld ontstaan, met name van de afgelopen of van de laatste vier maanden van het jaar, dat door... je zou kunnen zeggen geconstateerde gebreken of het ontbreken van inzichten, het overschot van het sociaal domein wordt opgeslokt. En dat is toch een wat vervelend beeld wat daarin blijft bestaan. De essentiële vraag die uiteindelijk daarachter gesteld zou moeten worden is wat ons betreft van, wordt nou de gewenste dan wel de noodzakelijke zorg verleend? Dat is toch lastig. De accountant heeft al aangegeven dat we überhaupt niet weten of we de zorg wel verlenen. We hebben maar voorlopig aangenomen dat het wel goed zit. Toch zit daar wel een risico. Maar hoe zit het met zorgmijders? Ik snap dat het gaat over de financiën, maar toch is dit een belangrijk punt. En toch raakt het ook wel een punt van wat de accountant zelf aangeeft. Zorgmijders die zijn er ook omdat mensen niet via de gemeente zaken willen doen.
met zorgverleners. Dat betekent dat er ook kans is op zorgmijding. Als je dan hoort dat we ook autorisaties en dergelijke niet op orde hebben, waar privacy aspecten een hele belangrijke rol spelen, dan heeft dat wel degelijk met elkaar te maken. Nou, in dat hele speelveld zien wij best nog wel wat zorgen en dat zal ook de komende tijd wat ons betreft echt aandacht nodig hebben. We krijgen overigens met de constatering dat er zo'n 1,5 miljoen over is in het sociale domein, wel de neiging om dat overschot in het sociale domein te oormerken. Want voordat je het weet wordt het in beton gegoten. En dat mag je ook best letterlijk nemen. Een mager positief resultaat. Dat is wat we op dit moment overhouden. Er moet nog het nodige overgeheveld worden. En waarbij we op de reserves interen. In die zin, ja, nemen we wel wat meer risico's dan wat in het verleden misschien hebben genomen. Deels een bewuste keuze van de raad, maar mogelijk ook deels een ongewenst effect. Positief is wat ons betreft dat er inmiddels weer positieve resultaten vanuit de grondexploitatie komen en kunnen worden toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar. En als er geen konijnen uit die hoge hoed van BVO komen, dan zullen wij 26 juni met ook een goedkeurende accountsverklaring ook akkoord gaan met deze jaarrekening. Dank u wel. De raadscommissie gehoord hebbende concludeer ik dat onder voorbehoud van de goedkeurende verklaring we eind juni de jaarrekening zullen vaststellen. Er zijn wat zorgen geuit over het sociaal domein. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt over het actieplan naar aanleiding van de rapportage van de accountant zoals die nu er is. En ik wil graag voorstellen om het als akkoordstuk, mits de goedkeurende verklaring wordt toegevoegd, op de raadsagenda van juni te plaatsen. Meneer Vlego, heeft u er nog iets aan toe te voegen? Eén dingetje, en dat is de heer Nijkamp ook wel met me eens. Het doel is niet om reserves te kweken, maar om daar de goede dingen mee te doen voor onze samenleving. Maar dat zijn we met elkaar eens. Dank u wel daarvoor. En dan wil ik nogmaals onze excuses aanbieden aan de heren accountants, aan mevrouw Vetkamp voor de late behandeling qua tijdstip. Maar we hebben wel een positief resultaat behaald en dat vind ik wel fijn om te moeten concluderen. Waarvan akte, en daarmee heb ik agenda punt 4 van de originele agenda behandeld. 5, in die volgorde. Even bladeren waar we zijn. Voor ons ligt de keuze voor de locatie van een jongerenontmoetingspunt in Dalfsen. Wethouder is meneer Uitslag. En de aanleiding is in de afgelopen maand is in de commissie gesproken over het vervolgtraject om het jongerenontmoetingspunt, heet het Job, kortweg, in Dalfsen een nieuw leven in te blazen. Meneer Uitslag heeft toegezegd om in juni met een voorstel te komen over de locatie. En het college stelt voor om het Job te realiseren in het stationsgebied. En van de raad wordt gevraagd om hiermee in te stemmen. Er is vandaag nog een aanvullende reactie geplaatst van de reizigersvereniging Rover. Daar heeft u kennis van kunnen nemen op het raadsinformatiesysteem. Het is een brief. Ik stel voor te behandelen in twee ronden. Als eerste de vragen wil ik inventariseren en daarna gaan we over tot uw opinie. En ik wil vragen uw vragen kort en puntig te stellen. Dan gaan we proberen de wethouder te vragen deze kort en puntig te beantwoorden. Moet lukken. Wie heeft vragen naar aanleiding van? Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen, toen ik de stukken ging lezen, aanvankelijk had ik één vraag. En hoe meer ik las, hoe meer vragen er ontstonden. Dus vergeef me, maar het worden er volgens mij 6. Kort en puntig, mevrouw Kappert. Ik doe mijn best. Wat ik miste in het overzicht van de locaties met de voor- en tegenargumenten waren de argumenten waarom de drie locaties Bellingeweer, Ruitenborgweg, bij de Moestuinen en Strandje Hiawatha niet realistisch zijn bevonden door ruimtelijke ordening. We missen die argumenten. Er is sprake van een zoekgebied voor de stationslocatie. Is inmiddels duidelijk welke plek het exact omgaat. En vraag 3. Heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd voor de omwonenden betrokkenen van de locatie die als meest geschikt is aangemerkt, dus de stationslocatie?
4. In het raadsvoorstel wordt gesteld dat draagvlak verkrijgen voor locatie Genner een lastig traject lijkt te worden. In verband met eerdere ervaren overlast door bezoekers van de skatebaan. Terwijl ons college deze bezwaren niet verwacht in het stationsgebied. Waarop baseert het college deze verwachting? Dan de volgende vraag. Kan de wethouder aangeven in welke fase van het stappenplan we zijn aanbeland? In stap 1 wordt gesproken over het opstellen van concepthuisregels die vervolgens aan de werkgroep bestaande uit SMON, politie en gemeente worden gepresenteerd. Mevrouw Roos, de ambtenaar, hebben we naar het stuk gevraagd, maar dit is nog in concept en ons nog niet ter beschikking gesteld. Ik begreep ook van haar dat dit concept 2 weken geleden is besproken met de jongeren en we vragen ons af hoe het verdere proces verloopt. En dat is gelijk de volgende vraag met een wat inleiding. Wat zijn de vervolgstappen en kunnen wij voor de raadsvergadering van 26 juni wel beschikken over dit stuk? Want de huisregels zijn voor ons wel van belang voor al dan niet instemmen met. En daar hou ik het bij. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Wie heeft nog meer vragen? Meneer Warmeling, VVD. Dank u wel, voorzitter. Wij hadden aanvankelijk ook 5 of 6 vragen, maar er is er eentje afgevallen. Ik zal ze ook kort houden. De eerste vraag is, is er een positief overleg geweest met de uitbaters van het station over de locatie van het job? Wat zijn de sancties bij overlast en als de huishoudelijke regels worden overtreden? Wat is de leeftijd van de deelnemers aan een job? Ik heb dat niet kunnen vinden. Het gebied evenemententerrein blijkt erg lastig te liggen in verband met restricties vanuit het waterschap. Wat zijn dan deze restricties? En de laatste vraag, wat is uw mening, of is de mening van de wethouder, over de mate van sociale controle op een job? Dank u wel. Dank u wel, meneer Warmelink. Wie zag ik hier verder? Meneer Kouwen, sorry. Net werd al een lampje gebrand. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we lezen naast een aantal voordelen voor de verschillende locaties ook een aantal nadelen. Ook voor de stationslocaties, overlast, verkeersveiligheid en de ruimtelijke inpassen. Allemaal aandachtspunten. Hoe denkt de wethouder deze punten te gaan tackelen? En ten tweede ook een vraag over de huisregels. Zit er ook een stukje beheer in voor de jongeren? Ik neem aan dat de gemeente de prullenbakken leegt en het gras maait. Maar is er ook weer nagedacht over een stukje zelfbeheer of zit dat in die huisregels verwoord? Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de meeste vragen zijn ondertussen wel gesteld, maar voor ons is het absoluut het allerbelangrijkste is de vraag hoe en wanneer en in welke vorm er overleg is geweest met omwonenden, dan wel gebruikers van deze locatie. Want dat is hier ook belangrijk, aangezien er nogal wat stromen mensen bij elkaar komen. En ik ook wel heel erg benieuwd ben hoe dat gaat verlopen en wat de visie van het college daarop is. Dat is eigenlijk onze allerbelangrijkste vraag die nog overblijft. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Royakkes, D66. Nog weinig vragen over, voorzitter. De vraag is, ik heb gelezen dat er de jongeren overleg hebben gehad met de uitbaters van het oude station. Mijn vraag is, heeft de gemeente dat ook gehad? Om vast te stellen dat er draagvlak is. En verder is ook gevraagd namens de VVD wat eventueel de sancties zijn voor het overtreden van de regels. Mijn vraag is, is er ook, en dat heb ik niet kunnen vinden, een bepaalde proeftijd? Dank u wel. Dank u wel, meneer Royakkers. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u voorzitter. Alle vragen zijn al gesteld, dus daar sluit ik bij aan. Bijna al mijn vragen. We hadden ook wel die vraag over dat in het stuk staat namelijk dat belanghebbenden akkoord gaan met deze locatie. En we konden nergens terugvinden wie dat dan zijn en wat het akkoord dan betekent. Nou, dat contact met omwonenden is al naar gevraagd, daar zijn we heel benieuwd naar. En er is de verwachting van het college dat er weinig overlast zal zijn. En geldt het ook voor overlast richting reizigers? Daar is ook al naar gevraagd, maar dat wou ik nog even vragen of dat meegenomen is in de overweging van weinig overlast en waar het op gebaseerd is. Andere vragen zijn al gesteld. Oh nee, ik zie nog 1 vraag, sorry voorzitter. Over de vergunning en dat dat 2 jaar kan worden geëvalueerd. Dat staat in het ene stukje en in het andere stukje staat dat het een jaarlijks evaluatie wat betreft de overlast zal zijn. Nou, hoe kunnen die 2 gekoppeld worden? Het gaat over argument 1.3 en over kanttekening 1.1. Dat was hem wel. Dank u wel, mevrouw Lasje. Heeft u het bij kunnen houden, meneer Uitslag, want wij hebben ze snel gesteld. Aan u het woord om te beantwoorden. Dank u, voorzitter. Ik heb ook snel geschreven en ik hoop dat het leesbaar is. Maar dat kan ik mezelf verwijten hoogstens. Maar ik denk dat ik hem, mocht ik wat missen, met de raad mij ook wel helpt herinneren wat ik hem gemist zou hebben.
Veel vragen, waarvan ik een aantal ook wel moeilijk te beantwoorden vind op dit moment. Omdat we de volgorde ook zo hebben dat we eerst het overleg voor de keuze willen hebben en dan overleg met de buren gaan voeren. We zijn als gemeente een initiatiefnemer door daar iets te plaatsen. De jongeren hebben zelf op ons verzoek, op uw verzoek, ook een aantal locaties aangedragen. Nou, u heeft gezien, dat zijn er heel wat. Ze hebben ze uitvoerig onderzoek gedaan. En zijn vervolgens zelf ook in overleg gegaan. Ze hebben met het oude station gesproken. Daar niet direct toestemming gekregen. Hè, en dus ook niet echt als draagvlak, heb ik later begrepen. We hebben daarmee als gemeente wel het gesprek gevoerd. Maar we zijn daar nog niet over uit van is er een draagvlakgesprek. Hè? Dus er is een gesprek geweest om aan te geven waar we staan in de procedure. En dat we natuurlijk in overleg gaan over de nadere uitwerking van de exacte locatie, op het moment dat er een gebied gekozen is door u als raad. He, dus dat is de volgorde waar we aan het werk zijn. Dus eerst gaan we een gebied aanwijzen, dan gaan we in overleg met de betrokkenen, omwonenden, welk gebied het ook wordt. We hebben de sportvereniging als Begenne wordt en de omwonenden daar. En als het station is natuurlijk de bewoners van het station. Maar ook de huurder van de grond voor de schapen, dat is de andere gebruiker. In wat algemene zin moeten we ook kijken hoe de reizigers geen overlast gaan bevinden. Mocht het in dat gebied zijn. Maar dat is dus een nare keuze voor het gebied. De huisregels met de jongeren hangt natuurlijk ook af welk gebied je kiest. Hè, op welke plek je gaat zitten. Ze hebben zelf wel een soort voorzet gedaan. Die is ook wel besproken. Maar ik wil ook zelf met de jongeren in overleg om de huisregels met dikke stiften te schrijven. Hè? Dus dat we met elkaar ook echt in de ogen kijken, want dit is ook echt wat we gaan doen. We gaan ook jaarlijks evalueren, staat er ook in. Maar na 2 jaar betekent ook dat de hut ook weg kan, op het moment dat het gewoon niet gaat. Voldoen jullie niet, zijn jullie niet groot genoeg om aan jullie eigen voorwaarden en aan jullie eigen regels te houden? Nou, dan zijn wij groot genoeg om daarop in te grijpen. En dat doen we dan ook. En weet dan wel, hè, want die sancties zitten er ook bij, dat ik dan ook niet vernemens ben om weer terug te komen met een alternatieve plek. Want als jullie hebben laten zien dat jullie niet op één plek kunnen blijven staan, ja, dan geldt dat ook voor een andere plek. Dus dat gesprek wil ik met de jongeren ook nog zelf gaan voeren. Hè. Dus vandaar dat de huisregels nog niet op papier staan. Ook voor de 28e niet, want dat kan ik pas voeren op het moment dat de keuze gemaakt is voor het gebied. De exacte locatie binnen dat gebied, de exacte locatie was sowieso een collegebevoegdheid. Maar de exacte locatie binnen dat gebied heb ik niet uit willen werken, omdat ik eerst het gebied met u wilde afstemmen. En daarbinnen gaan we gehoord hebben, alle bezwaren, een zo optimaal mogelijk locatie vinden. Waarbij ik een aantal bezwaren al via de mail, maar ook via de brief, ik zie nu net, van Rover heb binnengekregen. Maar daar gaan we ook rekening mee houden, vanzelfsprekend. Maar ik heb dus nog geen exacte locatie uitgewerkt, omdat ik dat eigenlijk wel de omgekeerde volgorde vind. We hebben afgesproken, we gaan eerst met u, kom ik bij u terug om daar een gebied voor aan te wijzen. En als dat gebied dan gekozen is, dan ga ik daar binnen de goede plek vinden. Er vindt ook natuurlijk een vervolgoverleg plaats met de betrokkenen. De draagvlak voor Gerner, nou, daar is natuurlijk de vraag van mevrouw Kappert. Hoe is het daar? Nou, daar is zeer weinig draagvlak, hè, als ik al hoor welke overlast ze op dit moment al overvinden of ondervinden. Daar is het draagvlak daar. Het grote verschil is met bijvoorbeeld het stationsgebied, is dat het een veel opener gebied is, waar er veel meer in het zicht is. Bij Gerner, bij elke plek daar, is het verstopt, verscholen achter de heg. En is het ook moeilijk om daar sociale controle te laten plaatsvinden. Terwijl juist op de locatie waar we het gebied dat we nu aanwijzen, er veel meer verkeer plaatsvindt, waar mensen wel langskomen rijden, ook veel meer zicht op is. Waar ook vanuit treinreizigers, misschien niet wel direct, maar wel op een afstand, wel zicht op is. Hè. Dus er is veel meer verkeer. De politie kan ook veel makkelijker langskomen rijden, zonder dat ze speciaal voor de parkeerplaats hoeven te draaien, bijvoorbeeld bij Gerne. Of bij de skatebaan, waar het nog moeilijker te benaderen is, waar je echt de auto uit moet. En dus ik denk dat daarmee ook het overlast een stuk minder zal worden qua controle, qua toegankelijkheid dus ook. En daarmee ook wat minder weggestopt is en verstopt is. En dus de neiging tot het uithalen van kattenkwaad wel eens veel kleiner zou kunnen zijn.
De locatie Bellingeweer, waarom zou dat niet kunnen? Wij mogen, voor mij hebben we dat als stiltegebied aangemerkt. In combinatie met het feit dat daar Hiawatha zijn bedrijfsactiviteiten heeft, ook s'avonds wil het wel eens gebeuren. En als er met pellen booggeschoten wordt, wil je dat ook niet dat op dezelfde plekje jongeren aan het rondlopen zijn. Daar kan ik me iets meer voorstellen. En daar hebben we ook een huurovereenkomst, dus dat bijt elkaar. En ons evenemententrein hiernaast. In de uiterwaarden mag niet worden gebouwd. Dat is een belangrijke restrictie waar we met zo'n job, waar we juist in de wat slechtere maanden onderdak willen zitten, wel wat vervelend. Ons kun je stijlings inzetten, maar ja, daar heb je al in de zomer al wat plezier van. Het tekenen van de nadelen heb ik even over gehad. Daar gaan we zoveel mogelijk proberen in overleg te doen na de locatiekeuze of de gebiedskeuze. En dan gaan we, gevalsafhankelijk, in combinatie met de huisregels van de jongeren, zoveel mogelijk aan doen. De visie op vervoerstromen, daar heb ik denk ik ook al even genoemd. Het overleg met de gemeente, op proeftijd hebben we benoemd. Volgens mij heb ik alle vragen gehad, voorzitter. En informatieavond, misschien toch de laatste vragen. Die is nog niet georganiseerd, maar heb ik proberen uit te leggen waarom dat nog niet gedaan is. Welke vragen staan nog open? Ik mis nog twee vragen, voorzitter. Dus de eerste, wat is de leeftijd van de deelnemers aan een job? Job, moet ik zeggen. En wat is uw mening over de mate van sociale controle op een job? Behoefte. De mate van sociale controle, die moet worden toegepast. Ja, de leeftijd is divers. Net zoals de term jongeren divers is. We hebben zelfs als gemeente daar wel eens beleidstukken gehad dat het tot 25 jaar ging. En hetzelfde jongerenbeleid wat we hier ook wel hebben gehad. Van 12 tot 25, kan ik dat goed interpreteren? Nou ja, jongeren is, ik zou bijna zeggen, als je op de kleuterschool zit al bijna, maar die wil ik daar niet zien. Dat zult u begrijpen. Nee, maar wat is dan de leeftijd? Want waar begint het en waar eindigt het? Dat is voor mij wel belangrijk. Meneer Warmelink, wilt u via de voorzitter de vraag stellen? Ja, voorzitter, het zal naar verwachting 15 tot 20 zijn. De hoofdmoot, en dat er jongeren tussenlopen en wat ouderen tussenlopen. En ik weet het niet, ik heb daar geen controle op gevoerd. En we hebben daar ook geen toegangspasjes. Het is de openbare ruimte waar mensen verkeren. En de mate van de sociale controle, wat is mijn visie op sociale controle? Nou, ik ben blij dat ik in een dorp woon waar sociale controle plaatsvindt. En is dat al mijn visie? Misschien niet, misschien wel. Ik weet eerlijk gezegd niet goed wat u bedoelt. Ik zal aangeven dat er bij heel veel traffic plaatsvindt, waardoor dus mensen langs rijden en dat we zien dat er wat gebeurt. Dan verwacht ik dat die eerder de telefoon gaan pakken als mensen die het niet zien. Ja. Dat spreekt voor zich. Als er mensen vanuit de trein aankomen en die zien vanuit de ooghoeken daar wat gebeuren, of die zien baldadigheid op het station zelfs, dan verwacht ik dat er heel snel wordt ingegrepen. Zelfs de uitbaters van het oude station, die ook wat, mochten die overlast ervaren, dan verwacht ik ook dat die we aan de bel trekken. Dat noem ik sociale controle. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Warmelink. Ja, ik heb een andere mening over de mate van sociale controle. Ik vind in zo'n geval van een job, dat moet in een omgeving gebeuren waar mensen permanent wonen. Mag ik straks uw opinie vragen, meneer Warmelink? Oké. Ja? Ja. Dit is nog de vragenronde. Welke vragen zijn nog meer open blijven staan? Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ik had gevraagd naar de staat in het voorstel belanghebbenden akkoord gaan met deze locatie. En ik vroeg me dus af, wie zijn er dan die belanghebbenden? Want er zijn al nog geen gesprekken geweest verder met iedereen die er in de buurt woont. Als ik het wethouder goed begrijp. Met deze locatie is door de jongeren zelf contact opgenomen met de belanghebbenden die ik al genoemd heb. Dat zijn de uitbaren van het station. De reizigers, daar is het onmogelijk mee contact op te nemen. Maar met de huurder van de grond voor het houden van de schapen, de pachter, is ook contact geweest. En dat zijn de belanghebbenden die geïdentificeerd zijn. Ja, met de politie natuurlijk, maar ja, die is overal belanghebbende. Maar dus dat overleg heeft plaatsgevonden. Mag ik nog een nadere vraag stellen? Wat ja, dan, en er staat dan dat die belanghebbenden akkoord gaan met deze locatie. En
Wat houdt dat akkoord gaan met die locatie dan in? Omdat er, ja, wat houdt dat in? Ja, ik heb teruggekoppeld gekregen dat met name de pachter wel akkoord was, die geen enkel probleem had. Ik heb ook teruggekregen dat er niet zoveel problemen voorzien werden, waren met betrekking tot het station. En daar heb ik ook de laatste tijd wel wat andere geluiden over gehoord. Dus ja, daar moet het gesprek nog over plaatsvinden. Maar dat is wat ik al eerder aangaf, dat is stap 2. Ik heb ook niet met de sportvereniging gesproken. Ik heb ook niet met de omwonenden gesproken bij de evenemententerrein. Dank u wel, meneer Uitslag. Mevrouw Kappert. Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog één vraag openstaan. En dat is de vraag hoe het verdere proces gaat verlopen. Ik kan het gemist hebben, maar ik had gevraagd om de vervolgstukken, of vervolgstappen, sorry. Wat ik heb proberen aan te geven is dat we, zo gauw u als raad een keuze gemaakt heeft over het gebied, ik zo snel mogelijk in gesprek ga met jongeren en met belanghebbenden over de exacte, de meest geschikte locatie daarbinnen. En dat is ook inclusief politie, wijkbeheerders enzovoort. Dan gaan we zo snel mogelijk een vergunning aanvragen voor een tijdelijke unit, die dan ook zo snel mogelijk geplaatst moet worden als dat even kan. Wat ik zou het fijn vinden als de jongeren voor de zomer onder dak zitten. En als dat niet lukt, dan zo gaan we ook naar de zomer. En dan gaan we daarnaast ook de procedures in gang zetten voor een wat definitieve oplossing. Dank u wel, meneer Uitslag. Zijn er nog meer aanvullende vragen? Die zijn beantwoord. Dan hoor ik graag uw opinie. Wie kan ik als eerste het woord geven? Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. En dank u wel, voorzitter. Zoals eerder door gemeentebelangen is gesteld, vinden wij ontmoeten heel belangrijk. Dit moet kunnen in een voor ieder veilige omgeving. Wij vinden het belangrijk dat die job er komt. En we vinden het geweldig dat die jongeren samen met de jongerenwerken van de SMON het voortouw hebben genomen en daarmee hebben getoond zich verantwoordelijk te voelen. Dat enthousiasme is mooi. Het blijkt moeilijker om omwonenden of betrokkenen van een mogelijke locatie enthousiast te krijgen. Bijna iedereen gunt de jongeren een eigen plek, maar is tegelijkertijd of bang voor de mogelijke gevolgen, of soms zelfs zeker van de negatieve consequenties. Genoemd wordt onder andere afval dat achtergelaten wordt, geluidsoverlast, mogelijk overlast door gebruik van middelen, alcohol, drugs, maar ook het feit dat een groep jongeren die zich ophoudt in een omgeving waar mensen moeten passeren, angst of een gevoel van onveiligheid kan oproepen. En met name het gevoel van, wil ik benadrukken. Wij willen het college en de jongeren vragen wat ze hieraan denken te kunnen doen. Wellicht voorzien de huisregels daarin, maar daar hebben wij voor nu geen zicht op. Dan wordt er gesproken over een evaluatie na 2 jaar. Ik heb net al begrepen dat er ook na 1 jaar wel een evaluatie is, maar na 2 jaar kan gezegd worden, nou, we stoppen ermee, we trekken de stekker eruit. Het lijkt ons slim om dit eerder te doen. En wellicht met meer regelmaat, en dat hoeft allemaal niet heel officieel, maar ik denk wel dat er regelmatig vinger aan de pols moet gehouden worden. Zo kan goed bekeken worden of de job voldoet aan de verwachtingen, zowel bij de jeugd als bij andere betrokkenen omwonenden. Alle belangen tellen wat ons betreft evenredig sterk. Daarnaast is het ook belangrijk om vinger aan de pols te houden, zodat je zorgt dat bij veranderingen van samenstelling van de groep jongeren, over de voortgang en het gevoel verantwoordelijk te zijn voor de job, dat het ook in stand blijft. Dan nog even een reactie op uw beantwoording. U geeft aan dat u pas in gesprek gaat met de belanghebbenden, omwonenden, hoe ze wilt noemen, op het moment dat er een keuze voor een locatie is gemaakt door de raad. En voor mijn gevoel is dat omgekeerd werken. Hoe kunnen wij als raad een keus bepalen voor een locatie als de belanghebbenden niet gehoord zijn? De jongeren zijn gehoord, die hebben een inbreng kunnen doen. Wij vinden het belangrijk dat we weten wat de belanghebbenden vinden voordat wij een keuze moeten maken. Dus dat wil ik u dringend meegeven om dat andersom te doen. Want die huisregels waarvan u zegt die zijn afhankelijk van het gebied, dat snap ik, zijn voor ons echt wezenlijk van belang, ook in het maken van die keus.
Daarmee denk ik dat ik alles heb gezegd wat ik wilde zeggen. En voor, zoals het nu voor ligt, voorzitter, denk ik dat wij het voorstel nog mee terugnemen in de fractie en pas in de raadsvergadering komen met een officieel besluit. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kappert. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u, voorzitter. In de vorige vergadering hebben we dit initiatief van de jongeren positief beoordeeld. Weer een eigen jongerenontmoetingspunt in Daalse. Ook op aandringen van SMON en politie. En mooi dat de jongeren zelf actief zijn, zelf regels opstellen en zelf verantwoordelijk willen zijn. En we zien het ook wel graag, en het is al genoemd, dat de overdracht naar volgende groepen goed geregeld wordt, goed vastgelegd. Evenals de regelmatige controle en evaluatie. Dat zijn goede dingen. Maar er zijn twee punten waar we echt veel moeite mee hebben. En het eerste punt is dat er pas later met omwonenden in gesprek wordt gegaan. Dus dat is eigenlijk, het is al gezegd, eigenlijk een verkeerde manier van werken. En de exacte locatie maakt ons wel uit, want het is van invloed op de overlast die men zal ondervinden. Zet je die heel dicht bij het station of zet je die heel dicht bij de weg? Heel dicht bij de weg wordt het gevaarlijk, wordt het toch misschien hè, kan een gevoel van onveiligheid teweeg brengen of heel dicht bij de campers. Dus ik denk dat het, zonder die onveiligheid te groot te willen maken, is het voor ons echt een punt dat we nu ja zeggen, dat we eigenlijk iets moeten zeggen naar een plan waar we niet weten waar het exact komt, waarin we niet weten wat we omwonenden vinden. En we, dat gesprek is nog niet geweest. En nou, zoals het, wij nemen het sowieso mee terug naar de fractie. En als de wethouder nog iets zou kunnen doen van tevoren om iets te vertellen over die locatie of om iets te zeggen over een gesprek met omwonenden, zouden wij dat wel heel erg helpend vinden voor een nemen van een beslissing of we hiermee akkoord kunnen gaan. Dat was het. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Rooijakkers, D66. Ja, ik vind het plezierig om na mevrouw Kappert en mevrouw Lasje even wat te zeggen, want dan kan mijn verhaal korter. Ik vind dat ze hele wijze woorden allebei hebben gesproken. En ik vind dat mevrouw Lasje eigenlijk nog te mild is, want die zegt eigenlijk is het de verkeerde manier van werken. Volgens mij is het gewoon de verkeerde manier van werken. En het raadsvoorstel is niet afgehecht, de volgorde moet andersom. Je moet eerst weten wat je wilt, je moet eerst alles afwegen, belang met over hebben. Je gaat toch niet een keuze maken als je nog onzeker bent over een heleboel dingen. Daar wil ik het bij laten. Dus ik neem het niet mee terug naar mijn fractie, maar als het voorstel zo er ligt, dan kan het niet op mijn instemming rekenen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, om de vaten dan maar in te houden, wou ik me graag precies aansluiten bij de woorden van mijn buurman. En wij zullen dus ook tegenstemmen als het voorstel er zo komt te liggen. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is ook al gezegd, een job voor en door jongeren. In het alles blijkt dat de jongeren met ondersteuning van politie, SMON en de gemeente graag een nieuwe plek willen realiseren. En er is hierbij niet over één nacht ijs gegaan, want er heeft een uitgebreide analyse plaatsgevonden en die lezen we ook terug. We hebben begrepen dat de jongeren hier ook een actieve bijdrage aan hebben geleverd. En dat verdient waardering. De CDA-fractie is daarom ook positief over het voornemen. En we zien ook wel voldoende mogelijkheden om een job passend vorm te geven op de stationslocatie. Want de locatiekeuze is zorgvuldig gedaan. De verdere gesprekken moeten hierover nog plaatsvinden. Maar het is op allerlei criteria al afgewogen. Wel, zeker zijn er een aantal aandachtspunten benoemd, waarvan we verwachten dat deze betrokken worden bij de plaatsing en de gebruik van de job. Het vertrouwen, het wordt nu aan de jongeren gegeven. Dus ook onze oproep, blijf met elkaar in gesprek. En bij eventuele overlast of verbeterpunten, ook als dit voor de geplande evaluatie aan de orde is, zoals ook al mevrouw Kappert van gemeentebelang benadrukt. We willen voorkomen dat de job op enige wijze ten koste gaat van de prettige wijze waarop de stationslocatie nu door op verschillende manieren wordt gebruikt. Door reizigers, toeristen, ondernemers. Dus concluderend is de CDA-fractie positief over het realiseren van het job en zien wij voldoende mogelijkheden om dit op de voorgestelde locatie te doen met de nodige kanttekeningen die we dus daarbij plaatsen en verwachten dat het college daar vervaren mee aan de slag gaat. Meneer Warmelink, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD vindt het belangrijk dat jongeren een eigen job kunnen hebben. Een job kan bijdragen tot het nemen van verantwoordelijkheid, hoe je deelneemt aan de maatschappij. Wel hebben we in de media gelezen dat de uitbaters van het oude station niet gelukkig zijn met een job in hun nabije omgeving. En we vragen ons af of er wel voldoende is gecommuniceerd. De VVD vindt dat een job voldoende sociale controle, vindt dat op een job voldoende sociale controle moet worden uitgeoefend.
en zien dat in dit geval dat het onvoldoende gebeurt. Als jongeren graag een job willen hebben, zullen ze de omgeving daarvan moeten overtuigen. En ook eerst de regels vaststellen en dan pas een locatie kiezen. En wij nemen dit voorstel ook terug in de fractie. Dank u wel. Dank u wel, meneer Warmelink. Wil de wethouder reageren? Ja, graag, voorzitter. Ik ben blij met de eerste zin die ongeveer elke fractie heeft uitgesproken. Op twee na, maar ik neem aan dat die sleutelt zich aan bij de andere fracties. En ik ga vanuit dat zij die ook hebben willen uitspreken. Is dat ze het belangrijk vinden dat jongeren een eigen plek hebben. Een eigen plek waar ze kunnen vertoeven. Zonder dat je direct op de vingers gekeken wordt. Ik kan me ook herinneren als tiener was dat het ook niet altijd even plezierig was. Maar wel waar je ook wel weer in het zicht staat. Sociale controle, zoals de heer VVD, van de heer Warmelink van de VVD dat noemt. En dat onderstreep ik van harte. Vervolgens heb ik aan u als raad een gebied aanduiding gevraagd. Dan zou ik in dat gebied eens met de juiste plek kunnen gaan zoeken. En ik krijg eerlijk gezegd alleen maar reacties terug op de exacte locatie. En die heb ik dus nog niet. Ik heb wel voorkeuren, maar ik weet niet zeker of die op alle punten haalbaar is. En als wat ik hier ga noemen en weer niet haalbaar lijkt te zijn, dan moet ik weer terug en dan heb ik dus vertraging georganiseerd. Heb ik zelf vertraging georganiseerd. De jongeren hebben gevraagd om voor te gaan, om voor de zomervakantie iets te kunnen hebben. Ik heb gezegd, u weet al, er is enige vertraging op de lijn gekomen, maar vanaf mijn benoeming ben ik hiermee aan het werk. Dus ik ga proberen die haast te maken. De meest ultieme haast is dat wij onze bevoegdheid pakken als college en gewoon alles zelf doen. Daar heb ik niet gewild, daar hebben we niet voor gekozen als college, we hebben het juist gezegd. Laten we dan de raad in betrekken, in ieder geval voor het gebied. Wat we gaan kiezen. Nou, we hebben een aantal gebieden genoemd. We hebben op geen enkele locatie exacte locatie genoemd. Hier ook stationslocatie niet. Er is wel een locatie heeft gecirculeerd dus op de plek van de campus. Nou, die plekken lijkt me heel onlogisch, want er was nog één groep belanghebbenden vergeten, de camperaars. Dat lijkt me ook wel onlogisch. Maar voor de rest staan de locaties nog open. En dan zit ik op de zevende kei. Stel in het rare geval dat ik daar wat neer ga zetten. Dan gaan die huisregels ook echt over die kei en die ruimte eromheen schoonmaken. Maar gaan ze, zet ik me op de camperplaats neer, om dat rare voorbeeld maar eens te noemen. Daar heb ik toch andere huisregels op te nemen. Dus vandaar ook de spanning een beetje die erin zit. Maar het is nog steeds wel allemaal hetzelfde gebied. Op een stationsgebied. Wij kiezen als college dan ook voor om het niet op de plek van Gerne te doen, of het niet op de plek van de Bellingweer te doen. En ik zou ook graag van de raad wel horen of ze ook plekken daarmee uit zou willen sluiten. Dus de andere kant. Of dat ik echt een punaise puntje moet komen, dat we het daar gaan realiseren. En dat ik daarna een oordeel van de raad kan krijgen. Dus mijn vraag was, wilt u een gebied aanwijzen waarbinnen ik namens het college een plek mag zoeken? En samen met het college en belanghebbenden, met de politie, met de jongerenwerker, met de belanghebbenden, de omwonenden dus voorop. In plaats van dat ik nu terug moet en alle onzekerheid, alle gesprekken moet voeren over één exacte plek. En die ik dan vervolgens met alle energie die de jongeren hebben gehad om één plekje aan te wijzen, die samen naar de raad te brengen, om daar vervolgens afgeschoten te worden, dan ben ik de jongeren ook kwijt. Snapt u een beetje mijn spanning? Dus ik heb geprobeerd de energie, de verantwoordelijkheid van de jongeren vast te houden. En ik wil ook niet te ver laten verlopen. En op het moment dat ik hier dus met een helemaal uitgewerkt voorstel bij u kom en zeg, ja, dat is toch net niet helemaal goed, we hebben het liever als anders, dan hebben we onze burgerparticipatie ook direct omgedraaid. Dus dat is de reden geweest waarom ik met een gebiedsvraag bij u kom en niet met exacte locatiekeuze. Omwille van de snelheid en omwille van de energie en betrokkenheid van de jongeren te houden. Die zijn nu positief, die zijn nu in de flow dat ze zelf verantwoordelijkheid willen nemen. Ik ben bang dat we dat het kind met het water weggooien. Of we eerder gaan evalueren. Nou, de jongerenwerkers, de ambulante jongerenwerkers hebben natuurlijk contact met deze jongeren. We gaan niet één keer per jaar langs, maar regelmatig. De politie zal regelmatig langs gaan. Dus het is waarschijnlijk een aantal formele evaluatiemomenten. Maar dat is niet hetzelfde als dat wij
tussentijds niet met de jongeren spreken. Dat gebeurt zeker vaker. Ik denk dat ik zelf ook regelmatig toch even langs ga gaan, even kijken hoe het er gaat, hoe het staat, hoe het bevalt. Een aantal belangrijke signalen die ik dan ook wel op zou willen nemen in de huisregels, is bij verandering van samenstelling van die groep, dat we daar ook met elkaar overleggen. Dat ook die huisregels aan een nieuw lid of nieuwe groep, een nieuw persoon, een nieuwe bezoeker wordt meegedeeld. Jongens, maar dit zijn onze regels en daar hou je ook aan. En ik verwacht ook echt dat jongeren wel in staat zijn om dat te doen. De omwonenden, nou, ik heb al aangegeven dat die zijn voor mij op nummer 1. Zodra het gebied gekozen is, gaan we ook echt per direct met ze in gesprek. Bezwaren die er zijn, hebben we natuurlijk al voor een deel vernomen. Maar de oplossing die daarbij past, heb ik nog niet met ze besproken, omdat ik nog niet wist welk gebied werd aangewezen. Even kijken of ik nog meer punten heb. De sociale controle. Nou, ik denk juist dat niet mensen die ergens vast woont, die dus zich mede verantwoordelijk moeten gaan voelen voor voor een locatie, maar de veelvuldige passanten die langs gekomen, dus de veel grotere groep die daar is. Ik denk dat het juist een extra punt van sociale controle is. Wat misschien wel het ook wat anoniemer maakt en makkelijker maakt om juist in contact te komen en om te klagen. Want ik zou me best kunnen voorstellen als ik omwonend zou zijn, dat ik hem het best spannend zou vinden om te gaan klagen als ik weet dat ook de jongeren weten dat ik degene ben die geklaagd heeft. Dus als voorbijrijdende passant zou het wel eens een stuk makkelijker kunnen zijn. Dan zal dus ook de sociale controle wel eens sterker kunnen zijn dan de variant die u aangeeft. Dat is in ieder geval een van de overwegingen om dit gebied aan te wijzen. Wilt u afronden, meneer Uitslag? Ja, ik heb volgens mij ook alle zorgen genoemd. En ik probeer te duiden wat we ermee gaan doen. Ik vraag de Raad echt om om in te stemmen met een gebiedsaanwijzing. Waarbij ik dolgraag dan met de jongeren, maar zeker met de omwonenden en andere belanghebbenden, de optimale locatie gaan zoeken. Dat wil ik nou niet even van hier vanuit het gemeentehuis doen. Maar ik moet wel eens gebied hebben, want anders ben ik straks 7 locaties verder voor het optimale locatie gevonden heb. En wij dus 7 raadsvergaderingen verder. En ben ik echt het einde van het jaar. En dat vind ik gewoon jammer van de tijd en energie die erin gestoken is. Dank u wel. Dank u wel, meneer Uitslag. En dan concludeer ik dat we nog niet weten hoe alle fracties definitief gaan instammen met het zoekgebied, zoals dat nu is voorgesteld. De communicatie met omwonenden is belangrijk. Er werd gesteld dat dat ook wel eens eerst had gekund. Maar u geeft wel aan waarom u deze volgorde heeft gekozen. De exacte locatie is ook van belang voor veiligheid, huisregels, duidelijkheid en ook duidelijkheid bij overlast en de sancties die daarbij horen. De locatiekeuze in het zoekgebied, dat wordt aan de Raad gevraagd. En de afwegingen heeft meneer Uitslag toegelicht. En de locatiekeuze, dus de punaise zoals u hem noemt op de kaart, dat is aan het college in feite. Dus dat u het voor nu vraagt, wordt gevraagd om in te stemmen met het zoekgebied, dat was eigenlijk de vraag van meneer Uitslag. Ik stel vast dat we dit als bespreekstuk naar de raadsvergadering van eind juni leiden en dat dan definitief wordt besloten. Tot zover. Ja, u mag nog een opmerking maken als het kort is. Graag, dank u wel, voorzitter. Ik wil de wethouder heel graag meegeven om toch in gesprek te gaan met de belanghebbenden in de gebiedskeuze zoals u die nu voorstelt aan de Raad, voorafgaand aan onze beslissing en ons daarvan op de hoogte te brengen. En mevrouw Kappert, u heeft uw oproep gedaan, ook in uw betoog. Dank u wel. En meneer de Uitslag heeft hem gehoord. Ja, mag ik dan toch even proberen of ik het goed begrepen heb, voorzitter? Ik wil graag afronden, meneer Uitslag. Ja, maar ik vind het wat moeilijk om een toezegging te moeten doen of oproep uit te voeren, terwijl ik niet goed begrepen heb wat de oproep was. Dus vandaar dat ik u verzoek mij, of u mag misschien ook samenvatten wat gevraagd is. Dat ik het er is gevraagd om in overleg te gaan met omwonenden, belanghebbenden, en dan over de locatiekeuze. Voor de raadsvergadering, maar dat kunt u terugkoppelen. Maar dat is over de punaise, zullen we zeggen dus dan.
Over het gebied? Om de bezwaren te horen? Ik ga niet weer in discussie. Voor de raadsvergadering komt dit voorstel voor, zo heb ik het begrepen. En de punaise wordt geprikt, maar het overleg met omwonenden zou daarvoor kunnen. Dat is de oproep die mevrouw Kappert heeft gedaan en meerdere partijen. Zo heb ik het gehoord. Ja, dank u wel. En daarmee heb ik agendapunt. Ja, welk nummer was dit? 5. In de plaats van 4. Afgerond. We gaan naar agendapunt 6. De beoordelingscriteria zonneparken op het maaiveld. Meneer Agricola is onze behandelend wethouder. Aangeschoven is mevrouw Van Oenen, ambtelijke ondersteuning, van harte welkom. In april hebben we het beleidsplan duurzaamheid 2017-2025 vastgesteld. Daarin is ruimschoots aandacht gegaan naar mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie. Zoals bijvoorbeeld zonneparken of de vorm van zonneparken. Meneer Agricola heeft de raad toen toegezegd dat ieder plan over zonneparken aan de raad ter besluitvorming wordt aangeboden. Maar ook dat de kaders voor dergelijke besluiten eerst door de raad moeten worden vastgesteld. Aan de raad wordt nu voorgesteld om daar 2 bouwstenen voor te gebruiken. De kaart kansrijke gebieden vanuit structuurvisie en de handreiking kwaliteitsimpuls van de provincie. Ik stel voor ook weer in 2 ronden te behandelen. Eerst de vragen te inventariseren, informerend. En daarna hoor ik graag uw opinie. Wie kan ik als eerste voor de vragenronde? Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had vooral even een vraag over de gekozen vorm. Ik begreep niet zo goed. Dit is een raadsvoorstel en daar zit een heel interessante beslisboom in, zeg maar. Waar we straks nog inhoudelijk wel over zullen hebben. Maar die zit, zeg maar, geplakt aan het raadsvoorstel. Terwijl normaal gesproken dan stellen wij een beleidsnota vast of een aanvulling aan de structuurvisie, zoals wel de kaart is die we gaan vaststellen. Dus daar zat ik een beetje mee te worstelen van wat stellen we nou vast en waar kunnen we straks mensen naartoe geleiden als mensen met vragen komen van nou dat staat in dit beleid van onze gemeente. Want wij verwijzen over het algemeen niet naar raadsvoorstellen, wij verwijzen naar de onderliggende stukken. Dus daar snapte ik even niets van. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. We hebben een stuk uitvoerig besproken in onze fractie en het is een punt met meerdere kanten. Klimaatdoelstellingen aan de ene kant, mogelijke overlast bij de bewoners aan de andere kant. We moeten dus op zoek naar balans en als gemeente kunnen we hier een belangrijke rol in vervullen, want de criteria zorgen ervoor dat de spelregels bekend zijn bij alle betrokken partijen. Op deze manier kunnen we ook voorkomen dat er plannen worden ontwikkeld waar geen draagvlak voor is. Communicatie, presentatie zijn hierbij belangrijke punten. Het is daarom belangrijk dat het zo duidelijk mogelijk wordt gepresenteerd. Vandaar onze vraag aan de wethouder. Bent u bereid om realistische 3D-presentatie toe te voegen aan de criteria, zodat alle betrokkenen direct goed inzicht hebben in waar ze ja of nee tegen gaan zeggen? Dank u wel, meneer Schuurman. Dat was een hele lange inleiding om uw vraag te stellen. Ik wil vragen om het kort te houden. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Ik heb 3 vragen namens onze fractie. De eerste is, hoe kunnen we het, vroegen wij ons af, en dat willen we wegleggen bij de ambtenaren en de wethouder, hoe kunnen we het onszelf eenvoudiger maken zonder dat elk voorstel hier in de raad komt? Tweede punt, uitgangspunt is dat bewoners mee profiteren. Is het mogelijk om de opbrengsten geheel binnen de gemeente te houden? Met andere woorden, zijn er mogelijkheden om voor externe ontwikkelaars een drempel op te werpen? En als derde de vraag, is het mogelijk om in aansluiting bij de gebiedscriteria per gebied aanvullende eisen of beperkingen aan te brengen? Bijvoorbeeld het meer ruimte geven in open gebieden dan in kleinschalige gebieden. Of een maximum percentage bebouwing van de open ruimte. Dat lijkt ons wenselijk. En ook de totale belasting op de omgeving zou je mee moeten nemen in de afwegingen. Het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld mensen die al wonen in een gebied de ene na de andere belasting over zich heen krijgen. Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Zijn er nog meer vragen? Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. In eerste instantie zie je een stuk waarvan je denkt, hey, daar kunnen we wat mee. En dan ga je lezen en dan komen er allerlei vragen naar boven. Vragen zoals, zijn er al verschillende aan de orde geweest? Wat betekent eerst alle daken vol? Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we om met lokale initiatieven?
Hoe levert het lokaal ook voordeel op? Wat doen we met firma's die van buiten komen? Nou, die vraag is ook al gesteld. Wat hebben we nou concreet in handen om te sturen? Hoe zijn burgers betrokken en hoe blijven we ze betrekken? Hoe groot mag een veld worden? Waar mogen de velden liggen? Mogen ze zichtbaar zijn vanaf de weg? Wat is de afstand tot wonen? Ben ik te snel? Nou, het gaat mij namelijk niet om... Zo kun je een hele lijst aan vragen maken. Hoe gaan we om met mensen die ertussen wonen? Nou, al die vragen zijn al gesteld. Oftewel, om het samen te vatten, hoe komen we nou tot concrete criteria die ons een handvat geven en dat we, nou ja, dat is net ook al gezegd, dat we niet alles hier hoeven te behandelen, maar dat je het concreet maakt. Oftewel kan het college aangeven hoe nadere inkadering vormgegeven kan worden. En daarmee heb ik al die vragen samengevat. En ik heb er nog wel een tiental. Concrete criteria, dat is eigenlijk de oproep. Zijn er nog meer vragen? Meneer Agricola, mag ik u vragen tot beantwoording graag zo kort mogelijk? Ja, voorzitter. Allereerst de vraag van de Partij van de Arbeid. Ja, wat stellen we vast? Nou, de kaart kansrijke gebieden heeft u al vastgesteld in de structuurvisie in 2012. En wat u verder vaststelt is de handreiking. En dat is de basis waar initiatiefnemers mee naar gang kunnen gaan. En verder komt ieder initiatief hier ter besluitvorming, hier bij u aan de raad. Dan gemeentebelangen. Gemeentebelangen zegt op zich een goed stuk, maar zou het voor de beeldvorming niet goed zijn dat daar een 3D-presentatie aan wordt toegevoegd. We hebben al een ervaring opgedaan met het zonnepark, wat die wording is alleen maar een veld. Nou, ik ben van mening dat het zeer zeker van toegevoegde waarde is. Dus je zou dat ook kunnen opnemen als voorwaarde. Dan zien mensen in de omgeving ook hoe het er daadwerkelijk uit komt te zien. Dan zou je ook nog een onderscheid kunnen maken in de zomer- en de winterpresentatie. Dan is het compleet. Dus wat dat betreft, ik denk dat dat een goede aanvulling in deze is. Ja, hoe kunnen we het zelf makkelijker maken, vraagt de CDA. Ja, en dat is nou juist de kneep. Want het is niet makkelijk. Want het geeft met name, het is een onderwerp wat een stukje maatschappelijke onrust, maatschappelijke discussie geeft. En er zijn allemaal voors en tegens. En daarnaast hebben we ook een opgave te doen. We weten allemaal wel, en ik ga die discussie niet overnieuw doen, dat wij spreken we een alternatieve vormen van energie moeten hebben. Is het mogelijk om de opbrengst geheel binnen de gemeenschap te houden? Dat kan, als er ook investeerders zijn die bereid zijn te investeren in de zonneparken. En we zien momenteel, aangezien er veel kapitaal voor nodig is, dat het heel moeilijk is. Dat wil je iets van betekenis realiseren, dat je afhankelijk bent van investeerders van buitenaf. Maar bij spreken, ik zou toejuichen dat investeerders vanuit de kernen zijn. Maar er zouden dus die er ook moeten zijn. Aanvullende eisen per deelgebied. Ik ben van mening dat je, doordat de raad al heeft vastgesteld in de structuurvisie welke gebieden kansrijk zijn voor dit gebeuren, die je daarnaast altijd een stukje maatwerk moet verrichten. En maatwerk is ook met de omgeving in gesprek gaan. En vanuit daar een besluit nemen. Je kunt niet gewoon vastleggen, zo gaan we doen. Maatwerk blijft belangrijk en ik zou er ook juist voor pleiten om maatwerk te leveren. Want ga je dus zaken vooraf vaststellen, dan is er geen ruimte meer. En die ruimte die je met maatwerk hebt, die is soms, of die is vaak essentieel voor draagvlak. Dan de totale belasting in kaart brengen. Er is in de structuurvisie ook al aangegeven waar je ze niet zou willen plaatsen. Je ziet met name wat de raad heeft besloten in de structuurvisie, dat het open gebieden zijn. En dat het de mindere kwetsbare gebieden zijn. En je ziet met name dat we ook gebieden hebben waar schaalvergroting nog mogelijk is.
Maar iedere schaalvergroting geeft ook nadelen. Maar de kunst is, door het maatwerk, de goede afwegingen in te nemen door u als raad. Ja, hoe komt dat concrete criteria? Dat is juist moeilijk, want meneer Nijburg, maatwerk blijft belangrijk, zoals u nu zei. En de handreiking, kwaliteitsimpuls, is in het hele verhaal een goed basisgebeuren. Waar je vanuit de initiatiefnemers aan de slag kunnen met erbij het stuk maatwerk en het definitieve oordeel van u als raad. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Wie heeft, naar aanleiding van de beantwoording, nog aanvullend? Meneer Nijburg. Nou ja, ik vraag me toch af, voorzitter, hoe we omgaan met het betrekken van burgers bij het opstellen van die criteria. We hebben te maken met duurzame dorpen. Zijn die erbij betrokken? Is daar overleg mee geweest? En ik heb een inspreker horen zeggen, ja, je kunt hele concrete criteria toevoegen. Ik kwam er ook met 4. Ja, waarom nemen we dat niet mee? Meneer Agricola. U als raad heeft altijd gezegd, de burgerparticipatie is in dit proces heel erg belangrijk. Worden de duurzame dorpen hier ook in betrokken? Het voorbeeld Lemerenveld is een initiatief van duurzaam leefbaar Lemerenveld. Dan heeft de inspreker, de heer Manasse, heeft ook een aantal zaken genoemd. Minimale afstand 500 meter. Nou, als ik daarnaar kijk, dan kan het hele plan alleen maar de veld al hier doorgaan. Een plan waar overeenstemming is met de omgeving. Dus ik snap met name wat de heer Manasse namens de omgeving hier naar voren heeft gebracht. Maar het houdt ook in, als we daar vast zouden houden, dat heel veel projecten af zullen vallen. En dat misschien we wel niks kunnen realiseren. Ook in het buitengebied. Met name waar de afstand tussen de woningen heel groot is. Want als het de ene kant niet raakt, raakt het de andere kant wel weer. Dus dat is heel moeilijk en daarom ziet u in die kwaliteitshandreiking ziet u ook geen afstanden. Burgerparticipatie en maatwerk, dat bijspreken zijn de belangrijkste uitgangspunten naast deze kwaliteitshandreiking. Verdere vraag aan de vullend. Meneer Lochtenberg. Ja, dank u, voorzitter. De wethouder geeft aan, de raad heeft aangegeven wat, welke dat in de bepaalde minder kwetsbare gebieden dat daar de ontwikkelingen plaats zouden kunnen vinden. Maar dat zijn voor alle gebieden, behalve het gebied direct grenzend rondom de Vecht. Alleen daar zitten verschillen in. In die criteria, zoals beschreven, dan gaat het om gebieden, open gebieden. Maar je hebt ook gebieden met een klein landschappelijk en cultureel karakter, zeg maar, of een hoge culturele kwaliteit. Landschappelijke kwaliteit ook hoog. Dus er zitten nogal, wat ons betreft, wel degelijk grote, zitten daar grote verschillen in. En onze vraag is, van, nou, zou u daar iets mee kunnen? Als je daar op voorhand aangeeft van, wij houden daar rekening mee. En dat is onderdeel van ons proces om maatwerk te leveren. Kunnen we daar iets mee? Maar zonder meer zeggen van, de raad heeft aangegeven, het is allemaal, er is overal ruimte voldoende. Dat brengt wat. Meneer Lochtenberg, dat hebt u mij ook niet horen zeggen. Wij, onze leidraad is, met over de plekken, dus de kaart kansrijke gebieden zoals in structuurvisie is aangegeven. En het ene gebied kan ook meer dan het andere. Dus dat moeten we zeer zeker respecteren. Dus met name, antwoord op uw vraag, ja, daar moeten we ons aan houden. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben het meteen met de wethouder eens als hij zegt dat als je te veel kwalitatieve of eigenlijk kwantitatieve zaken vast gaat leggen, dat je dan wel van tevoren kan concluderen met elkaar dat je waarschijnlijk heel weinig kan realiseren. Dus dat je dat ook niet moet doen. Want je moet juist het proces leidend maken. En daarin komen een aantal dingen aan bod waaruit blijkt of iets kan of niet. Mijn punt was nou juist, en daarom stelde ik ook de vraag. Wij leggen eigenlijk als gemeente nu heel weinig vast, want wij stellen een handreiking vast. Het woord zegt het al, het is een handreiking, daar staan geen kaders in, tenminste geen harde kaders. En vervolgens zeggen we eigenlijk, wij gaan daarmee aan de slag. Wat op zich een prima insteek kan zijn, maar ik voel hier in de raad, en
in ieder geval straks in mijn eigen bijdrage zal ik ook een aantal punten aangeven waarop wij als partij wel een aantal kaders mee zouden willen geven. Waarbij initiatiefnemers ook aan de voorkant altijd weten, nou, die dingen moeten wij aftikken, want anders kunnen we het in de gemeente Dalfsen wel vergeten. Dus daar kwam mijn vraag vandaan en ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de wethouder daar tegenaan kijkt. Nou ben ik benieuwd welke kaders u mee wilt geven en hoe de rest van de raad daarop reageert. Nou, die komt er zo aan. Dat gaan we dan zo meteen horen. Zijn er nog meer aanvullende vragen naar aanleiding van de beantwoording? Dan wil ik graag nu uw opinie horen. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u voorzitter. Deze raad heeft verzocht inderdaad om criteria voor de beoordeling van aanvragen voor zonneparken in het buitengebied. Met het raadsvoorstel gevoegde beoordelingskader vult het college ons verzoek in. Dank daarvoor. Maar voorzitter, onze fractie die worstelt nog wel met de afweging van verschillende belangen als het gaat om duurzaam ruimtegebruik. Enerzijds is grootschalige duurzame energieopwekking noodzakelijk om het verbruik van fossiele energie en daarmee CO2-productie en ongecontroleerde opwarming van de aarde terug te dringen. En zonder grote initiatieven zullen de doelstellingen niet worden bereikt. En dat gaat ruimte kosten, dus. Daar staat voor ons tegenover vooral eigenlijk dat het ten koste gaat van het ons zo gewaardeerde buitengebied. Het heeft impact op wonen, werken en recreëren. En dat is nogal wat. Over de gevolgen van omwonenden zullen we nog vaak te spreken komen. Het werken blijft daarnaast wat onderbelicht. Grotere oppervlakten voor langere tijd onttrekken aan de agrarische economie heeft flinke gevolgen voor individuele agrariërs. Aanleg van grote zonneparken heeft namelijk lokaal een prijsopdrijvend effect op de omliggende gronden. Dat kan ter plekke behoorlijk nadelig uitpakken voor agrariërs. Anderzijds zijn enkele boeren juist geholpen met de extra inkomensmogelijkheid. Met het voorgaande dilemma als vertrekpunt wil het CDA geen ongebreidelde plaatsing van zonneparken. Geen Duitse toestanden dus. Wat we wel willen is een overzichtelijke systematiek die recht doet aan ons buitengebied. Rekening houdend dus met landschap en omwonenden zonder het agrarisch belang uit het oog te verliezen. Vanuit dat uitgangspunt, of vanuit die uitgangspunten, krijgen college en ambtenaren de ruimte voor maatwerk. Maar dat betekent in de praktijk, wat ons betreft, ten eerste dat aangevraagde projecten passen in en bij het omliggende landschap, zowel qua grootte als qua uitvoering en aankleding. Ten tweede, gerealiseerde parken beperken de nog beschikbare ruimte in de omgeving. Ten derde, al aanwezige belasting in een gebied wordt meegenomen in de afwegingen. Ten vierde, aanvragers uit de gemeente krijgen voorrang. En als vijfde, omwonenden delen mee in de opbrengsten, maar dat is al een uitgangspunt. Ons voorlopige oordeel, als het beoordelingskader wordt aangepast in de richting van hetgeen ik net aan u heb voorgelegd, denken wij dat er prima mee valt te werken. Het CDA streeft wel naar een aantal heldere voorbeelden op basis waarvan het beoordelingskader leidt tot duidelijke besluiten en niet al te veel discussie in deze raad. Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Beroeren. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor het voorstel. Duurzame energie is een belangrijk onderwerp. Onlangs hebben wij als raad met het vaststellen van een nieuw duurzaamheidsbeleid dit nog eens met elkaar bekrachtigd. Wel constateerden wij met anderen dat de ambitie wat onduidelijk blijft. We hebben geen helder doel vastgesteld en we hebben niets gezegd over de vorm die de energiemix voor Dalfsen moet krijgen. Dat we er met particuliere inzet en de bestaande windmolens niet komen, daar zijn we allemaal wel van overtuigd. Daarom gaan we bijvoorbeeld later in het jaar nog aan de slag met windenergie. Ook zonne-energie zal onderdeel uit moeten gaan maken van onze duurzame energiemix. Dat zeg ik vanuit mijn affiniteit met het onderwerp, maar onderbouwen kunnen we het niet. We hebben hier namelijk met elkaar niets over afgesproken. Ervan uitgaande dat zon een belangrijk middel is om duurzame energie op te wekken, geldt voor ons dat dit met name moet gebeuren middels zogenaamde dubbelbestemmingen. Dus vooral op daken van woningen en bedrijven. In Dalfsen zijn we ook hier al behoorlijk ver mee. Binnenkort opent het zonnepark van Groen Gebogen bij Foreco, als het goed is, haar spreekwoordelijke deuren. Dorpsbewoners die zich gezamenlijk inzetten voor duurzame energieopwekking. En daar zit wat ons betreft ook de kern als het gaat om grootschalige duurzame energieprojecten zoals zon en wind. Wij zijn van mening dat er geen projecten in onze gemeente ontwikkeld zouden moeten worden waar onze bewoners en zeker de omwonenden niet van mee profiteren.
De energie wordt in Dalfsen gewonnen en moet tegoedkomen aan de Dalfsen gemeenschap. In het raadsvoorstel staat een beslisboom waarlangs de gemeente kan toetsen of een initiatief kans maakt op een vergunning. Wat mij betreft is dit de juiste manier om helderheid te verschaffen aan initiatiefnemers. Echter vinden wij hem wel wat vrijblijvend. Er staat een reeks aan maatschappelijke inspanningen benoemd, bijvoorbeeld het combineren met het houden van schapen. Ik pak hem er maar even uit. En wanneer een initiatiefnemer één van deze inspanningen pleegt, geeft zij blijk van maatschappelijke meerwaarde. Dit gaat ons wat kort door de bocht. Samenvattend, wij zien graag een visie op de Dalfser energiemix waarin omschreven wordt hoeveel procent van onze energievoorziening in welk jaar hoe gerealiseerd wordt. Dus wind, zon, monovergisters, noem het maar op. Deze stellen wij op samen met onze inwoners. 2. De bulk van de vierkante meter aan zonnecollectoren in onze gemeente moet wat ons betreft absoluut gerealiseerd worden op daken. Hoe gaan we dat regelen? 3. Wij ondersteunen het beslisboommodel, maar willen dat de participatie door omwonenden, zowel in inspraak, maar ook als in geldelijk gewin, dat moet sterker vastgelegd worden. Dat is onze bijdrage. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Warmelink, VVD. Dank u wel. De VVD vindt de beoordelingscriteria van zonneparken op het Maaiveld een goede stap op weg naar energie-neutraliteit. We vinden dat we de zonneparken maximaal moeten uitnutten om het gebruik van windmolens zoveel mogelijk te beperken. Maar dit laatste wel met inpassing in het landschap en niet ten koste van de agrariërs. Ook pleiten wij ervoor om investeringen in zonneparken zoveel als mogelijk is te laten uitvoeren door lokale bedrijven en direct betrokkenen. De VVD wenst het college veel succes met de verdere uitvoering hiervan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Warmelink. Meneer Rooijakkers. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit mij grotendeels aan bij het betoog van de heer Broeren. Dat is altijd wel handiger, dat gaat wat sneller. Maar ik wil toch nog wel even zeggen dat je die oefening hebben we met elkaar gedaan als raadsleden een keer. Om te zien hoeveel enorme oppervlaktes je nodig hebt aan zonnepanelen om enkele grote windmolens aan energie te kunnen compenseren. Dus in die zin laten we ons ook niet blind staren op die velden met zonnecellen. Elk voordeel heeft zijn nadeel. En dat we daar goed over nadenken. Want je kunt maar één keer zeg maar op die manier bepaalde gebieden inrichten. En verder was de inspreker, de heer Manasse, die had het er ook over misschien dat Dalfsen een wat minder grote broek aan moet trekken. Ik geloof dat dat zijn letterlijke woorden waren. En, hè? Oh, een ruime jas. Oké, okay, dat is ook goed. Maar het is ook een kledingstuk. En ik heb in de behandeling van de duurzaamheidsnota heb ik alles vaker gezegd van misschien dat het verstandiger is, omdat je toch niet gaat lukken om de hele vraag binnen de gemeente op te lossen, om op een andere manier naar te kijken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Rova, die gaat 22.000 zonnepanelen bouwen op 17 hectare. En die gaat dat geld investeren. En dat zijn betere manieren om zonne-energie te doen dan met het op het maaiveld. Want je moet natuurlijk eerst op het dak doen. En als dat niet lukt, dan moet je het op gronden doen die nergens anders voor bruikbaar zijn. Bijvoorbeeld vervuilde gronden of vuilstortplaatsen of op een andere manier. En pas helemaal aan het eind moet je er denk ik aan denken om het zeg maar op maaiveldniveau op goed boerengrond te doen. Nou, dan de beoordelingscriteria, daar gaat het nu over. Ik vond het stuk van de provincie op zich wel een aardig stuk. Als je tenminste accepteert dat je zonnepanelen op het maaiveld doet. Maar dat is nou de vraag of dat verstandig is. Op die manier. En als je het dan doet, ben ik het ook met de heer Broer eens, moet je het gewoon binnen de gemeente houden. Bij Groen Gebogen hebben ze aangetoond dat het kan. En ik ben ervan overtuigd dat de investeerders te vinden zijn. Ik denk dat geld is helemaal geen probleem, dames en heren. Geld is er altijd voor een goed project. Als je een goed project hebt met locatie en met een goede business case vind je altijd geld. Dus laten we er nou over ophouden te zeggen dat geld schaars is, geld is er genoeg. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u voorzitter. Ja, ik was al begonnen met de vraag wat betekent het dat je eerst alle daken vollegt. En daarmee geef ik al de richting aan ook waarin wij denken. Begin nou eens met al die daken en hoe ga je dat dan doen? Hoe maak je dat concreet? Hoe gaan we om met lokale initiatieven? Dat was ook een van de vragen en daar willen we graag aandacht voor blijven vragen. Participatie is belangrijk, maatwerk zien we zeker wel zitten.
Maar sommige maatregelen en criteria moeten toch nog wat concreter wat ons betreft. En die participatie van duurzame dorpen, maar ook van burgers, blijft voor ons ook van allergrootste belang. Dat je dus, als je naar deze voorstellen kijkt, in eerste instantie zegt, ja, het ziet er goed uit, maar dan komen de vragen op. En dan, als je door gaat redeneren, dan lijkt bijna alles te kunnen. Dan zijn er te weinig belemmeringen en beperkingen. Je kunt er zogezegd alle kanten mee op. Dus iets beperken met wat concretere maatregelen lijkt ons een goede zaak. En we willen daar graag nog voorstellen van krijgen van de wethouder. Voordat we een definitief oordeel uitspreken. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Schuurman, gemeentebelang. Dank u wel, voorzitter. Voor ons liggen de beoordelingscriteria voor de zonnevelden. We hebben hier als raad om gevraagd en gekregen. We hebben als Nederland en dus ook als Dalfse een flinke uitdaging met betrekking tot de verduurzaming van de energiewinning. Een onderwerp wat we de komende jaren steeds meer zullen zien hier in de raadzaal, maar ook zeker in de omgeving. Alle mogelijkheden zullen in meer of mindere mate zichtbaar worden in onze gemeente. En we zijn daar wel afhankelijk van initiatieven die er komen vanuit de gemeente. Dalfsen is de groenste gemeente van Europa en laten we ervoor zorgen dat we dat blijven. Aan de ene kant respect voor onze mooie groene omgeving, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Wij zien als GB ook het liefst dat de daken volledig worden gebruikt om te voorzien in onze doelstelling. Maar wij denken ook dat we daarmee niet gaan redden. We zullen dus open moeten staan voor nieuwe initiatieven om onze doelstellingen te behalen. Dus het is belangrijk dat er criteria komen. Criteria zorgen ervoor dat de spelregels duidelijk zijn en zorgen er ook voor dat belanghebbenden overeenstemming met elkaar hebben voordat het voorstel naar voren komt. De criteria zijn ruim, maar dat laat ruimte voor creativiteit. We vinden dus ook goed dat er goede spelregels worden afgesproken en het voorstel wat er nu voor ligt is een goede vertaling van hoe gemeentebelangen het ziet. In samenspraak. Voor een afgebakende periode met duidelijke afspraken voor alle partijen. De bewoners moeten goed gehoord worden en de overlast moet voorkomen worden tot een acceptabel niveau voor alle partijen. Dus denk aan een vergoeding voor de overlast die er is. Denk aan beperking van culturele beperkingen. We willen dus ook niet alles vooraf dichttimmeren. We vinden het heel belangrijk dat de omwonenden en belanghebbenden achter het plan staan. Heel belangrijk. Het is misschien mogelijk dat de gemeente proactief informatie ophaalt bij alle partijen om te borgen dat er ook echt overeenstemming is met betrekking tot het plan om misverstanden achteraf te voorkomen. Het voorstel laat goede mogelijkheden zien waarbij de velden worden opgenomen in de leefomgeving en we zien ook voorbeelden waarbij het echt een toegevoegde waarde kan zijn in de omgeving. En dat zijn de voorstellen die wij nu juist net graag willen zien in de raad. We vinden het belangrijk om die punten te bespreken in de raad, zodat we kunnen bijsturen indien nodig. Dus wij zijn wel blij met de vrijheid die er op dit ogenblik is. Alle spelregels die we als fractie hadden, met daarbij ruimte houden voor de creativiteit die er moet komen, zien we terug. We zien ook, we hopen ook dat de duurzame dorpen hierin de handschoen willen oppakken en willen gaan denken naar mogelijke oplossingen en komen met ideeën. Wij vinden het een stuk wat creativiteit openlaat, waarbij mensen aan de slag kunnen en gaan akkoord met het voorstel. Voorzitter, mag ik de heer Schuurman een vraag stellen? Meneer Nijburg. U spreekt in uw bijdrage over concrete voorstellen, concrete criteria, maar u zegt dat ze staan in het stuk wat nu voor ligt. Is dat wat u zegt? Ik geef aan dat er niet hele concrete criteria in staan, maar dat ook juist net moet komen vanuit de voorstellen, vanuit de initiatiefnemers. En daarbij moeten dus de partijen het met elkaar eens zijn. Dus vooraf alles dichttimmeren lijkt ons niet verstandig. Dus criteria die ontwikkelen zich in het gesprek, in het proces? In het proces. Voorzitter, mag daar even op reageren? Meneer Broeren. Ja, ik ben benieuwd hoe, we hebben net volgens mij, heb ik bijna alle fracties volgen zeggen dat we die participatie van bewoners en vooral ook in als het kan geldelijke zin belangrijk vinden, maar dat ligt op dit moment nergens vastgelegd. Dus waar haalt u het vertrouwen vandaan dat
zoals we het nu regelen met deze handreiking, dat dat op die manier dan gaat gebeuren. Op het moment dat alle partijen het eens zijn en de gemeente dat getoetst heeft door te borgen dat er echt daadwerkelijk overeenstemming is, waarbij je ook kan vragen dit zal ongetwijfeld een punt zijn wat naar voren komt, wat besproken wordt. Dat kan je navragen, dat kan je borgen als gemeente. Concreet betekent dat, voorzitter, dat één iemand alles kan blokkeren? Dan lijkt het me dat je in een omgeving met elkaar in gesprek gaat. En in principe kan bij elk voorstel iemand naar de Raad van State gaan en zeggen van ik ga ervoor liggen of... kan altijd. Maar ik hoop het niet. Ik hoop dat de gemeente, dat omwonenden en belanghebbenden eruit komen met elkaar. Meneer Warmelink, VVD. Ja, ik wil toch het betoog van gemeente Belang ondersteunen. Als je de investeringen die moeten vanuit het bedrijfsleven komen, als je de investeerders te veel beperkingen oplegt, dan gaan ze gewoon ergens elders naartoe. En we kunnen altijd nog, als de plannen ons niet aanstaan, kunnen we dan onze opmerkingen maken. Opmerkingen maken kan altijd. Meneer Broeren, neem niet kwalijk. Ja. Ja, maar ik ben dan wel bang dat we een beetje te laat zijn, want zo werkt het in Nederland niet. Dan is het gewoon, dan hebben de mensen recht op, want dan gaan ze netjes onze procedures volgen. En daar hebben we dan geen poot meer om op te staan, om tegenover te staan. Dus ik zou toch echt heel stevig hier willen neerzetten dat als wij willen in deze gemeente Dalfsen, dat wij aan mensen van buiten, en ik noem het maar even gewoon, grote investeerders die gewoon miljoenen neerleggen om zo'n park neer te leggen, als wij willen afdwingen dat onze bevolking daarvan profiteert, dan moeten wij daar iets over regelen als gemeenteraad. Als wij dat niet doen, kunnen wij niet per geval daar nog eens van gaan zeggen, bij u moet dat wel en bij u moet dat niet, want zo werkt het gewoon niet. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Schuurman mag daarop reageren, graag. Dank u wel. Helemaal mee eens dat we het zoveel mogelijk lokaal moeten proberen te initiëren. Daarom heb ik ook gevraagd aan de duurzame dorpen om daarbij de handschoen op te pakken en daarmee van start te gaan. Elk voorstel komt terug in de raad. Dus zeker aan het begin kunnen wij daar met elkaar over discussiëren over wat wel of wat niet passend is. Op het moment dat we dat nu helemaal aftimmeren, dichttimmeren, dan komt er geen voorstel meer hier. En dat is juist het... Niet wat we willen, want we willen voldoen aan onze doelstellingen. Eén laatste punt. Laatste ronde, ja. Ja, maar het gaat mij niet om dichttimmeren, het gaat mij om een enkel kader aangeven. En als alleen al het kader dat iets, dat er een verplichting komt om met lokale mensen in gesprek te gaan, een corporatie toe te staan, een postcode roze, noem het allemaal op, je kan het op alle manieren regelen, dan ben je er al. Dan mogen ze nog altijd zelf helemaal gaan uitzoeken wat de percentages zijn, hoe je dat gaat doen. Dat is allemaal aan het initiatief en de omgeving. Maar alleen simpel het feit dat wij dit willen als gemeente, dat kun je vastleggen. Dat gezegd hebbende wil ik vragen of meneer Agricola wil reageren op de inbreng. Want er zijn best nog wel kritische vragen over concrete criteria gesteld. Ja, voorzitter, daar heb je helemaal gelijk in. Even op CDA terug te komen... Ja, die zegt het is een groot beslag, met name op de agrarische gronden. Maar het zijn juist de agrariërs die de gronden beschikbaar stellen. Het zijn juist de agrariërs die in gesprek zijn met investeerders. Nou, en we hoeven elkaar niks wijs te maken. We weten allemaal wel goed wat voor situatie we hebben gehad, met name op het platteland. En we weten ook allemaal wat ons nog te wachten staat op het platteland. Dus wat dat betreft... En ook met plaatselijke initiatieven, die zijn ook weer afhankelijk van diezelfde agrariërs. Pas een aanvraag op het landschap. Ben ik al ingegaan bij u, meneer Lochtenberg, want dat staat in de structuurvisie. Plaatselijke initiatieven voorrang. Zeker, graag zelfs, maar dan moeten ze er wel zijn. En als we dus zien hoeveel plaatselijke initiatieven er tot nu toe zijn... Nou, ze zijn op één hand te tellen, bij mij weten, alleen duurzaam, leefbaar, levende veld. De andere initiatieven die hier zijn, die komen van agrariërs, die met grote investeerders hebben gesproken. Heldere voorwaarden, zegt u. Wat hierin staat, in die handreiking, wilt u nog meer voorwaarden, dan wil ik graag input van u. Dat zeg ik ook tegen de ChristenUnie.
De ChristenUnie die zegt ook, ja, het moet beperkter. En die zegt van, nou, die zegt van, als u vindt dat beperkt moet, dan wil ik graag weten hoe de ChristenUnie wat van beperkingen daarover zit te denken. Want dat is voor ons natuurlijk als college wel heel erg belangrijk. Ambitie onduidelijk. Ja, u hebt als raad een ambitie uitgesproken waar wij als college mee in de slag gaan. Zonne-energie is noodzakelijk, geeft u aan. Windenergie kunnen we niet zonder. Maar weet juist, meneer Broeren, dat er heel veel weerstand is richting windenergie. Nog meer dan zonne-energie. En uw raad heeft hier ook uitgesproken qua windmolens, buiten de drie om waar nu Leuze Synergie mee bezig is, overigens ook een plaatselijk initiatief van een plaatselijke duurzaamheidsvereniging, dat u als raad heeft gezegd genoeg is genoeg. En dat de raad heeft gezegd we moeten meer inzetten op zonnepanelen, of zonnevelden, of zonne-energie. En dat de residuen te goede komen aan de plaatselijke bevolking, graag zelf. Maar dan moeten plaatselijke bevolkingen, plaatselijke initiatieven moeten wel investeren. En dan zegt u van, ja, er moet een visie komen op het Dalfser energiemix. Die is continu, wijzigt die. En dat is ook niet haalbaar. Dat kunt u ook niet vragen van ons als college. Dat is de praktijk die ermee omgaat. En de praktijk, de voorbeelden uit de praktijk, die hier komen. En waar u als raad een besluit over moet nemen. Als het nog wind is of zon, iedere wijze van bestemmingsplan komt bij u voor. En ik wil ook niet in herhaling treden. In de eerste ronde zijn er genoeg voorbeelden gegeven. Ja, D66 zegt ook, ja, voorkeur van grote windmolens. Ja, ik snap u meneer Royakkers, maar als er veel maatschappelijke weerstand is, dan weet u zelf hoe het is. En wat dat betreft dan verval ik in herhaling. Is dat zo? Ik wil eerst het woord nog even laten bij meneer de wethouder. ChristenUnie, eerste daken vol, begin daarmee. Graag zelfs. Maar als we aan onze opgave moeten voldoen, dan hebben we aan die daken niet genoeg. En ik vraag ook aan veel mensen, wie heeft er zonne-energie op dak? Ja, ja, ja. Ik zou zeggen, wie van u heeft zonnepanelen op dak? Maar daar heeft iedereen ook bij spreken een eigen mening voor om ze niet te plaatsen. Dus u hebt een voorbeeldfunctie. Maar ja, nogmaals, u zult, diegene die ze niet heeft, wel een reden hebben waarom u ze niet heeft. Participatie staat in het stuk. Dus al met al, het is niet makkelijk. En daarom zeg ik, dit is een mooie handtekening. Maatwerk per deelgebied. En ieder initiatief komt bij u langs onze raad. En burgerparticipatie is er heel erg belangrijk. Maar wil je als burgerparticipatie alle revenuen, dan zul je als burgers moeten investeren. En dat zal ook vaak moeten op hetzelfde land waar meneer Lochtenberg een opmerking over maakte. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Agricola. Ik concludeer dat de ingebrachte vragen en criteria en meningen niet door de wethouder worden overgenomen. Dus het zal in een amendement in het raadsvoorstel voorbij moeten komen. En waarin de raad dat dan kan meegeven. Want ik tel geen meerderheden wat dat dan gaat. Meneer Royakkers, kort. Ja, ik wil toch nog even reageren op een uitspraak van de wethouder die mij aansprak. En die volgens mij niet helemaal 100% de lading dekt. Hij heeft het over de raad heeft besloten dat er geen windmolens meer komen. Maar we hebben een hele duurzaamheidsdiscussie gehad bij die speciale agenda. En we hebben juist met elkaar afgesproken dat we nog eventueel dat zouden heroverwegen. Omdat het zo van zulk groot belang is. En dat er ligt daar een onderzoeksopdracht zelfs bij de wethouder voor. Dus dat wil ik dan maar even nog uw reactie keer, hebben we gehoord, meneer Royakkers. Voorzitter, mag ik ook twee puntjes op de reactie reageren? Kort. De wethouder gaf aan dat ik gevraagd heb om heldere voorwaarden. Dat was niet het geval. Ik heb gevraagd om heldere voorbeelden. En het andere was dat u zegt van ja, het zijn juist agrariërs die aanbieden. De grond, ja, dat heb ik ook gezegd. Daar gaat het ook juist om. Het gaat erom, onze stelling is dat juist omdat het gaat om dure landbouwgrond en om agrariërs daaromheen wat te beschermen, dat je gaat kijken naar de totale hoeveelheid in een gebied. Dus omdat het invloed heeft op de gronden en omwonenden eromheen, kijk dan naar de totale belasting. En dat heeft ook te maken met de totale grond die
weggenomen wordt uit de markt. Meneer Lochtenberg, ik onderbreek u, want u valt in herhalingen. We hebben gehoord wat u gezegd heeft. We gaan ook niet meer in discussie. Ik concludeer dat het voorstel zoals het ligt niet door de wethouder wil veranderd zal gaan worden. En dus zal het aan de raad zijn, aan de fracties, om met tekstvoorstellen te komen. En dat is mijn conclusie. En daarmee heb ik agendapunt. Ja, het gaat als bespreekstuk dus door naar de raadsvergadering eind van deze maand. En agendapunt 6 is daarmee af. We gaan verder met agendapunt 7. Bestemmingsplan, crisis en herstelwet kennen gemeente Dalfsen 2016. Meneer Agricola is behandelend wethouder. Als inleiding heb ik doorgekregen dat de bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Actualisatie van het bestemmingsplan voor de kern Leemleveld is daarom aan de orde, maar ook bestemmingsplannen voor Nieuw-Leuzen, Hoornhorst, Oud-Leuzen en Ankum zijn nu geactualiseerd in één groot nieuw bestemmingsplan. We gaan dus voor alle kernen werken met één groot verzamelplan. En dat doen we ook voor het buitengebied. Bijzondere aandacht is geweest aan duurzaamheid en daar is mee geëxperimenteerd in het nieuwe bestemmingsplan. Meneer Lammertsen is aangeschoven als ambtelijke ondersteuning. Van harte welkom. Ik wil graag uw vragen inventariseren voor de informerende ronde. En daarna behandel ik graag uw opinie en zal ik proberen te concluderen. Ik wil u vragen geen inleidende betogen, maar puntige vragen te stellen en vragen die ertoe doen. Wie kan ik het woord geven? Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Ik had één puntje wat mij opviel. Dat is dat ik las dat de systematiek van verzamelplannen ook voor de bestemmingsplan binnen de kernen wordt geïntroduceerd. En wij weten dat wij binnenkort, volgens mij eind dit jaar, gaan we het verzamelplan überhaupt als instrument gaan we evalueren. Dus wij hadden zoiets van, mogen wij daaruit concluderen dat het college tevreden is over het instrument en dit dus door wil zetten? Dank u wel. Heldere vraag. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Twee korte vragen naar aanleiding van de inspreek van de heer Borgelt. Zijn er inderdaad met de omwonenden afspraken gemaakt? En kunt u nog even de historie van de locatie schetsen? Want ik sprak net even met een gedeelte van de fractie. En was er voor 2005, zaten er toen andere bouwmogelijkheden op het vlak waar meer dan vier woningen werden mogelijk gemaakt? Of hoe zat dat? Kunt u dat nog even toelichten? Dank u wel, meneer. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ook een paar korte vragen. Is dit een technische, puur een technische update? Dat is eigenlijk vraag 1. Daaruit voortkomt vraag 2. Zijn er wezenlijke wijzigingen? We gaan er vanuit van niet. Maar als het zo is, dan willen we dat wel graag weten. En waarom, dat is een minor, waarom staat er voortdurend CHW? Ik snap dat het over de crisis- en herstelwet gaat, maar er wordt constant genoemd. Is dat nodig? En de laatste vraag heeft te maken met de vraag die al is gesteld met de inspreker. Hoe zit het met die woningen en kan daar toelichting op worden gegeven? Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Jutten. Dank u wel, voorzitter. Ja, de anderen waren mij al voor. Ik wil graag een reactie van de wethouder op de inbreng van de inspreker. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Warmelink, VVD. Wij sluiten ons aan bij de eerdere vragen. We hebben verder geen nieuwe vragen. Dank u wel. Dank u wel. Ik ken u anders. Aan de wethouder, meneer Agricola. Ja, voorzitter. De Partij van Arbeid vraagt over het verzamelplan. Dat het college voornemens is dat voor de kern te gaan doen. Nou, het college is voornemens dat voor de kern te doen, als u daarmee instemt. Want we zien met name dat de verzamelplan voor het buitengebied dat een groot succes is. En er komen iedere keer meer verzoeken. En het wordt ook door de inwoners van ons buitengebied als zeer, zeer positief ervaren. En als ik de geluiden van u hoor in de raad van de eerste drie verzamelplannen, dan waren deze ook positief. Dus wat dat betreft, volmondig ja. Dan, waar de meeste fractie een vraag hebben gesteld over het gebeuren van onze inspreker. De historie ken ik niet, want het is voor mijn tijd gebeurd. Ik zou, ook wil u voorstellen om hier schriftelijk bij u op terug te komen bij u als raad. En in die zin, als ik het kan redden, wil ik ook nog voor de raadsvergadering met omwonenden hierover praten. Zodat we dus u
voor de raadsvergadering een compleet beeld kunnen schetsen. Dan de ChristenUnie. Is het een update? Ja, het is een update. Zijn er wezenlijke wijzigingen? Nee, die zijn er niet. Ja, en de crisis- en herstelwet, het staat er meerdere malen in, maar het is dus ook ambtelijk de taal. En met name, misschien gaat het iets anders gekund, maar iedereen weet nu wat de crisis- en herstelwet is. Tot zover, voorzitter. Zijn de vragen voldoende beantwoord? Dan hoor ik graag uw opinie op het voorstel van de wethouder. Meneer Royakkers, D66. Ik zal beginnen met dat we in principe kunnen instemmen hiermee, maar dat ik toch wel hele ernstige bedenkingen heb bij dat punt aan de Koesteeg. En dat ik hoop dat de wethouder inderdaad voor de vergadering daarmee komt, zodat wij er ook in zijn geheel kunnen instemmen. Want dat is namelijk het probleem met zo'n verzamelding. Het staat niet apart als besluit, elk onderdeel. En dat zou dan tot grote problemen leiden als er dan moet er weer een abonnement plaatsvinden. Dat gezegd hebbende, en ook over de opmerking van de wethouder dat dit erg populair is, zou ik erop aan willen dringen. Gezien toch veel leeswerk en beoordelingswerk van de raad, bij de raad neer wordt gelegd om nooit meer in juni of in december iets dergelijks te agenderen. Dank u wel. Dan nemen we die oproep mee naar de agendacommissie. Zetten we daar al een streep in alle RO-voorstellen? Nee. Meneer Broer, de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan het kort houden, want ik had precies dezelfde bijdrage als meneer Royakkers. Dus ik sluit mij daarbij aan. Dank u wel, bijzonder. Meneer Kouwen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is de CDA-fractie duidelijk dat er met het voorliggende plan de bestaande ruimtelijke mogelijkheden worden bekrachtigd. Ook al zijn die misschien in het verleden niet evengoed vertaald, maar dat wachten we dan nog even af voor de raadsvergadering. Dat er van de situatie wordt gebruik gemaakt om een helder overzicht te maken voor de verschillende kern is praktisch, denk ik, voor iedereen, voor onze inwoners en voor de gemeente ook. Goed dat de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid wat zijn vergroot. Nou, zo stimuleer je dat vanuit de gemeente. Het is maar een kleine stap in onze ambitie, maar wel met veel kleine stappen kom je niet uit. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Ook wij hadden inmiddels wat vragen bij de inbreng van de inspreker. We wachten de beantwoording van de wethouder daarop af. En dan neem ik ook terug naar de fractie om dan ons eindoordeel te geven. Dank u wel. Mag ik u vragen om uw oordeel te geven wanneer de wethouder de informatie heeft geleverd bij positieve gedachten van de gemeentebelangen? Want om elke keer dit nog een keer te herhalen in de raadsvergadering is wat overdun. U kunt gewoon aangeven wat u van het voorstel vindt. Behoudens dan nog de aanvullende informatie die is toegezegd. U vroeg het om het kort te houden, maar wij hadden in regel ertussen staan, hoewel we in eerste instantie positief staan tegenover het voorstel. Dat wou ik graag horen, dank u wel. Meneer Jut. Meneer Nijburg. Dank u, voorzitter. Wij zijn het eens met de heer Royakkers dat het veel leeswerk is op dit moment. Verder wordt er veel gestapeld, maar wij kunnen wel instemmen met de plannen en zeker ook met de toezegging van de wethouder. Fijn, dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Warmelink, VVD. Ja, ook wij kunnen instemmen met het voorstel, behouden dan de Koesteeg. En dan wachten we de reactie van de wethouder af. Dank u wel. Dank u wel voor uw reactie. En daarmee concludeer ik dat dit agendapunt, behoudens de toezegging van meneer Agricola om een toelichting te geven op de ontwikkelingen in de historisch perspectief gezien rondom de Koesteeg, alle nummers en dat soort technische informatie heb ik even niet helemaal paraat. Koesteeg, laten we het zomaar benoemen. En dat heeft meneer Agricola toegezegd te proberen voor de raadsvergadering en het gesprek aan te gaan met de betrokkenen. En daarmee concludeer ik dat dit als spreekstuk naar de raadsvergadering staat. En ik wil u oproepen om eigenlijk dan op dat moment te reageren voor zover het nog nodig is. Dank u wel. En agendapunt 8, derde verzamelplan buitengebied. Mevrouw Van Dam schuift aan. Van harte welkom, mevrouw Van Dam. Aan de raad wordt gevraagd om het derde verzamelplan vast te stellen voor het buitengebied. Het gaat om 8 ontwikkelingen, 3 projectafwijkingen, dus afwijkingsbesluiten,
het tracébesluit N35 en een aantal kleinere aanpassingen die ambtshalve zijn gedaan of worden voorgesteld. Er is ook een experiment doorgevoerd over het vellen van houtopstanden, wat voor dit gebied niet meer in de APV geregeld wordt, maar rechtstreeks in het verzamelplan. U wordt voorgesteld het vast te stellen als verzamelplan en we vragen u om duidelijk aan te geven als uw fractie het met één van de wijzigingen niet eens is. Dat geen zou kunnen. Als het nodig is, kan er namelijk wat uitgehaald worden, maar de tijdswinst voor de aanvragers is weg als het gehele verzamelplan wordt afgekeurd. Ik stel voor in twee ronden te behandelen. Neem me niet kwalijk. Ik word terecht op mijn vingers getikt. Meneer Kouwen heeft aangegeven niet aan de beraadslagingen te zullen meedoen vanwege zijn persoonlijke betrokkenheid. Hij heeft in het verzamelplan een aanvraag gedaan. De griffier geeft zijn excuses hierop aan, geeft helemaal niks. Het is heel goed. Dus vandaar dat ik even naar rechts keek. Ik stel voor de vragen in één ronde en daarna uw opinie graag. Wie kan ik het woord geven om vragen? Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, voorzitter, dank u. Ik heb mede naar aanleiding van een van de insprekers een vraag over een van de 8 voorliggende projecten in het verzamelplan, namelijk de Hagenweg. Daar lijkt toch wel behoorlijk wat licht te zitten tussen de beantwoording op bezwaarschrift. En als je kijkt naar wat er gezien de eisen aan die wij gesteld hebben aan wijzigingen, bij bijvoorbeeld VAP en Rood voor Rood, die te maken hebben met belasting van omgeving en met belasting van het wegennet, lijkt daar nogal wat licht te zitten tussen beantwoording en de inbreng van inspreker. Dus ik wil graag van de wethouder een toelichting daarop. Of u dat wat nader kan verklaren. Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Vragen links, geen vragen rechts. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Nou, ik ben links, maar nee, absoluut goed. Even kijken. Wij hebben, voorzitter, dank u wel. Wij hebben over de beleidsregels kappen, hebben wij een vraag. Onder artikel 5 noodkap staat het recht tot het plegen van noodkap. Inclusief de voorwaarden tot herplanplicht omschreven. En ook staat hier dat na toestemming van de wijkbeheerder geen vergunning en dus leges verschuldigd zijn. Kunnen we er hiermee van uitgaan dat zaken als de boom van Brugman tot het verleden behoren? Van meneer Brugman bedoelt u dan? Meneer Brugman. Meneer Jutten, gemeentebelangen. U hebt mij ontdekt. In het voorliggende stuk zitten enkele hele grote en uitgebreide aanvragen. En daar moet heel wat leeswerk voor verricht worden. Meneer Roergens noemde dat al. En we hebben in de commissie van 17 september vorig jaar onze vraagtekens al gezet bij het feit of deze verzamelplan daar wel de juiste plek voor zijn. We hebben altijd begrepen dat het verzamelplan bedoeld was om een verzameling kleinere aanvragen te behandelen. Hoe denkt de wethouder daarover? Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Nog één vraag. Zou de wethouder ook kort kunnen reageren op Oostkampen 5a, de schapenstal? Ik snap dat niet helemaal. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Warmelink, VVD. Dank u wel. Ik heb een vraag over de Hagenweg 20, waarbij de inspreker had over hondenoverlast. En mijn vraag is, in hoeverre is dat mogelijke overlast geregeld, zodat ingegrepen kan worden. Dank u wel. Meneer Royakkers, D66. Dank u wel. Ik had dezelfde vraag over die schuilstal aan de Oosterkampen. Dat staat namelijk niet in het verzamelplan, voor zover ik het kan vinden. Wel, maar ik kan het niet vinden. Dit geeft al aanpassing. Dan heb ik een vraag over de Hoeve Dwarsweg. Ik vind dat er nogal behoorlijk, wat zal ik zeggen? Ik vind 3 compensatiewoningen voor Rood voor Rood op die locatie wel veel. En we zijn tegen verstening van het platteland, we hebben plattelandsvisie en dan gaan we daar 3 woningen toestaan. Ik heb ook een vraag bij de Kortersweg. Er is sprake van bedrijfsbeëindiging en nieuwbouw van 2 woningen. En er is geen agrarische bestemming meer. Betekent dat er nog geen bedrijfswoningen meer zijn? Dat was ook een vraag die ik heb. Dank u wel, meneer Royakkers.
Meneer Agricola schrijft nog even door met zijn vragen. Meneer Royakkers, pagina 12 over Oosterkampen 5a. Voorzitter, om maar te beginnen met de vraag van de Partij van de Arbeid. Zijn vraag was, behoren nu de bomen van meneer Dikburg van hiermee tot einde? Ja. Dan gemeentebelangen, verzamelplan, kleinere zaken. In ieder geval, daar zijn we mee begonnen, maar de kleinere zaken zijn groter geworden. En daarnaast is een aantal van die zaken is vooraf ik nog met u besproken hier in deze raad. Een aantal wat complexere zaken waar u toen hebt gezegd van werk het maar uit. Gehoord hebbende de argumenten vanaf het collegezijde. Daarmee moet ik ook aantekenen dat kleinere zaken zijn vaak ook wat complexer geworden de afgelopen tijd. Maar in ieder geval, wij brengen onder het verzamelplan wat met u is afgesproken en zit er niet onder, gaan we met u in overleg wat met een aantal gevallen hier ook gedaan is. Dan de Oosterkampen. Hebben ook een aantal fracties vragen over gesteld. U hebt een brief gekregen van advocaat van de initiatiefnemer. Ik heb u ook een brief gestuurd. En ook een aantal foto's. De brief van de advocaat van de initiatiefnemer. De brief van mij plus de foto's. Hoop ik dat u daaruit op kunt nemen hoe de situatie is. En daar een afgewogen besluit over kunt nemen. Dan de Hagenweg, er zijn ook een aantal vragen over gesteld. De Kortesweg. Het is een bedrijfsbeëindiging, meneer Royakkers. De bedrijfswoning wordt herbouwd. En er wordt een woning in het kader van Rood voor Rood gebouwd. Er wordt op die locaties gesloopt. En u als raad zijnde hebt aangegeven, bij het herziende beleid van Rood voor Rood, dat op de locatie teruggebouwd moet worden. En dat is ook het geval aan de Hoeven dwarsweg, want er staat een vrij groot agrarisch bedrijf en de woningen die gebouwd worden komen overeen met wat er gesloopt wordt. En aangezien het een groot bedrijf is, kunnen er ook meer woningen gebouwd worden. Anders zou het ook niet kunnen. Dan Hagenweg, voorzitter. Dat is meer technisch van aard, daar wou ik mevrouw Van Dam graag het woord even over geven. Dank u wel, meneer Agricola. Aan u het woord, mevrouw Van Dam. Dank u wel. De Hagenweg 20 is inderdaad een voormalig agrarisch perceel. Op dit moment de bestemming wonen. Het VAP-beleid heeft betrekking op voormalig agrarische gebouwen, dus bebouwing. Die is daar nog aanwezig en die komt dus in voor functieverandering in aanmerking. En ook is er vastgelegd hoeveel honden er gehouden mogen, of hoeveel huisdieren er gehouden mogen worden, hoeveel hondenplekken er mogen zijn. En dat wordt ook nog in een milieumelding vastgelegd. En als daar niet aan voldaan wordt, kan daar gewoon handhavend opgetreden worden. En er moet, aan die milieumelding zitten ook geluidsvoorschriften bijvoorbeeld. Dus daar wil ik het op dit moment even bij laten. Dank u wel voor deze aanvullende informatie, mevrouw Van Dam. Meneer Royakkers, naar aanleiding van de beantwoording. Ik heb een half antwoord gekregen, vind ik. Want ik had gevraagd of dat aan die Kortersweg, of dat het nog bedrijfswoningen blijven, of dat het gewoon particuliere woningen worden. Daar heb ik geen antwoord op gehad. En verder heb ik gezegd dat het nogal ruimhartig was aan de Hoeven dwars, zegt die compensatiewoningen. Dat is ook niet bestreden. Meneer de wethouder. Aan de Kortersweg zijn gewone woningen. En met name wat de Hoeven dwarsweg, alles gebeurt conform de Rood voor Rood regeling, zoals die door u als raad is vastgesteld. Dank u wel voor deze aanvullende beantwoording. Ik heb nog een vraag.
Sorry, neem niet kwalijk. Ik zocht een lampje, maar hij zit achter de laptop. Ja. Oh. Meneer Warmelenk. Ik zal iets opschrijven. Ja, ik heb een vraag over, over die honden. Er wordt vastgelegd van de regels voor geluidsnormen. Maar hoe wordt dan gehandhaafd? Want ik heb wel eens verhalen gehoord ook van een hondenopvang op het platteland in Ommen. En ja, die mensen continu luisteren van die honden. Ik bedoel, een hond kan... Die kan soms de hele nacht doorblaffen. En vooral als de één hond gaat blaffen, gaan ze allemaal blaffen. Dus hoe in hoeverre wordt het dan, als de geluidsnorm overtreden wordt, opgetreden? Hoe hard is dat? Meneer de wethouder. Ja, hoe hard is dat? U noemt het zelf al, meneer Warmelenk. Als u een hond heeft en uw buurman heeft een hond en de andere buurman heeft ook een hond en er begint één hond te blaffen, dan kunnen de andere twee als reactie erop op gaan blaffen. Dus wat daar gaat... Wilt u antwoord geven op de vraag hoe wordt gehandhaafd? Als bij spreken er een klacht komt, dan zal daar bij spreken handhavend worden opgetreden. Maar doet de gemeente dat of doet de politie dat? Hoe werkt dat dan? Er zal opgetreden worden door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag treedt handhavend op. Voorzitter. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, ik heb met name gevraagd naar de verschillen die er lijken te zitten in de beoordeling van de inbreng van omwonenden. En wat wij beogen in het VAT-beleid met het voorkomen van toenemen van belasting van op omgeving, dan wel vervoersbewegingen. En zoals inspreker ook al aangaf, als de aanvrager gebruik maakt van de mogelijkheden zoals bedoeld, dan zou dat nogal wat vervoersbewegingen opleveren en ook een heleboel geluid die het tot nu toe niet is. Dus hoe zit het dan met die afweging? Het mag eigenlijk niet veel toenemen. Mevrouw Van Dam. Daar kan ik wel wat over zeggen. In het VAT-beleid staat dat er gekeken wordt naar de capaciteit, of de uitgangspunt is de capaciteit die de weg kan hebben. Daar is ook in een beantwoording op ingegaan. En de belasting qua geluid? Daar zijn geen strikte normen of iets dergelijks in het VAT-beleid voor opgenomen. Voor zover ik uit mijn hoofd zeg op dit moment. Voldoende beantwoord, meneer Lochtenberg. Nog aanvullende vragen? Niet? Dan wil ik graag horen of u ermee in kunt stemmen zoals het voorstel voor ligt. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil toch even beginnen met, dat is ook in het verlengde van de overbuurman. Wij vinden het instrument verzamelplan in dit geval, of dit moment, best wel een lastige. Wij begrijpen helemaal de methodiek, hoe het goed is voor de bewoners en hoe het goed is voor de procedures. Maar zeker met een agenda zoals wij die op dit moment voeren, hebben wij het als fractie best wel als lastig ervaren om dit allemaal door te worstelen. En dat zit hem niet alleen in de hoeveelheid, dat zit hem ook vooral in het feit dat... Er zit een beleidsstuk in eigenlijk, hè, want het houtkap, dat is een beleidsstuk. Er zit een landgoedontwikkeling in, er zit een x-aantal rood-voor-rood ontwikkelingen in. Dat zijn wat mij betreft allemaal best forse plannen. Dat zie je ook aan dat we vandaag aardig wat insprekers hebben gehad. En dat zijn dus punten die wij in ieder geval als fractie de nodige aandacht willen geven. En ja, ik vond het voor deze keer echt lastig, dat is natuurlijk gewoon even aangeven, om dat te doen. Dus misschien dat we daar toch naar een vorm kunnen waarbij we dat op een of andere manier kunnen oplossen. Want ik zie ook de voordelen, dus het is absoluut niet zo dat ik hier zeg dat het verzamelplan overboord moet. Maar de manier waarop we het behandelen in de raad is misschien wel iets waar we een keer bij stil moeten staan. Dus even los daarvan ga ik toch even een aantal van die plannen aanstippen. Landgoed Mataram. Nou, wij begrijpen dat het toevoegen van woningen een hele belangrijke economische drager is voor het behouden van landgoederen. Wij hebben goed naar de plannen gekeken. Die stralen enorm veel kwaliteit uit. Er is goed over nagedacht. Dus wat ons betreft hartstikke goed plan. Het enige wat ik wel altijd vind bij dit soort zaken, maar ja, daar kun je heel moeilijk een antwoord op geven. Als we dit allemaal goed kunnen geven met elkaar, fiat aan 3 nieuwe woningen. Wie geeft mij aan dat die 3 woningen ervoor zorgen dat het landgoed duurzaam in stand is? Of hebben we straks... nog een keer de discussie over nog een woning of over, nou, et cetera. Dat vind ik altijd wel een lastige, maar desalniettemin hartstikke goed plan doorgaan. Hoevedwarsweg, en eigenlijk geldt dat ook een beetje voor de Hagenweg. Nee, dat geldt ook voor de Hagenweg. Wij krijgen wel wat ongemak bij al deze rood-voor-rood ontwikkelingen. Wij snappen dat het past binnen de regels, maar of het is wat wij willen en of dit nou de ontstening is
waar wij ooit dit beleid voor gesteund hebben, daar krijgen we steeds grotere vraagtekens bij. En zeker op het moment dat je ze allemaal in zo'n verzamelplan te zien krijgt, we hebben even geteld, dan zijn het nogal wat nieuwe woningen die we aan het toevoegen zijn aan het buitengebied. En met woningen ontstaat verkeer, ontstaat, nou, we hebben vanavond allerlei zaken gehoord. En wij zien, wij snappen dat. En wij zouden dus graag echt eens een keer nog eens doorpraten over dat rood-voor-rood beleid. Hoe vaak worden toegepast, hoeveel woningen hebben wij de afgelopen jaren toegevoegd. En welke invloed heeft het op de kwaliteit van het landelijk gebied? Even kijken. Nou, en over die beleidsregels kappen zijn we heel blij mee dat dat op die manier geregeld is. Want als mensen geconfronteerd worden met dat ze uit nood iets moeten verwijderen en vervolgens ook nog eens met de kosten voor lezers worden veroorzaakt, dat was voor ons niet helemaal de juiste weg. Maar dat is hartstikke netjes opgelost. Nou, dat is even hoe wij hierin staan. Dus over de krepen gesproken, zeg ik maar even, hè, dat moeten we dus ook nu. We moeten over het hele verzamelplan iets zeggen. Akkoord, alleen wel met de kanttekening voor ons van die rood voor rood. En dat blijft voor ons wel een ding. Maar we hebben het al eerder hier aangegeven. En meestal, zeg ik maar even, maar dan ben ik misschien iets te proactief, krijgen we er niet heel veel steun voor. Dus daarmee zeg ik dan van, nou ja. Maar ik wil hem toch weer even markeren, want we zijn zo langzamerhand gewoon echt heel veel woningen aan het toevoegen aan het buitengebied. En daar hebben wij wel wat moeite mee. Dank u wel, vraag van de orde. Mag dat, voorzitter? Ja. Want mijn buurman van de Partij van de Arbeid, die zegt dat hij met het hele plan moet instemmen. Terwijl u heeft gezegd, je mag ook de verschillende ontwikkelingen, er zijn er 8 van genoemd, zeggen waar je het niet mee eens bent, zodat dat verwijderd kan worden uit het voorstel. Meneer Broer heeft aangegeven in principe akkoord te gaan, moeite te hebben met de rood voor rood voorwaarden en uitvoering. Dat heb ik zo begrepen, meneer Royakkers. Dank u wel. Wie kan ik vervolgens het woord geven? Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Voor ons liggen toch wel een heleboel mooie plannen. Er zit inderdaad wat groter bij en verschillen daarvan hebben we al in de raad gehad en al in een eerder stadium naar kunnen kijken. Inzoomend op een paar voorliggende, ook genoemde bezwaren. We hebben best enig begrip voor het bezwaar vanuit een nabije ondernemer met zijn bezwaar tegen 3 nieuwe extra woningen op 1 Erf van de Hoevenweg. Het past echter in de rood voor rood regeling zoals ik opgemerkt en de landschappelijke inpassing lijkt oké. Dus wij zien daar geen grond om daar echt iets tegen te hebben. Niet op basis van de huidige regels. Maar Hagenweg 20 stelt ons wel wat voor. In ieder geval vraagtekens roept dat op. De afstanden tot de direct omwonenden zijn krap en we begrijpen de zorgen van de buren wel. Bij agrarische bedrijven worden eisen gesteld aan bovenmatige geluidsbelasting op de omgeving om dat te voorkomen. Wij zouden graag iets willen zien om palen en perken aan extreem geluid te kunnen stellen. Denk bijvoorbeeld aan, als het gaat over honden, over een aantal dat maximaal tegelijk buiten mag zitten. Of aan geluidsisolatie van gebouwen. Dus dat is er één voor ons waar we moeilijk zomaar kunnen laten lopen. En eigenlijk is dit iets, ja, kan daar nu maar. Ik heb het gevoel dat eigenlijk alles kan. En, nou, gelukkig schudt de ambtenaar van nee. Oké, even dat erbij laten. Wij nemen die eventjes in beraad naar onze fractie even terug, tot de volgende vergadering. Dan de Oosterkamp, de schapenstal, die is nu wel opgenomen in het bestemmingsplan. En daar mag de aanvrager denk ik gewoon blij mee zijn. De vaste commissie voor de bezwaarschriften ziet helemaal geen aanleiding voor het toestaan van uitbreiding. En met hun achterliggende argumentatie kunnen wij wel instemmen. Voor het experiment met de koppeling aan inregeling voor het vellen van de houtopstanden ter vereenvoudiging van de huidige regelingen hebben wij wel sympathie. Mataramweg gaat volgens ons op dit moment maar over 1 woning. En daar zien we helemaal geen bezwaren. De vraag is in de toekomst of die 2 extra woningen er ook nog een keer gaan komen. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Royakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Waarschijnlijk hebben we wat over het hoofd gezien bij het vaststellen van het bestemmingsplan derde verzamelgebied buitengebied. Want daar stond in dat we in juni de gemeenteraad verzamelplan vaststelden. Dus dat moeten we zelf ook niet meer doen, collega's. Maar van akte. Mijn oordeel, zoals ik ga stemmen, ik heb al gezegd, ik vind het ruimhartig om 3 compensatiewoningen toe te staan aan de Hoevendwarsweg. Er is al gezegd, we hebben nou 1 keer die rood voor rood regeling, maar we hebben ook al minstens 1 jaar geleden gevraagd om
op de agenda te zetten om die rood voor rood regeling te evalueren. Omdat er waren meer partijen die vonden dat die nogal ruimhartig is. En dat die een keer moet worden bijgesteld. Dus ik hoop dat we dat dan binnenkort een keer gaan doen. Ik zou voor Hans niet willen instemmen met de Hagenweg 20. Dat is echt waar hoor. Meneer Royak, is de evaluatie van de rood voor rood regeling heeft al plaatsgevonden? Nee, die heeft al niet plaatsgevonden. Ja, wacht even. Nee. Je hebt een evaluatie, Je kan evalueren hoe rood voor rood op een locatie... Ik onderbreek u, meneer Broeren. We gaan het uitzoeken en we komen erop terug. Want dat is procesmatig, denk ik, de beste manier. Goed zo, voorzitter. Dank u wel voor uw interpellatie. Ik ben vooralsnog niet bereid om in te stemmen met de Hagenweg. Ik vind dat de inspreker ook in zijn schriftelijk stuk heel veel goede argumenten aandraagt om hier heel voorzichtig mee om te gaan. En zoals ik al zeg, als we daar ruimhartig naar kijken en als we ook ruimhartig kijken naar de Hoevedwarsweg, waarom gaan we dan zo ontzettend moeilijk doen over die kleine uitbouw van die schapenstal aan de Oosterkampen 5A. Ik pleit er gewoon voor om dat goed te keuren aan de achterkant, verder niet over die zeuren over die paar vierkante meter of kubieke meter. En daar heeft niemand last van en ik zou zeggen, dames en heren, recht uw rug en kom op voor uw medeburger. Dank u wel. Dank u wel, meneer Royakkes. Meneer Warmelink, VVD. En dank u wel. Wij kunnen instemmen met het voorstel, behalve dan de Hagenweg 20 voor die hondenoverlast. En wat betreft de schapenstal, wat mijn buurman opmerkte, daar willen wij het ook nog in de fractie over hebben. Tot zover, dank u wel. Dank u wel, meneer Warmelink. Sorry. Ik moest even verifiëren wat ik gehoord had. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u voorzitter. Ja, heel kort. De rood voor rood regeling was volgens ons ook al eens een keer besproken. Maar wij blijven ook wel aandacht vragen voor verstening van buitengebieden. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Wij kunnen instemmen met de plannen. Wij willen wel even nog nakijken hoe het met Hagenweg 20 zit. Dus dat is het voorbehoud dat we maken. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Jutten, gemeentebelang. Dank u wel, voorzitter. Het minste is al gezegd, daar kunnen we het ook al mee volgen. Wij waren ook voorlands van plan toe te stemmen in het voorstel. Alleen, we wilden ook nog even een aantal dingen terugmeren naar de fractie en dan komen we daar een definitief oordeel terug in de raad. Kunt u aangeven welke punten u definitief nog op terug wilt komen? Nou, op de Hagenweg inderdaad en op de Oosterkampen willen we, omdat we de stukken wat later hebben gekregen, dan willen we dat dan graag in bestuderen en dan daarop terugkomen. Dank u wel, dat is duidelijk. Dank u wel. Ik concludeer dat ik iedereen heb gehoord qua opinie. Dat er nog wat vragen open liggen over de Hagenweg en dat er nog wat voorbehouden. Ja, voorbehouden zijn gemaakt Hagenweg. De wethouder heeft een toezegging gedaan. En daarmee concludeer ik dat we het als bespreekstuk naar de raadsagenda van juni gaat. Waarvan akte? Voorzitter, ik ben even iets ontgaan, maar u zegt ik heb een toezegging gedaan en dan doelt u op? Op de... Ik ga even weer terugkijken wat ik dan weer noteer in mijn andere schrift. Rondom de Hagenweg 2, of tenminste mevrouw Van Dam gaf aan dat ze niet precies wist wat nu in die milieuvoorwaarden zou komen te staan. Heb ik dat niet goed begrepen? Ik kom erop terug, los van de vergadering. Die toezegging hebben we nog niet genoteerd. Niemand claimt hem, dus dan zal het ook wel niet goed door mij geluisterd zijn. Dank u wel. Ik concludeer als bespreekstuk na de raadsvergadering. Dank je wel. Over naar het volgende en laatste agendapunt, toch? Ja, de bestuursrapportage. Het eerste bestuursrapportage van 2017. Er wordt voorgesteld om de bestuursrapportage vast te stellen. Het bevat de voortgang van de uitvoering van het beleid en geeft ook de mogelijkheid voor de raad om bij te sturen. En
Er hoort ook een begrotingswijziging bij, die zou moeten worden vastgesteld. U heeft allemaal gelegenheid gehad om uw technische vragen vooraf te stellen en ook te bespreken. Beantwoording is ook op het raadsinformatiesysteem geplaatst. Meneer Van der Weert is aangeschoven als ambtelijke ondersteuning. Van harte welkom in de vergadering. Eigenlijk zou ik willen zeggen, we gaan geen vragen meer stellen. Ik hoor een heel hard gelach, ja. Maar ze zijn er, begrijp ik. Mevrouw Ramermans, CDA. En ik heb er al 5. Ai. Bij de bestuursrapportage is een memo om eventuele uitgaven niet te doen omdat ze vooralsnog niet nodig zijn. Bij de toelichting staat echter opvangen binnen bestaand budget. Kan de wethouder een nadere toelichting geven? Als voorbeeld, gaan we nu geen onderhoud doen aan het gemeentehuis? Of zit er nog ruimte binnen het budget om dit toch nog op te pakken? Het is voor ons niet duidelijk. Ik had ook nog één over de wethouders, maar die pensioen, maar die sla ik wel even over gezien de tijd. Het hondenbeleid, het voorstel is nu om die 14.000 niet beschikbaar te stellen. Dat betekent dat we nog meer geld overhouden bij de hondenbelasting. Dat betekent dus ook dat er nog meer onbegrip en vrevel bij de hondenbezitters is. Is dit reëel? Het snippergroen brengt 20.000 euro per jaar op. Maar wanneer is dit eindig? Ik kan me voorstellen dat het groen een keer opraakt. Is daar zicht op? Ja. En de huisvesting vergunninghouders. 26 gerealiseerd in de eerste helft van 2017. Nu nog 39 te gaan. Als in september, oktober blijkt dat dit niet haalbaar is, is er dan nog wel voldoende tijd om dit te realiseren? Er wordt gezegd er is goede hoop, maar dat geeft niet echt vertrouwen. Zijn we in gesprek met Vechthorst en kunnen zij aan de hand van prognoses, kunnen zij toch wel een inkijk geven of dit realiseerbaar is? Ze hebben toch ervaringen vanuit het verleden? Dus ik beperk het tot 4 vragen. Tot zover. Dank u wel, mevrouw Ramerman. Nog meer vragen, meneer Warmelink, VVD? Ja, wij hebben 2 vragen. We verwachten een nadelig saldo van een begroting van 462.000 euro. De eerste vraag is, hoe denkt het college aan het eind van het jaar weer break-even te kunnen draaien? En welke lering is getrokken zodat deze overschrijding niet weer voorkomt? Dank u wel. Dank u wel, meneer Warmelink. Meneer Beroeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal tot 1 vraag beperken. Wij hebben, en daar kom ik straks in mijn opinie op terug over de bestuiversmotie. Er staat een stuk, staat een heel positief stuk in de bestuursrapportage. Dat straks alleen maar lof, maar dan vervolgens inderdaad in de net al eerder genoemde memo 9.3 staat dat vervolgens alle uitgaven binnen het programma Landschap stopgezet moeten worden en dat er keuzes gemaakt moeten gaan worden. En daar kwam ik niet helemaal uit, want betekent dit nou dat de inzet die we voor de bijen gepleegd hebben ten koste gaat van de overige inzet binnen het programma Landschap? Dus daar even wat meer helderheid over. Dank u wel, meneer Beroeren. Geen vragen, meneer Rooijakkers. Meneer Nijp. Oh, ik dacht dat u nee schudde. Nee. Goed, meneer Rooijakkers. Dank u wel. Daarna gaan we naar meneer Nijkamp. Ja, mag ook andersom, hè? Oké. Er komt een beeld uit van 395.000 euro negatief voor de eerste 4 maanden. En er wordt voorgesteld om dat ten laste te brengen van het resultaat. Ik neem aan dat we dat dan aan het eind van het jaar gaan doen, gezien de afspraken die we hebben. Maar ja, dat heb je altijd als je een negatief resultaat hebt. Moet ergens vanaf. Mijn vraag is of dat niet een beetje te negatief ingestoken is. Want er komt ook nog een voordeel bij van de analyse van de rekeningoverschotten. Er is kennelijk een positieve meicirculaire ontvangen. Waarvan we nog niet hebben gezien wat daar het effect van is. En ik reken toch weer op minstens 1 miljoen resultaat uit de grondexploitatie. Dus de vraag is, maken we onszelf nou zo druk als het dan gaat om een aantal zaken dan niet meer te doen wat eigenlijk klein bier is. Kijk, als je het onderhoud niet hoeft te doen, moet je het zeker niet doen. Maar ik sluit mij ook aan bij dat soort dingen. Er is kennelijk commotie geweest over dat hondenbeleid. Nou, als je nuttige dingen ermee kunt doen en je kunt de mensen laten zien dat het geld wat ze betalen voor een hond, dat het ook ergens gebruikt wordt enzovoort. Er zijn nog wat andere kleine dingetjes ook. En misschien, ik weet niet of dat ik mij hier mijn boekje te buiten ga, maar er is bijvoorbeeld voor het lucht, dat moet de voorzitter maar ingrijpen. Luchtruim Lelystad. Ik wil graag een vraag horen, meneer Rooijakkers. Ja, ik ben heel braaf geworden. Luchtruim Lelystad.
wordt maar een klein bedrag beschikbaar gesteld. Van een maximum van 10.000 voor de gezamenlijke vier gemeentes. Ja, daar kun je ontzettend weinig mee doen. Als je een juridische procedure tegen de staat doet, dan gaan we natuurlijk wel fundraisen, crowdfunding, bedrijven aanschrijven enzovoorts. Maar ik pleit er toch voor dat de gemeente Dalfsen als trekker hier het goede voorbeeld geeft. We hebben vorige week een presentatie gehouden in Ommen. En daar wordt al gesproken over 10.000 voor Ommen. Dus mijn vraag is, kan de gemeente Dalfsen daar niet het goede voorbeeld geven, alsjeblieft? En dan denk ik misschien dat er nog wel een toezegging te krijgen is dat geld terug wordt gestort als het niet nodig is. Grondaankopen voor toekomstige uitbreidingsplannen. Dit jaar zijn nog geen grondaankopen gedaan, wordt geschreven. Maar aan de andere bladzijde lees ik dat er ergens 1 miljoen voor gereserveerd wordt. Bent u dat nog van plan of bent u dat nou niet van plan? Dank u wel. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen al gesteld, onder andere door de VVD. Over van hoe lossen we het tekort op. Blijft nog een paar vragen over. Hoe staat het met de uit 2016 overgehevelde taken en budgetten? De vraag over de huisvesting van de vergunninghouders is volgens mij al gesteld door CDA, dus sluit er graag bij aan. Dan de aanleiding van een memo van 1 juni jongstleden door de wethouder opgeleverd. Diverse bedragen zijn op te vangen binnen de bestaande budgetten, zo lezen we. Nou, het gaat over meer dan 0,5 ton, dat is mooi. Maar wat zegt dat nou over de analyse van de structurele ruimte in de begroting? Want die wordt toch een beetje zijdelings bij dit onderwerp van de bestuursrapportage betrokken. Dus blijkbaar behoorlijk uitgekant. Maar blijkbaar zonder problemen gooien we er nog 0,5 ton bij op. Hoe verhoudt zich dat met elkaar? Dat waren de vragen. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Kleine-Koelkamp. Mijn vragen zijn al gesteld, dus ik hou het kort. Fijn, dank u wel. Heeft u zo snel mee kunnen schrijven? Ik zie een ja-knikkende wethouder. Ja, het is wat later op de avond, dus de sprekers worden wat trager. En u kunt sneller. En ik heb een tijdje rust gehad, dus ik heb het heel kalm aan kunnen doen. U bent er helemaal vol energie. Voorzitter, met betrekking tot de memo, het opvangen binnen het budget. Daar spelen twee, misschien wel drie zaken spelen daar mee. Er is een opdracht gegeven om te kijken in hoeverre je zaken gewoon binnen het budget voor 2017 zou kunnen uitvoeren. Een taakstellende opdracht. Er is inderdaad, we zijn iets voorzichtig geweest met het aframen van die structurele gelden. Er was berekend dat er nog meer ruimte was. We hebben gezegd, ja, laten we daar nou niet meteen 3,5 ton afhalen. Laten we dat even voorzichtig doen. Dus er zit nog iets speling in dat verhaal. Dus dat zijn wel twee dingen die hierin in meespelen. Men is bezig gegaan om te kijken of ze binnen het budget daar zaken kunnen regelen. En dat blijkt mogelijk te zijn. Meer overhouden op hondenbelasting. Nee, minder uitgeven. Dat is het voorstel. En in elk geval dit te betrekken bij de integrale afweging. Dus nu niet te zeggen we gaan het doen. Maar te kijken als raad van, en dat is die lijst die u bij de perspectiefnota op de laatste pagina heeft gehad. Daar staan een aantal zaken van nog niet toegekende, door het college toegekende zaken. Maar u gaat daarover. En daar staat die hondenbelasting ook op. Mag ik er even op reageren? Dat gaat volgens mij om die 14.000 euro. Maar volgens mij is de opbrengst van de hondenbelasting iets van 143.000. Iets uit mijn hoofd, iets van 140.000. Dus als we daar maar 43.000 van besteden, dan, en minus 14.000, dan betekent dat de rest gewoon ergens anders aan voor gebruikt wordt. Klopt, dat doet het al jaren. Ik ben ook van mening dat bezitters van honden in het buitengebied geen hondenbelasting zouden moeten betalen. Maar dan heb ik weer mijn eigen pet op. Want het zijn werkhonden. Die van mij ook, ja. Snippergroen, dat is eindig. Ik zei van ja, de groenste gemeente, maar dat is eindig. Ik denk dat collega Agricola weet welk jaar dat afgelopen is, dat project, 2020? Of is het dit jaar al afgelopen? Nou, dit jaar proberen we de grootste inhaalslag te maken waar we bezig zijn.
Maar daarnaast zal bij SPEC altijd nog wat iets naeilen. Maar dat zijn niet die bedragen die, waar u over spreekt. Dus dat zullen enkele duizenden euro's zijn, maar niet 20.000 of meer. Het is nu meer, omdat we met name van een inhaalslag aan het maken zijn. Maar ik lees volgens mij in de stukken, ik lees in de stukken dat er meerdere jaren nog 20.000 euro verwacht wordt. Of heb ik dat niet goed gelezen? Die zijn van, ze gaan in de rapportage uit tot 2020. En dan is het met name de inschatting 20.000, maar het is een inschatting. Ja, voorzitter, ik zei al 2020, dat had ik dus wel aardig goed. Het is een inschatting dat die 20.000 euro zal zijn en daarmee bekostigt het project dan zichzelf. Dus per saldo worden we er niet rijker van. Voor wat betreft de huisvesting asielzoekers zou ik straks aan de voorzitter willen vragen of de heer Uitslag daar wat over wil zeggen. De VVD houdt heel erg van break-even punten. Het nadelig saldo van 462.000... wat gaat u daaraan doen? Lering, overschrijding. Ik neem hem in één vlucht mee met D66. Dit is een rapportage over de eerste 4 maanden van het jaar. Niets meer en niets minder. En als je die nu leest, kijk, in het verleden deden we dan zo, dan werd dit bedrag, wat we tekort komen, dat wordt ten laste gebracht van de reserves en we staan weer op nul. We hebben met de raad afgesproken dat we dat niet doen. En dat betekent dus dat we aan het einde van het jaar zullen zien waar we werkelijk op uitkomen. Want ik verwacht ook nog wel een aantal meevallers. Maar dit is puur een rapportage over de eerste 4 maanden. Dus daar moet u niet vreemd van opkijken. Die is nu negatief, maar die had ook positief kunnen zijn. Voorzitter, mag ik daar even op reageren? Want de wethouder doet voorkomen alsof het inderdaad alleen maar een kwestie is van rapporteren waar staan we. Maar dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest van een bestuursrapportage. Een bestuursrapportage is ingesteld om de raad de gelegenheid te geven om te sturen. Dat betekent dat als je een tekort hebt, dat je daar maatregelen op verwacht. Dus te zeggen van nou, daar nemen we kennis van. Ja, wanneer gaat dan het college in beweging komen? Als er min 1 miljoen staat, min 2 miljoen. Dus deze redenering klopt volgens mij niet. En ik zou ook willen vragen of het college daar echt anders mee om wil gaan. Dat is een aanvullende vraag, meneer Van Leeuwen, voor u. Het college heeft gereageerd door u een memo te sturen en daarmee het tekort terug te brengen naar 306.000. En ik stel toch echt voor, meneer Nijkamp, dat u dit verhaal ook even beziet in het licht van de perspectiefnota. En de resultaten die we straks uit de mei-circulaire naar voren brengen, om nu, op dit moment, meteen aan dat stuur te gaan trekken en naar links of naar rechts, dat lijkt me op dit moment zwaar overtrokken. Het is bedoeld om te sturen, maar u wilt wel heel snel op de noodrem. Dan D66. Ik heb het niet over een noodrem gehad. Het gaat over de duiding van het instrument bestuursrapportage. En als de wethouder ten tijde van het opleveren van bestuursrapportage ook duidelijk maakt van op welke manier dat hij daarmee om wil gaan, dan is dat ook duidelijk. Hij geeft nu aanvullende informatie. Namelijk, nou, dat had hij toen niet kunnen weten, de mei-circulaire, denk ik. Maar als hij zegt van nou, op die en die fronten verwacht ik nog een aantal meevallers. En dus, raad, dat komt wel goed, deze 3-4 ton. Dan weten we waar we aan toe zijn. Maar dat vinden we nergens terug. En dat is precies ook de reden waarom we die vraag gesteld hebben. En het raakt wat mij betreft wel echt aan de doelstellingen van een PNC-cyclus. Wilt u verder gaan, meneer Van Leeuwen? Ja, dank u. De motie bestuivers en landschap, dat zou ik dan even willen vragen of u zometeen de heer Agricola daarover het woord wil geven. Want dat is zijn portefeuille. Ik zit even in mijn maag met de opmerking van de heer Rooijakkers over Hoog Overijssel. Want ik ben van mening dat u dat hier niet had moeten doen. Ik ben van mening dat u dat hier niet had moeten doen. Dan heeft u het ook nog over 1 miljoen gereserveerd voor grondaankopen. Dat zal denk ik 500.000 zijn wat we mogen doen. Zonder dat we dat
En dan moeten we de raad achteraf informeren. Gaan we meer doen, dan gaan we eerst in overleg met de raad. Staan er grondaankopen op de rol? Nou, wij weten in elk geval twee dingen. Dat we in Hoonhorst geen grond meer hebben voor woningbouw. En we weten dat we weliswaar grond toegewezen hebben gekregen van de provincie voor Lemelenveld voor uitbreiding van het bedrijventerrein. Maar dat daar al een aantal gegadigden zijn dat we alweer rap opnieuw bij de provincie zullen moeten gaan vragen of we nog verder zullen mogen uitbreiden. Dat is wat ik op dit moment weet. Daarnaast zijn er ook gesprekken gaande op de grift om te verkopen. Dus die aankopen en die verkopen die zouden elkaar misschien wel eens kunnen uitvlakken. ChristenUnie wil graag weten hoe het staat met de overgehevelde taken en gelden 2016. Ik kan u toezeggen dat ik daar zal laten nazoeken en dat u daar schriftelijk over gerapporteerd wordt. Als u daarmee akkoord kunt gaan, ja? Want dat cijfer dat heb ik op dit moment niet paraat. Dat was het wat mij betreft, voorzitter. En dan heb ik aan beide kanten een wethouder, de ene. Meneer Uitslag, mag ik u eerst het woord geven over de vergunninghouders en de achterstanden? Ja, dank u voorzitter. We hebben een contact hierover met Vechthorst. Vanzelfsprekend zou ik bijna zeggen. Ook regelmatig. Op basis van de gemiddelden, zoals de Vechthorst die de jaren heen kent. Ook op basis van het 10% percentage. Hebben we de stellige verwachting dat we het gaan halen einde van dit jaar. En vandaar ook de goede hoop die we hebben. Maar ja, gemiddelden zijn nu eenmaal gemiddelden. En het verleden is dus ook geen garantie voor de toekomst. Hè. En daarom willen we na de zomervakantie daar nog nadrukkelijker de vinger bij leggen. Om te kijken of we het echt gaan halen of hoe de prognoses zijn. Daarnaast proberen we ook Vechthorst wel te bewegen om nu zo snel mogelijk statushouders binnen te halen. Dan is de kans groter dat je gezinnen binnenhaalt. Waardoor we minder huizen ten opzichte van het aantal statushouders kunt hebben. En dat zou de doelstelling doen versnellen. Dus ook vandaar het goede hoop. Maar ja, takes two to tango, heb ik wel eens gehoord. Dus ook hier even afhankelijk van Vechthorst. Dank u wel. De gesprekken zijn dus gaande. Ja, fijn, dank u wel. En dan was er nog eentje voor meneer Agricola. Ja, voorzitter. De bijen. De bloemetjes en de bijen. Zo is het. De bijenmotie, zoals die is aangenomen is, is in uitvoering genomen en onderdeel van het reguliere beleid. En waar we toe kunnen passen, gaan we toepassen. En wat aangaat dus de investering, stopzetten van investering in het landschap, ja, dat is een afweging die nog gemaakt moet worden. Dat is wat ik erover kan zeggen, voorzitter. Lopend beleid. Welke vragen zijn nog niet of onvoldoende beantwoord? Mag ik van u horen? Nee, het is een kennis. Nee, besluitvormend. Neem niet kwalijk. Ik moest even oriënteren. Het is al laat. Mag ik uw opinie horen? Mevrouw Ramermans, CDA. Ja, ik zal kort zijn. Voor ons ligt de tweede bestuursrapportage. Is goed leesbaar. Geeft snel een beeld van de zaken op dit moment. De achterstanden die er zijn, zijn in voortgang en goed toegelicht. De vragen die we technisch hadden en die we nu hadden, zijn beantwoord. En enkele komen weer terug bij de perspectiefnota. Dus die nemen we daarmee naartoe. Fijn om te horen met betrekking tot de statushouders dat er goed contact is met Vechthorst. En dan gaan we er maar vanuit dat dit gemiddelde inderdaad klopt en dat we daarop kunnen vertrouwen. En ja, de evaluatie is in ieder geval direct na de zomer, dus dan kunnen we nog enigszins bijsturen. Verder geen schokkende zaken en we kunnen dan ook akkoord gaan met dit voorstel. Dank u wel, mevrouw Ramerman. Meneer Broeren, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor die heldere bestuursrapportage. Ik heb een aantal punten. De eerste zal ik kort houden, heb ik eigenlijk al met mijn vraag duidelijk gemaakt. Maar wat ons betreft zou het heel zonde zijn natuurlijk als er uiteindelijk blijkt dat we minder uitgegeven aan landschapsbeheer, bijvoorbeeld bij agrarisch, omdat we iets voor de bij doen. Volgens mij kunnen we dat prima als gemeente allebei. En dat was volgens mij ook de strekking van de motie, maar volgens mij gaan we dat ook in het najaar regelen. Dan nog twee wat kleinere. De herontwikkeling Kroonplein. We hebben al eerder aangegeven nog niet helemaal tevreden zijn met de ruimtekwaliteit van het Kroonplein. En
Nou, we worden daarin eigenlijk een beetje ondersteund door onze burgemeester die recent hier riep: een plein is pas fijn met een mooie fontein. En dat betekent dat wij het college dan ook oproepen om dit mee te nemen in de beloofde evaluatie. En wat het Kroonplein betreft hebben we er nog één kleintje. Er loopt een hele mooie slechtziende route. En aangezien er nog wat middelen zijn voor het Kroonplein, is het misschien een idee om deze om het viaduct te leggen in plaats van het tegenaan. Dan de laatste, en dat is een wat meer wat serieuzere, dat is het overzicht tussen, wij hebben best wel wat moeite af en toe om, als het gaat om personele inzet, het interne en externe inzet, zeg maar, boven water te halen. En dat vinden we vooral belangrijk nu we bijvoorbeeld ook zien, en de VVD memoreerde daar wat mij betreft terecht aan, dat wij nogal wat mensen uit de kaartenbak hebben die wij moeten inzetten. En wij maken graag daarbij de overweging, of wij geven de overweging mee. Wij zagen bijvoorbeeld ook dat er heel wat extra middelen aan schoonmaak en dat soort zaken, en dan bedoel ik niet schoonmaakmiddelen, maar dan bedoel ik middelen voor de schoonmaak, moeten worden uitgezet. Dat daar ook de optimale match gemaakt kan worden met de kaartenbak. En ja, dat kunnen wij nu vrij moeilijk zien. Dus dat was nog even eentje die wij mee wilden geven. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broer. En daarmee stemt u in? Ja, fijn, dank u wel. Meneer Rooijakkers. Dank u wel, voorzitter. Ik vind het een prima rapportage. Natuurlijk kun je altijd discussiëren over moet het niet zus of moet het niet zo. En ik heb besloten om het in één groot geheel te zien met perspectiefnota en de conclusies uit mijn rapportage en verder het zwijgen dat we doen, voorzitter, en daarmee in te stemmen om hem vast te stellen. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Warmelink, VVD. Ik kan heel kort zijn. We gaan akkoord met de bestuursrapportage. Dank u wel, meneer Warmelink. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Ja, vaststellen dat zal ook onze steun hebben. Tegelijkertijd voorstel 2 zou wat ons betreft ook nog wel vergezeld mogen gaan met wat de wethouder eigenlijk toch in de beantwoording aangeeft. Dat hij verwacht dat hij op een aantal punten een aantal meevallers gaat krijgen en dat het verschil wordt weggewerkt. Dan geeft het in ieder geval aan van, dat we ons bewust zijn van de effecten en dat er effectief gestuurd gaat worden. Ten aanzien van de opmerking van de heer Rooijakker, die zegt van ja, we houden straks die grondexploitatiemissie wel weer 1, 2 miljoen over. Ja, dat zal best, maar dat is niet de operationele exploitatie. En die zou ik daar ook absoluut van willen blijven scheiden. Dus fijn dat die grondexploitatie in de plus zit. Laten we dat vooral zo houden, maar gaan hem niet vermengen met de operationele exploitatie. Ten aanzien van de hondenbelasting, doen we daar nu nog genoeg aan? Nou ja, aan de belasting misschien wel, maar aan de maatregelen. Nou, sinds ik met kleinkinderen rondom de vijver wandel, weet ik dat we daar niet genoeg aan doen. Dus als je nou ergens nog iets zou kunnen bijplussen, dan zou ik zeggen van, ga eens gewoon handhaven. Ten aanzien van de fontein die genoemd wordt, laten we een beetje voorzichtig zijn met alle fonteinen. Want ik heb inmiddels in de perspectiefnota gelezen dat we überhaupt het beheer niet eens kunnen opbrengen van die fontein. Als ik het goed begreep. Maar goed, dat zei ik maar zo. Wat ons betreft ligt het accent op het serieus nemen van het tekort en dat we daar maatregelen op definiëren. Voor de rest akkoord. Voor de rest akkoord. Dank u wel, meneer Nijkamp. En meneer Nijkamp geeft aan wat hem betreft het voorstel. Regelvoorstel 2, wordt dat gewijzigd wat u betreft, meneer Van Leeuwen, of blijft het zoals het in het voorstel staat? Ja, misschien moet ik even kort dan aangeven, misschien is op zich 2 wel goed, maar als nou in het raadsvoorstel iets van het betoog van de wethouder terug te lezen is, dan zijn we daar content mee. Dan weten we waar die op stuurt. Dank u wel. Meneer Van Leeuwen? Nou, in elk geval moet als de memo erbij betrokken wordt, dan verandert het bedrag al, hè? Want dan komt het iets lager uit. En ik zal eens even kijken wat ik aan mooie woorden eraan kan toevoegen, meneer Nijkamp. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Meneer Kleine-Koelkamp, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de eerste bestuursrapportage. Echt de eerste. 2017, mevrouw Rauwman. We hebben hier overal de nodige technische vragen gesteld waarop we antwoord hebben ontvangen. Dank hiervoor. Doordat de incidentele financiële afwijkingen in deze nota verwerkt zijn, maar de structurele in een nog komende perspectiefnota, geeft deze nota financieel geen juist beeld. Maar een en ander is wel conform de afspraken met de Raad.
Wat onze opinie betreft kunnen wij instemmen met deze eerste bestuursrapportage, inclusief de memo die erbij zit. Een paar aandachtspunten. Toch even over het hondenbeleid, is hier al een paar keer over de desk gegaan. Maar ik heb ergens gelezen dat we daar een nieuw beleid van tegemoet mogen zien. Dus dan, zullen we dat, dan zien we dat vanzelf. Wat betreft het vliegveld Lelystad verzoeken we u om, zoals u nu al bezig bent, alert te reageren op nieuwe ontwikkelingen wat dat betreft. Bij de aanpak van schoolverlaters heb ik gelezen dat er tussen de verschillende scholen niet de juiste afstemming is en dat er niet alles in beeld is. Ik verzoek u toch wel om dat dusdanig te monitoren dat er geen leerlingen tussen het wal en de schip gaan vallen. Wat de statushouders is al het nodig over gezegd. En verder concluderen we dat in verhouding de gerealiseerde nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctie achterblijven. We gaan ervan uit, gezien de economische ontwikkelingen, dat het begrote aantal gehaald zal worden in 2017. Zoals ik al gezegd heb, we kunnen instemmen, inclusief de memo, met deze bestuursrapportage. Dank u wel, meneer Kleine-Koerkamp. En daarmee stel ik vast dat we unaniem de eerste bestuursrapportage 2017 vaststellen. En meneer Van Leeuwen gaat nog op zoek naar mooie woorden voor meneer Nijkamp. En daarmee concludeer ik dat agendapunt 9 ook behandeld is vanavond. Het was een lange zit, dat moet ik wel concluderen, maar we zijn bij agendapunt 10 beland. Ik dank u allen hartelijk voor de medewerking, voor de inbreng, voor de reacties. En fijn dat we ook deze avond weer tot een goed einde hebben gebracht. Ik wens u allen wel thuis en wel terug. En tot ziens.